Voor het begrijpen van de wereld en wat er plaatsvindt in de wereld heb je ook gewoon een bepaalde mate van kennisverschaffing nodig. Heel veel mensen hebben mening over dingen waar ze niks van snappen. Als je het plan uitschrijft, uitlegt en daarna laat zien hoe je het implementeert, ja. is voor veel mensen logisch. Eigenlijk is het motto gewoon: begrijp jezelf, begrijp de wereld en doe er je voordeel mee. Welkom bij de Loggenoten podcast. Mijn naam is Koen. Naast mij zit de knappe Jarek Knoppert. En tegenover ons. Hebben we voor de derde keer. Jur van Groenigen. Yes, sir. Geen knappen Welcome. bij Jur erbij, dat vind ik wel. Uh... Zeg Mijn weder hij zegt de knappe Jaro, maar dan oh, zegt hij daarna ja, gewoon Jur. Ja. Ik weet niet, man. Oh, Jur is bij zo je je standaard. de standaard. Jaro heeft de complimenten nog nodig om zijn zelfvertrouwen te boosten. Dat is zeker waar. Dat Zies. is zeker waar. Hey, Jur, het is eigenlijk uh, de derde keer dat je nu op de podcast bent. Ja. Ja. Uh, je komt uh, steeds vaker langs. Dat is een, uh, waarschijnlijk een patroon uh, wat niet voor niets langskomt. Ja. Mm -hmm. um, Alleen, ik ja, kreeg ook vaak het door in de DM's, van ja, wie is Jur nou eigenlijk? Wat doet hij nou precies? Wat is zijn verleden? Ja. En ik denk dat het leuk is om daar deze podcast wat dieper op in te gaan. Hashtag okay. wie is Jur? Hashtag hey, wie is Jur? <laughs> ja, vraag mezelf ook vaak. Ja, af, dat, ja wie die, die, die opmerking van ja, wat doe je nou echt? Ja. Geen idee. Vraag mezelf ook vaak af. Precies. En daarnaast heb je natuurlijk ook je eigen expertise ja. in geopolitiek. Over het uh, monetaire systeem. Mm -hmm. um, misschien andere onderwerpen die uh, in deze podcast aflevering aan te pas komen. Het is een vierde keer man. Ja, hard times ook nog een kleine aflevering tussendoor. Een vijfde keer. Wacht even. Pik. Miro ja. en jij. Ja, dat is de classic. Hard times, het meest recente. Ja. Hard times met weet ik het hoeveel man aan tafel. Oh ja, nou met Thijs van lang ja maar dit van Thijs komt pas na deze toch oh oké okay, oké okay. ja, dus ja, dat toch? weten mensen nog niet dat weten ja, mensen weet nog, weet nog ik niet, veel. niet anders zit het een kleine sneak of, preview of ofwel ja. weet ik veel oh, ja ja. Ja. <laughs> veel. ja en dan volgende week weer nee wanneer was het nou met Willem oh, oh was, was 30 augustus gaan we die Willem opnemen Milko. met Willem yes. Komt die dan ik ben, de ik ben uh, daar de, ik de inhoud een beetje zo van aan het uitdenken nu. Want uh, zijn team wil wel heel graag dat wij dat uh, enigszins opsturen. Niet ja. een script of zo, maar wel gewoon even hey, wat voor onderwerpen zouden jullie globaal willen tackelen. Dan, cool. dan gaat het een toffe podcast worden. Ja, Kijk, ja, ja. die ook al. Nice. Dan speelt mijn uh, low enthusiasm toch een beetje op. In yes. en... ja, 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 ja. Kijk, goed. Nice man. Yes. hey Jur. Ja. Als we nou eventjes uh, aan de kijkers en luisteraars gaan uitleggen. Wat doe jij nou nu precies? Oké. Okay, ja. En daarna kunnen we dan teruggaan naar het begin. Ja. En hoe dat allemaal is verlopen? Oké, okay, nou op het moment doe ik uh, drie dingen. En een vierde ding, een klein beetje nog. Uh, de eerste drie dingen uh, zijn allemaal samen met Miro Vermeerder, die er ook onlangs is geweest. Dat is um, Grow Coaching Business. He, dat is uh, gewoon een, een vehikel uh, waar Miro in zit, ik in zit. En uh, wij werken met nog uh, Martien, Esmee, Elian. Uh, drie andere business coaches, waarbij we eigenlijk uh, ondernemers begeleiden op verschillende uh, vlakken. In de grote lijn is het gewoon alle uitdagingen die een gemiddelde ondernemer ervaart. Ja, daar proberen wij in te faciliteren of in uh, te ondersteunen en mee te denken. Het kan zijn uh, spar op strategisch vlak. Het kunnen bepaalde persoonlijke uitdagingen of knelpunten zijn. Van alles wat jullie hebben het zelf uh, ervaren de afgelopen, wat zal het zijn? Zes, Zes maanden, maanden of zo? Ja, ja. Iets? Kunnen eenpitters zijn, kunnen mkb'ers zijn, kunnen echt grootschalige ondernemers zijn. Uh, varieert een beetje per individu. Uh, iedereen heeft ook wel een beetje zijn eigen expertise binnen het bedrijf. Daarin hebben we ook nog een uh, operationeel manager, Kaylee, die uh, ons ondersteunt. Zonder haar zou uh, alles helemaal imploderen. Dus uh, zij is misschien nog wel het meest essentieel van iedereen. Sinds zij onderdeel is, wordt er ook ineens goed geremind en dingen. van... Ja, er komt ja. een uitnodiging een dag later: telefoontje. Ja, ben je er of ben je er niet? Zij is Zo, echt, oh, ja. Op een goede manier, zij is echt een pitbull op dat vlak. Daar ben ik heel ja. blij mee. Ja, man. Uh, dus dat is punt 1. Punt 2 is uh, Hard Times Strong Strongman. Dat is een, een evenement wat misschien sommige luisteraars inmiddels wel uh, voorbij hebben zien komen. Of in ieder geval uh, waarvan je veel voorbij ziet komen waarvan je misschien al niet helemaal begrijpt wat het nou is. Ja, maar daar zijn ja. we mee, uh, druk mee bezig om dat wat duidelijker uit te dragen naar de buitenwereld. Het is dus eigenlijk een evenement wat heel organisch is ontstaan. Omdat Miro een keer op zijn stories begon te schreeuwen van... Hey, uh, we gaan gewoon een gruwelijke dag voor mannen organiseren met uh, vechtsport, financiële educatie, psychologie, ijsbaden. Eten met z'n allen, gewoon... Eigenlijk best wel basic dingen, maar met een bepaalde mate van diepgang, wat gewoon heel veel mannen gewoon super gruwelijk vinden om dat te doen op een dag. Daar komt het op neer. Ik denk dat de helft ondernemer is, misschien iets meer en uh, de rest uh, nog niet ondernemend. Dus dat is niet per se onze doelgroep. Je ziet wel dat er heel veel animo op afkomt. En dat is eigenlijk uh, ja, ontploft, om het zo te zeggen. Dus uh, na de eerste editie, wat ook binnen no-time uitverkocht was, uh, gelijk verdubbeld en weer binnen no-time uitverkocht naar 160 man. Toen naar 3.20 en Miro nog even in een volatiele bui 80 extra tickets erbovenop gegooid. Jullie waren daar natuurlijk bij om podcasts op te nemen. Nu gaan we dan editie 4 doen uh, over een maand. En dat is uh, dus bedrijf nummer 2, om het zo te zeggen. Uh, dat is iets waar heel veel tijd in gaat zitten. Niet per se geld mee verdiend wordt of zomaar meer. Een stuk zingeving en gewoon fucking vet om te doen, zeg maar. Mm -hmm. ja. um, onderdeel 3 is de mail die weinig mensen begrijpen. Wat ook een beetje een... Een soort half hobbyproject was in het begin. Hè. Uh, niet een uh, onserieus iets, maar wel iets waarvan we geen idee hadden wat, wat een echte potentie zou zijn. Dus op een dag uh, schreeuwden Miro en ik ook weer op stories van... Hey, wij krijgen echt veel vragen naar uh, het vormen uh, van content in het juiste format. Hè. Dus niet op Instagram stories constant maar dingen uitleggen over vastgoed... wat mensen soms missen of zo, uh, of wat niet lekker uh, wegleest. Want ik had nog wel eens de neiging om echt... Flink de rente is als er weer iets gebeurde op het gebied van inflatie of rentebeleid of monetair systeem, whatever. Toen was de vraag van hé hey, kunnen jullie daar artikelen van maken of iets in die richting? En toen hebben wij gezegd van hé hey, dan sturen we jou wekelijks een kwalitatief goed document van tussen de 10 en 20 kantjes. Over één onderwerp. Kan van alles zijn: business gerelateerd, economie gerelateerd, geopolitiek, sales, beïnvloeding, noem het op. Um, ik doe daar het gros van, Miro iets minder. En dat zie je ook terug in de verhouding van de onderwerpen. Maar dat is eigenlijk een hele mooie verhouding, vind ik zo. En dat is inmiddels ook een beetje ontploft. We zitten nu op een laser of 1200 of zo. Terwijl toen we dat live gooiden uh, om te testen, wisten we niet wat we konden verwachten. Er was wel animo, maar ja, de vraag is hoeveel. Mm -hmm. Hadden we in de eerste twee weken iets van 400 man op, op een tientje in de maand. Nou, dat vonden we super tof maar we hadden toen geen idee dat dat gewoon echt een soort zich ging worden natuurlijk mm -hmm. en dat is het nu wel geworden dus daar zit wat meer van mijn tijd in terwijl Miro zich iets meer met het evenement bezighoudt of de evenementen dat zijn eigenlijk de drie verschillende dingen waar mijn aandacht op het moment heel erg onderverdeeld is mm -hmm. het vierde ding wat ik er nog een beetje bij doe dat is gewoon vastgoed in het algemeen maar dat is een portefeuille die is aangekocht en als dat goed loopt hoef je daar heel weinig aan te doen natuurlijk Misschien ook goed om te zeggen dan voor mensen die dit luisteren, wil je meer weten voor Hard Times? Ja. Komt daar een specifieke aflevering met jou exactly, yeah. en Miro waar we daar heel diep in gaan. Ja. Um, stukje wat jullie meer met Grow Coaching doen of de stof die daar voorbij komt. De eerste aflevering ja. met Jur en Miro gaat daar een stuk dieper in, psychologie, dat soort zaken, maar ook ja. hoe jullie de coaching aanpakken. Um, en het stukje vastgoed hebben we dus met Thijs laatst gezeten, daar hebben we ook een hele tijd besteed ja. aan het stukje vastgoed. Dus voordat we daar nu weer helemaal in verstrikt raken, denk ik ja. dat daar al hele goede stukken zijn die mensen, die zullen Absoluut. we dan in de link in de beschrijving droppen of zo. Dan kunnen mensen daar gewoon dat uh, helemaal uh, bekijken als ze daar meer vragen over hebben. Ja, Ik krijg er ook vaak uh, vragen over van, uh, want jullie zeiden al, ja, wat doet die jongen nou precies? Ja, die vraag krijg ik echt heel vaak. Je hoort ineens iets voorbij komen over dat ik iets met bouwsector deed of zo, of iets met accountancy of iets met vastgoed. Ik snap ook echt dat dat super verwarrend is voor mm -hmm. mensen. Dus ik denk dat het goed is om het zo te structureren. Ja man. Ja, nice. En uh, nog wat wapenfeiten van uh, de coaching. Uh, dat uh, gooi ik wel even voor je op dan. Okay. Want jij hebt geholpen. Andy Bain. Ja. Uh, ons, uiteraard. Uh, Joshua Kaats, volgens mij ook een tijdje. Uh, de mannen van uh, Vrijheid vastgoed. Ja, Dennis en Martijn. Ja, Dennis klop. en Martijn. Mm -hmm. uh, Steven Nelmans, die hier ook geweest is. Ja. Van Luna. Ja. Ja. Uh, zijn er nog een paar namen die ik mis? Uh, ja, je hebt het nu specifiek over de wat meer zichtbare mensen. Ja, vind uh, ik wel leuk dat mensen ook een beetje weten: hé, hey, wie zit nou hier? Je hebt precies wie heeft er nou hier ja. gezeten en daar op de achtergrond is Jur ineens ook eigenlijk. Ja, thuis Verlangen. Hè, dus daar is Thijs Verlangen, ja. Ik denk ontstaan. Ik even ja. te denken wie nog meer die enigszins zichtbaar is. Um, nee, nou ja, ik heb verder niet hele zichtbare uh, gasten die in de kennisproducten of cursus space zitten, wel een paar, maar niet heel spannend. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is om te vermelden voor elke jongen die dus wat meer zichtbaar is in in jullie space online of onze space. Zijn er misschien vier klanten bij mij die niemand kent of zo. Dus je mm -hmm, kunt misschien ja. nog terugluisteren naar die aflevering van Otto Lodewijk, dat is ook een klant van mij. Ja, uh, Albert werkt. en Stijn, lokaal ja, werkt inderdaad. Een mooi voorbeeld. Uh, ja, dat soort partijen, dat is iets. Uh, dat vinden wij minstens zo tof. Hè? Als ik het heb over uh, Ik Miro en uh, Martin, Sme, Elian, uh, dat vinden wij minstens zo tof om mee te werken. Alleen een hele andere uh, insteek. Mm -hmm. Ja, ja. Dus dat. cool. Mooi. En verder voor die uh, ja, de brief, daar kunnen we nog heel diep op ingaan. Maar, ja. uh, wat ik, want wat was het doel precies met die brief? Want je zei, je zet er wel eens dingen in de stories. Uh, maar waarom ja. lezen mensen die brief nou precies? Want ik heb daar zelf een hele specifieke reden voor. Maar ik ben benieuwd wat jullie daarin horen. Ja, dat is dus uh, wel verschillend. Sommige mensen die vinden het toevallig gewoon heel tof om uh, finance-gerelateerde zaken te lezen en dat dan goed gedoseerd en goed gefilterd uh, toegediend te krijgen, zeg maar één keer per week in de inbox. Dus uh, central bank digital currencies, hoe zit dat nou precies? Hè? Mm -hmm. Hoe werkt dat? Ja, als je gaat googlen kom je van alles tegen, maar je komt ook superveel sauzige propaganda <laughs> tegen, gewoon vanuit overheidsinstanties, ja, dat ja, gewoon puur bullshit is. Maar ja, hoe weet jij of dat bullshit is of niet? Ja, dat kun je haast niet weten als je een leek bent of niet heel diep in de materie zit. Uh, dus ik probeer daar heel veel onderzoek naar te doen en dat goed te filteren voor mensen. Dus dat kan iets zijn, maar mensen vinden het soms ook gewoon tof om dingen te lezen over financiële weerbaarheid. Dat is een onderwerp waar ik altijd wel goed op ga. Misschien een specifiek onderwerp zoals bitcoin of vastgoed, dat vind ik helemaal vet om uh, me helemaal uit te zoeken voor mensen. Maar het kan ook zijn uh, dat je meer uh, uh, de brief leest vanwege de businessprincipes die we eens in de zoveel tijd live gooien. Of dat wij specifieke expertise ergens vandaan trekken. Dus Steven Nelemans is een mooi voorbeeld, die klant van mij die uh, nu best wel hard gaat op het gebied van AI met zijn start-up. Ja, als er dan heel veel vraag is vanuit onze volging, nou, hey, hoe zit dat met ChatGPT en hoe werkt dat allemaal? En dat begint te ontploffen, kun je daar eens iets over uitschrijven. Ja, dan bellen we Steven. En die heeft dan een hele mooie brief ervoor gemaakt. Mm -hmm. Dus uh, wij merken dat er verschillende doelgroepen binnen ons klantenbestand is op dat vlak. Ja. En sommige die doen het ook gewoon voor uh, de actualiteiten. Want ja, als er weer iets bijzonders ontvouwt in Oekraïne of Rusland, ja, dan schrijf ik daar of schrijven wij daar een brief over. Ja. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel fijn. Dan heb je gewoon, hoef je dus niet naar reguliere mediakanalen te kijken. En het zijn ook weer onderwerpen die wij lang niet altijd op Instagram kunnen posten, op stories. Want dat heb ik in het verleden gedaan, dat ik elke keer een shadow ben aan mijn broek. Mm. Dus ik moet nu steeds uh, Jesse Klaver en Mark Rutte volgen en liken om uh, yes. een beetje zichtbaar nog te kunnen blijven. Uh, ja, dat hoeft nu een stuk minder, omdat we gewoon wekelijks die mail eruit, uh, eruit ja. trappen. En, en daarmee heb je eigenlijk je, je eigen vorm van, uh, van een kanaal opgebouwd. Ja. Mm -hmm. Dus ja, dat is voor man. ons de insteek. Cool. Ja, ja. ik denk ook met uh, bijvoorbeeld wat je zegt, een stukje geopolitiek. Ja. Super interessant. Tegelijkertijd uh, krijg je dat nooit op school, op die manier, kunnen jullie het vertellen. Ja. Dan ga je ondernemen of je gaat werken, dan krijg je ook nooit zulke verhalen. Je krijgt eigenlijk alleen verhalen over geopolitiek, wat je vanuit het nieuws krijgt. Maar ja. dat is altijd een soort van beïnvloed. Als mm -hmm. ik het uh, lief mag zeggen. Zeker gekleurd. Uh, gekleurd. Ja. Um, en ik vind het leuk dat jullie inderdaad de rauwe versie daarvan geven. Waardoor ja. je echt inzicht krijgt van oké, okay, zo werkt het wereldje waar we in leven. Ja. Zodat je het ook beter kan begrijpen. Mm -hmm. En vervolgens ook uh, voor je eigen leven beter inzicht te krijgen van oké, okay, zo werkt shit nou eenmaal. Ja. Dit is de realiteit. En ik denk dat dat een stukje, uh, een, een, misschien wel een skill of een realisatie. Ja. Um, maar realiteit zelf is bijvoorbeeld heel erg belangrijk in het ondernemerschap. Ja om dat goed te weten. Ja. Maar ja, dat is wel ook iets wat je moet ontdekken. Want Klopt. als jij vanuit de educatie uh, komt, dan uh, vanuit school, ja. dan um, kan de realisme best wel laag liggen bij mensen. Ja. En dat is, uh, jullie zijn een goede invloed daarvan. Ja, ons, uh, ons motto is ook wel. Uh, ik zat een tijdje geleden met uh, met Miro en en word te praten en toen uh, vloepte een van ons er ook uit van ja, eigenlijk is het motto gewoon begrijp jezelf, begrijp de wereld en doe er je, je voordeel mee. Hè? Wij mm -hmm. lopen heel vaak dingen te schreeuwen van hé, weinig mensen begrijpen. Dit, dit ja. is ook een beetje onze ja. uh, slogan geworden. Maar uh, ja, jezelf leren begrijpen, dat uh, zien wij heel erg terug bij onze coaching-klanten. Die uh, krijgen uiteindelijk gewoon op level van being dat ze anders opkomen dagen. Hè, omdat ze mm -hmm. zichzelf gewoon beter, uh, beter begrijpen. Sterke punten en zwakke punten. Uh, maar voor het begrijpen van de wereld en wat er plaatsvindt in de wereld, heb je ook gewoon een bepaalde mate van kennisverschaffing nodig. Ja, dan vinden mensen het toch wel relaxed dat ze dus niet zelf uh, Twitter hoeven af te struinen en die duistere yes. krochten van Reddit en weet ik het wat allemaal. Mm -hmm. En het nieuws, heel eerlijk, het nieuws: uh, er is weinig nieuws aan het nieuws. Uh, het is eigenlijk allemaal oude meuk, wat elke week gewoon weer opnieuw uh, gerecycled wordt met mm -hmm. een bepaalde dosering van angstzaaiing erin verwerkt. Mm -hmm. Ja, dan ben je beter af door gewoon elke week even onze brief te lezen. Ja. Iedereen die goed opgelet heeft op Instagram heeft gezien dat ik de afgelopen 12 tot 15 weken al bezig ben met diëten. Uh, het resultaat is dat ik uh, hele ingevallen ogen heb, zoals je kunt zien. Maar wel zeker uh, 10 tot 12 kilo lichter ben. Je kunt hier nu ergens op het scherm de before en de after zien van uh, wat daarvan geworden is. Dus uh, dat is vast heel opwindend. Um, maar wat ik deed daarin was onder andere vasten. Want ik at rond de 1750 calorieën per dag. Ja, alle fitnesscoaches, dankjewel voor jullie advies. Dit heb ik samen met een coach gedaan. Is inderdaad niet hoog, thanks. Ik weet het, ik heb geen crash dieet gedaan. Ehm... <laughs> um, wat ik heb gedaan is vervolgens vasten. En wat ik heel erg merkte is dat er dan zeker op de uurtje of één ik op een gegeven moment dood en dood op was. Dus wat ging ik doen? Ik ging onder andere verschillende supplementen gebruiken om in ieder geval wat energie door de dag heen te hebben. Een van die supplementen die ik gebruikte was pijnpollen. Hoe was ik door de dag heen? Chagrijnig, oh. Maar wel, we gingen altijd door. Ja, was ik chagrijnig? Nee, nee. Ah, Het viel mee. Dan heb je momentjes. Ik heb, die die ja, heb je altijd. <laughs> ja, dat heeft niks <laughs> te maken met diëten. niet, niet ja. aan de calorieën. Nee, dus ik gebruikte onder andere pijnpollen... naast creatine en een aantal andere supplementen. Het belangrijkste is natuurlijk... ik had goede slaap. Ik had goede voedingsstoffen. Ik trainde regelmatig. Misschien... Dat is heel erg belangrijk voor een gezonde levensstijl. Een goed testosteronniveau. Nou is zo weinig eten sowieso niet goed voor je testosteronniveau. Maar wat ik nog deed om dat een beetje tegen te gaan... is pijnpollen. Uh, pijnpollen wordt nu inmiddels gebruikt... door honderden andere lotgenoten ook. Iedereen zegt dat ze er meer energie door ervaren... Het is een supplement, 100% natuurlijk. En als je dat gebruikt elke dag, 1 of 2 gram, uh, merken mensen dus meer energie, betere focus, meer betere prestaties in de sportschool uh, en betere prestaties in de slaapkamer. Uh, allemaal super fijn en allemaal enigszins een teken van een hoger testosteronniveau. niveau. Ben jij nou benieuwd wat dat voor jou kan betekenen? Met de code Lotgenoten 10 heb je 10% korting. Klik op de link in de beschrijving, daarmee support je ons, maar daarmee support je ook je eigen lichaam en systeem. Dus probeer het voor 30 dagen uit, voor minder dan een euro per dag. En uh, dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. En we hadden laatst uh, ook Tibor weer gesproken, ook voor Hard Times, Night Strong Men, ja. de serie. En Tibor geeft het al vaker aan, maar voor mij was het weer even een reminder: van luister, uh, als jij gewoon tussen de 20 en 30 jaar bent, meestal ook de onder, of misschien iets ouder dan 30, maand is vooruit. Ja. Maar dan moet je gewoon voornamelijk bezig zijn met. Actie. Je moet gewoon uitvoerend bezig zijn, zorgen dat jij aan je toekomst aan het bouwen bent ja. en niet te veel aan het consumeren. Eens. En dat gebeurt tegenwoordig wel vaak hè? via het Discovery, via Netflix, via Amazon Prime. Je bent alleen maar aan het consumeren en dat is dus het mooie van jullie. Wat jij zegt. van ja, je kan heel veel research gaan doen en Reddit afschuimen en Cora en YouTube. Of je kan gewoon één keer in de week. Zo'n brief lezen, dan ja. heb je compact wat je nodig hebt en dan kan je weer doorgaan met je leven. Ja, en voor alle droeftoeters onder ons, net zoals ik. Ja. Je kan ook gewoon heerlijk wijsneuzerig opkomen dagen op een verjaardag, want iedereen heeft het over Central Bank currency, digital currencies en crypto's. Ja. Ik heb lekker een briefje gelezen en ik kan net doen alsof ik een welbelezen individu kom die weet waar ja, hij het over heeft. En ik, mijn ego vindt dat ook wel gewoon lekker. Ik zou je nog sterk vertellen, wij doen ook voor de mensen die echt de spanningsboog van de knaagdieren hebben, dat doen wij uh, mand <laughs> onderaan. Onder elk hoofdstuk staat gewoon een heel klein alineaatje met een samenvatting van wat er in, die, uh, in dat hoofdstuk staat. Ja. Ik heb ook gewoon best wel veel lezers die zeggen, Yo, heel eerlijk, ik lees alleen de brieven met onderwerpen die mij boeien, maar ik ben nooit ingestapt voor 15 euro per maand of 19 euro per maand, whatever. Uh, ik vind het wel prima, want die prijs stijgt elke 50 leden in principe. En uh, ik lees alleen vaak de bandalineaatjes uh, en dan ben ik in principe gewoon uh, up-to-date. vind ik mooi. Nou, top toch? Dan ben je een paar minuten kwijt en dan ben je gewoon in principe, je, je weet hoe de vork in de steel staat ja, omtrent het onderwerp. Ja. Hey, zou er ook nog ja, dat is een heel ander gesprek. Maar je kan er echt nog lijpe extensies van maken, jongen. Ja. Gewoon alles wat jullie nu geschreven hebben, gewoon bij elkaar in, in een boek douwen. Ja. En dan heb je gewoon ook een interessant boek. Een boek dat weinig mensen begrijpen, dat komt er ook wel aan. Daar ja, we dat geloof bezig, ik. Ja. Ja. Maar ook audiovarianten, dat soort zaken. Ja, daar moeten we veel meer mee doen. Maar nu is even de focus uh, hard times, wat eraan ja. komt. En vanaf daar gaan we wel weer uh, verder kijken. Ja. Dit wordt ook denk ik voor hard times wel een soort van pivotal editie, man. Ja, Stilte ja, voor de storm gevoel, echt man. Ja, ja echt uh... ik moet ook bekennen... Um, nu gaan we nog alle kanten op dit gesprek, <laughs> maar helemaal <laughs> prima. Uh, ik moet ook wel bekennen, ik heb, uh, jullie hebben mijn Big Five ook wel eens enigszins gezien of gehoord van mij. Uh, ik ben niet de meest enthousiaste guy, weet je. Ik ben heel erg low enthusiasm, dus wel assertief, maar niet enthousiast. Um, ik heb ook echt moeite om in de aanloop naar zo'n evenement fucking hype te worden. Terwijl Miro, die komt altijd als een beest opdagen op dat vlak, weet mm -hmm. je wel. Dus... Uh, maar de laatste weken na zo'n evenement worden alle, worden alle zaken concreter. De eerste podcasts worden opgenomen. Sponsordeals worden definitief gemaakt. Je weet welke gasten langskomen. Je begint ineens vaker op die locatie te komen. En dan heb ik echt. Weet je, dan heb dat ik. Helemaal, ja, man, ja, let's go. Man. Dan voer je ja, hem echt ja, in je kern. Ja, ja, ja. Dus dat begint nu weer een beetje zo aan te wakkeren. En de komende weken je weet gewoon: er wordt weinig geslapen. Hard gerend in de business. Dingen worden ineens met snelheid uitgedragen. Ja, dat is top, man. Ja, man, Lau. moet je lekker op gaan man. Ja, zeker. Ja, want dat is genieten. Want op de dag zelf. Uh, spreken heel veel mensen vaak uh, mij of Miro aan? Van: hey je hebt echt een topdag, denk ik of niet? Nee, nee man, ik heb echt nee. geen topdag op dit moment. Nee, nee, <laughs> ik ben man. echt ziek gestrest en ik moet workshops geven. En ik ja, heb man. geen seconde de tijd gehad om na te denken, want ik ben alleen maar bezig met jullie bedienen op het moment. Maar het is ook de fase waarin je je bevindt. Zeker waar. Want wij hebben dus uh, Lois, die ook op de podcast is geweest, Lois Pijnenburg, die hoort bij de This Is Live Group. Ja. En die doet uh, Wish Festival, een aantal oh, ja? solar, ja. een aantal ja. echt grote festivals. Mm -hmm. uh, wij waren wel gewoon op Wish met hem volle bak aan het zuipen. Dus ja, hij heeft het, zeg maar, op een gegeven moment nu het zo verdeeld Dat hij ja. gewoon weet, van oké okay, tot dan en dan moet ik fixen Maar daarna heeft hij gewoon teams, iedereen ja. fixt Het is bij hem zelf zo erg dat hij niks meer mag doen Had hij de neiging dat hij zeg maar, achter bar Ging hij zich nog bemoeien, want hij is zelf aan het zuipen Dan ziet hij iets en denkt hij, hey, de mensen gewoon luisteren Nee, ga gewoon ja, zuipen en nee, plezier uh, dat zijn de dwingende oplossingen yes. Ja, is goed of de volgende fase. Ja, ik moet wel zeggen, ik denk wel dat hard times altijd tot op zekere hoogte, misschien meer rondom Miro en minder rondom mij, maar altijd wel rondom een paar individuen gecentreerd zal blijven. Dus ja. ik denk niet dat het snel zal voorkomen dat je dus een hard times editie meemaakt en dat Jure Miro echt in de tribune als een soort van uh, Romeinse keizer zo een beetje, weet ja, je wel? Dat ja. gaat niet snel gebeuren, denk ik. Maar uh, dat mag wel een stuk minder. Dat Hoewel eens actieve eens. deelname ook interessant zou kunnen zijn, want dat geeft jullie ook een heel ander perspectief. Ja, me eens. Het ja, uh, dat... voor 5.0 in uh, ja. even denken, 2 maart. Is ik hoop ooit maart, ook nog. Ja. Een Weet u het ook alvast? Ja, ik heb het in mijn agenda ja, staan. Ik heb het in mijn agenda gezet. Ik hoop ook ooit nog op bezoek te kunnen gaan bij Hard Times. Het probleem waar, ja. wij, waar wij nu in zitten is dat we de dingen die we het tofs vinden, zijn we of partner van of organiseren we zelf. Dus ja. je kunt nooit ervan genieten. Ja. Dus ja, uh, ja. Ja, snap ik. Je geniet op een andere manier, zeg maar. Ja, precies. Maar het is heel anders. Je kan niet onbezorgd daarheen. Ik vind het niet leuk. Ja, ja. Ja, ja, maar um, oké, okay, ja, en voor de uh, mail die weinig mensen begrijpen. Ja. Volgens mij hebben wij nog wat tofs, maar dat. voor uh... later? voor later. Helemaal ja, goed. Hoeven mensen nu nog niet te weten. Oké, okay. Superboys Marketing. Ja, ik dacht, we gaan er heen. <laughs> hij gooit, <laughs> hem is op. Net zoals hij gooit hem op, maar hij <laughs> laat hem gewoon gaan. <laughs> Dit is net zoals die <laughs> vraag van Koen bij de vorige aflevering. Die gewoon de hele podcast in één keer had gekanteld. Gewoon <laughs> vij, vijf vragen in één of zo die ik afgevuurd ja, heb. Daar had je wel moeite mee, ja. Daar had je wel moeite mee. Ja. Ja. Ja, 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 ik dacht, ja, ik die kan dat wel, wel aan toch? Nee, hij is nu actief dat proberen aan het te verbeteren. Hij zei: het, ja. Ik weet niet, volgens mij, gisteren in de podcast zei hij. Oké, okay, ja, sorry, ik stel nu vier vragen tegelijk, maar wat ik eigenlijk wil vragen. Ja, ja, ja. Nee, is die sorry. Ja. Nee, dat was, ja. was wel de justify, niet de stipulate. Dat is dan wel weer jammer. De nee, ja. ik dat zei is geen waar. sorry. Dus Oké, okay, geen sorry. Okay. Hij zei: Fuck jou, vriend. Maar uh, voor de duidelijkheid. Nee. Nee. <laughs> ik stel nu meerdere vragen, maar mijn laatste vraag is, en daar wil ik graag dat je antwoord op geeft. Wap, dan geven Cool. Oké, okay. lekker, ja. man. Okay. Dus nu gaan we. Welke krug. zes vragen wil jij nu stellen aan Jur? Na jouw original story aan okay. Jur. The beginnings. Um, Waar is het allemaal begonnen voor Jeur van Groenigen? Uh, dan moet ik wel eventjes, ja, hoe, hoe way back wil je dat Ik ga gewoon middelbare school. Mag je zelf bepalen, uh, man? Okay. Waar denk jij dat de goede is? dat is wel, wel kut-vragen. Ja, nee, nee, dat het is, is juist goed. Ik kutvraag. vind het altijd heel interessant open, waar mensen ja. beginnen. Ja, Daar zat ja, ik namelijk nou letterlijk over na te denken. Vaak is begint waar begint het. Het is interessant waar We je dan start. Ik heb het ook al een paar keer geïnterviewd. Het vond ik ook een storende vraag. Dan denk je, ja, kan In de zak van mijn pa. Nou, dan kan ik je wel iets over vertellen over de zaak van mijn pa. Maar er komt misschien zo op. Dat is een andere zaak. Ja, zeker, een andere <laughs> zaak. Uh, misschien dat we dan uh, inzoomen, zeg maar... Ik denk dat het een beetje significant begon te worden op de middelbare school. Ik had uh, gewoon wel easy de capaciteiten voor gymnasium ook een tijdje gedaan, maar de leuke vrouwen zaten op HAVO en ik had geen zin om iets te doen, dus ik ging naar HAVO. Um, en daar kon ik echt alles easy peasy doen en dan had ik overal acht en negens op, prima. Uh, mijn mentor zei gelijk van... Hey, uh, volgens mij boeit het je allemaal echt geen moeder... en ga je alleen aanstaan van cijfers en als het complex is... dus beter ga je wel gewoon gymnasium doen en econometrie studeren. ja Ik had daar geen zin in uh, om weer gymnasium te doen... dus dat heb ik geskipt. Maar toen zei ze als alternatief kun je accountancy of bedrijfseconomie proberen. Wat gedoe met wiskunde B, maar uiteindelijk gevlamd. En uh, toen dus naar uh, de HVA gegaan. Uh, eerste accountancy, toen geswitcht naar uh, bedrijfseconomie. Uiteindelijk daarop afgestudeerd. Uh, van mijn opleiding heb ik eigenlijk, uh, oh, tussentijds misschien wel interessant om te vermelden, uh, echt wel veel gewerkt, ook van jonge leeftijd al. Dus qua werkethiek zat het altijd wel goed. Alleen, ik, was wel altijd, ik had wel altijd zo'n soort luie instelling. Dat ik, uh, ik wilde wel heel veel werken, dus ik had, ik had uh, ambitie en werkethiek om uren te maken. Maar ik had wel altijd zoiets van, ja, dat kan beter, sneller of weet ik veel wat. Dus ik was wel gewoon die guy die dan met mijn vader samen, ja, dat kan je nu wel vertellen, dat is lang geleden, uh, reden we gewoon naar België met, uh, uit een aannemersbedrijf met uh, grote bussen en zo deden we een groot uh, sloopproject in België uh, en uh, haalden we ik veel, uh, een paar honderd lumine op of zo. Al bouw, het uh, bouwafval er bovenop en dan reden we terug de grens over. En uh, ja, dat verkocht ik dan op school of zo, weet je dat wel. Dat heb ik ook dan, gedaan, man. Ja, ja, maar dat was wel relaxed, want dan pakte je ineens in een maand waar je echt acht maanden voor stond te vakken vullen bij de Albert Heijn of zo. Ja. Dus dat soort dingen, als ik daar nu op terugkijk, denk ik wel, oh ja, dat is eigenlijk best wel grappig eigenlijk, nee, dat dat ja, toen al ja. zo'n beetje begon te ontvouwen. Um, maar uiteindelijk dus bedrijfseconomie gaan doen, toen echt vol in de red race ook beland. Want ik, uh, ik dacht, ja, ik, ik wil graag veel geld verdienen. Uh, dus toen heb ik besloten van mijn opleiding een soort van handmatig deeltijd te maken. Dus gewoon allemaal lessen geskipt, allemaal colleges. Um, en toen ging ik gewoon werken bij een uh, softwarebedrijf op de Zuidas. Als, 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 eerst als stagiair en toen gewoon als controller En dat is ook waar je in principe voor studeert mee. Hè, als je bedrijfseconomie of accountie doet. Je bent gewoon een verkapte boekhouder of accountant uh, voor één bedrijf op de finance afdeling. Dus ik deed dat al tijdens mijn studie. Uh, ik vond het fucking saai, maar het verdiende wel uh, voor de leeftijd. Uh, alleen ik besefte me wel na twee jaar, toen was ik ook bijna aan het afstuderen, van goh, uh, hier ga ik niet rijk van worden. En ik had in de tussentijd een beetje zo'n fase die misschien de meeste ondernemertjes wel een beetje hebben gehad. Van hey, uh, rich dead poor dead gelezen en zo. En je wilde een beetje die financiële onafhankelijkheid, wat ik sowieso een kutterm vind, maar daar komen we misschien straks op. Die wil je hebben. Mm -hmm. ja, en dat gaat hem niet worden als je voor 2500 in de maand uh, op kantoor zit. Weet je? Dat, nee, dus daar kwam ik snel achter. Um, in de tussentijd, uh, ik dacht altijd dat mijn vader gewoon een goedlopend aannemersbedrijf had. Met, ik denk tussen de zes en elf man misschien. Uh, waarvan een paar part-timers uh, tegelijk had lopen. Altijd gezeik, altijd gedoe. Maar je zag wel gewoon uh, grote projecten gedraaid worden. En je ziet ook veel geld van handen wisselen. Dus je denkt van, hey, dat zit wel goed. Hij had ook wel wat vastgoed uh, voor zijn showrooms, want hij deed ook veel vloerafwerkingen. En dan is het wel nice als klanten langs kunnen komen. Hij deed ook deels particuliere klanten dus. Oh. Uh, en daardoor had hij best wel wat ruimte, wat loods en zo. En ik was dan altijd dat jochie wat dat stond op te ruimen en zo. Dus je krijgt er veel van mee als je jong bent. Super leerzaam ook. Maar daardoor heb je het beeld van, hé, hey, uh, mijn pa is wel een grote speler of zo op dat, op dat uh, vlak. Maar dat was dus niet zo, want uh, dat jaar ging hij ook failliet. Het bleek dus dat hij echt lijpe belastingsschuld van hier tot Tokio had en... Al tig jaar al die schulden niet echt lekker kon managen. Dus, uh, maar ik had natuurlijk vanuit mijn studie wel verstand van zaken. Dus ik, ik wist een beetje hoe je met een fiscus. Uh, dan uh, een, een afbetalingsregeling kan treffen. met bijzonder beheer bij de Rabobank. Hij niet, want hij was meer gewoon een bouwer en niet per se een, een financiële onderleggen man of zo. Ja, ja. Dus dat heb ik toen voor hem opgelost. Uh, een half jaar mijn studie ook even uitgesteld. ervoor om alles recht te kunnen trekken. Nou, dat ging mij goed af, hij heeft me wel veel stress opgeleverd, maar je haalt er ook weer voldoening uit van hey, je vader die redt zich weer, weet je wel. En Het lastige eraan was, mijn ouders zijn gescheiden en uh, mijn pa was alleen op dat moment. En zijn privéwoning, waar ik ook veel verbleef, was het onderpand voor die bedrijfsfinancieringen die hij had. Dus op een gegeven moment zo'n fiscus en later een curator, ja, dat zijn niet de meest vriendelijke mensen. Die zeggen wel gewoon van, hey, betalen of fuck you, we confisceren de, de hele bende en dan gaan we alles liquideren. Maar dan moest hij dus ook uit zijn woning ja dat is fucked up weet je wel mm -hmm. dus uh, dat wilde ik absoluut niet super blij dat we zo'n regeling hebben kunnen treffen alleen toen was het wel van goh er moet super veel geld ineens uh, uh, um, gestort gaan worden en dan met zo'n afbetalingsregeling moet dat echt in best wel een kort uh, korte termijn het ging om veel geld ik dacht ja waar gaan we dat vandaan halen gelukkig kon hij een doorstart maken en toen dacht ik van hey dan blijf ik wel zijn boekhouding doen dan kan ik het een beetje managen dat hij er niet een potje van maakt misschien qua financiën en dat ging eigenlijk best wel goed. Dus hij uh, had een paar hele loyale klanten die ook... Hey, jullie kennen het, die 80-20 regel wel een mm -hmm. beetje. 20% voor je klanten zorgt in de meeste gevallen voor 80% van de omzet en of winst. Mm -hmm. Dat was bij hem zeker het geval. En omdat hij dus niet al het personeel meer had en niet al die panden, want een deel daarvan hadden we inmiddels afgestoten, uh, had hij veel minder overheidskosten. Waardoor hij best wel marge kon draaien en dus ook gewoon een groot deel gelijk bij de fiscus kon aflossen. En bij de Rabobank bij bijzonder beheer dan. Dus dat ging goed. En ik zag dus ook, omdat ik die facturen steeds zag, van god, daar gaat echt veel geld in om. En uh, niet heel veel gezeik lijkt het wel op dit moment. Terwijl ik zat nog op kantoor te werken. En ik had dus zeg maar mijn kantoorbaan maandag tot vrijdag. En dan zaterdag zondag verkochte creditcards op Schiphol. Uh, en ik dacht van ja, ik werk me echt een, een slag in de ronde. Voor op zich wel veel geld in absolute getallen. Maar ik kan ook gewoon dat gaan doen, weet je. Want ik ben een handige gast. Ik heb in mijn jeugd heel veel van die projectjes meegedaan. Ik weet hoe je systeemplafonds, systeemwandjes en vloertjes en zo een beetje doet. Ik dacht, fuck het, ik ga dat gewoon doen. Nou prima, uh, waren we net begonnen. Ik denk dat we de eerste twee weken of zo, had ik net alles opgezegd en ging ik als ZZP'er samen met hem werken. Uh, hadden we een groot project aangenomen in Leiden, een transformatie van een boekenhandel naar appartementen. En toen kreeg hij een herseninfarct. En ja, uh, het project is aangenomen en er moet geleverd worden, weet je wel. Dus toen dacht ik van ja, fuck, ik was misschien 21 of 22 toen. En dat is best wel heftig, weet je wel. Want uh, je zou wel denken, een gast van 21, 22, is vol als een guy, die redt zich wel. Maar je zit gewoon tegenover een fucking roof die al tig jaar in vastgoedregie zit, zoals ze dat heel fancy noemen. Die gast heeft gewoon maximaal scheid aan jou en je situatie. Die wil gewoon dat die deadlines gehaald worden. Mm -hmm. Dus ja, dan word je wel even in diepe gegooid. Um, uiteindelijk is dat project wel gelukt. Uh, heeft me wel ik denk dat ik in een half jaar wel echt uh, mentaal tien jaar ouder ben geworden. Yeah, en vanaf uh, yeah, yeah. daar begon ik zeg maar grijs <laughs> en kaal te worden. <laughs> yeah. um, maar aan de andere kant heb ik echt bizarre gunfactor opgebouwd met die opdrachtgever en een aantal opdrachtgevers in zijn netwerk. Want ondanks dat het gewoon harde zaken guys zijn, hebben ze ergens ook wel zoiets van hey, goede gast komt ze afspraken na, jonge kerel, werkt met een kleine ploeg die ik ondertussen had opgebouwd. Communicatief sterk en dat is weer hun voordeel, want de meeste aannemers dat zijn echt lompe boeren eerste klas als het gaat om communicatie en afspraken. Ze dus we hadden wel zoiets van, hey, de jongen, daar kunnen we iets mee. En daar heb ik echt heel veel handel uit kunnen halen. En uh, dat was ook wel nodig. Want ondertussen viel dus de verdiencapaciteit van mijn pa weg. Die moest revalideren na dat herseninfarct. Die is ook nooit meer helemaal de ouder geworden. En ja, alles kost geld natuurlijk. Plus nog steeds die schulden die afgelost moeten worden. Dus dat was wel een, een hectische periode. Ik denk dat dat twee, drie jaar echt even kut en doorbijten was. Maar daarna was het gros van dat geld afgelost. En toen zijn we op hetzelfde tempo doorgegaan. Ik wil iets meer... Los van mijn vader, maar dat zeiden. En toen heb ik gewoon best wel veel geld kunnen verdienen. Man. Op een uh, hele nette, uh, uh, degelijke manier, voornamelijk met vloerafwerkingen. Uh, als je op mijn Instagram pagina kijkt, kun je nog steeds een paar, bij mijn highlights, kun je nog een paar dingetjes zien van hotels, wat we toen deden en zo. Na een tijdje merk je ook dat je bepaalde opdrachtgevers krijgt die gewoon heel erg leunen op jouw specifieke expertise. En dan heb je ook niet zo heel veel te doen met concurrentie of zo. Weet je? Als ze weten nee. gewoon eens van jur en die ploeg van hem bellen, dan zit het goed. Mm -hmm. Uh, daar altijd best wat euro's in kunnen verdienen, maar ik had wel zoiets van, ja, ik wil niet mijn hele leven in de bouw werken en dan moeten bekvechten met mensen over uh, hij heeft mijn boormachine gejat, weet je wel, gewoon dat, ja, hoofdpijn. dat gedoe, hoofdpijn. Was jij zelf nog veel ook echt aan het ja, bouwen? 100%. Ja, 100%. Ja, ja, wij stonden gewoon 16 uur op een dag uh, alleen sigaretjes te roken en vloeren te storten zodat er niet geluncht hoefde te worden, weet je wel. Dat is dus wel het ding, zeker als je stort, uh, dat materiaal droogt op, dus zodra je begint moet je doorgaan. Ja, dus je moet beunen dus, gewoon. Ja, en ja, dan, doorgaan, wat ja. jij net zei over die, uh, die ondernemer van uh, Wish, mm -hmm. zo ben ik ook. Dan zie ik die gast met die pomp staan en denk ik, ja, dat, dat gaat niet helemaal goed. En als het fout gaat, is het op mijn nek. Ja. Geef me hier, weet je wel. En zo was ik de hele tijd. Ik was echt geen fijne vent om mee te werken voor personeel. <laughs> want ja, gewoon... micromanaging zeg maar. Ja, wel. gewoon ja. slavendrijver eerste klas, weet je ja. wel. Omdat, uh, weet je wel, het risico, uh, dat is dus het ding in de bouw. Als het groot is qua volumes, als er iets fout gaat, dan hang je. Ja. Dus ik heb wel eens gehad dat een collega bijvoorbeeld een, een waterpomp voor zo'n zo grotere pomp uh, verkeerd aansloot. En dat ineens gewoon uh, een, een verdieping blank stond ofzo. Ja, als je een claim krijgt dan hang je. Hè? Want ik was altijd gewoon een klein eenmanszaakje en er werden wel euro's verdiend. Maar als je ineens een claim van een paar ton hebt, ja dan... Uh... Ja, klaar. Heb ik klein. een hele belangrijke vraag daarover. Ja. Hoe kan het dat er zoveel van die gasten zijn die met hun handen werken, mm -hmm. die dat soort kleine achterlijke fouten maken? Want het gebeurt echt fucking vaak. Gewoon oh, een, 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 een pompie verkeerd omgezet of een dit of dat. Dat er gewoon even een woning helemaal ondersteboven staat. Of Dat er gaten zitten in de muur op plekken dat je zegt: Oh ja, sorry man. Uh. Komt deels omdat er ook wel gewoon veel beunazen tussen zitten. Het is een uh, uh, hele toegankelijke markt. Dus als je een beetje handig bent, vinden mensen het moeilijk om in te schatten of jij echt goed bent in wat je doet. of dat je gewoon een beunaas bent. Ja. Uh, Zo'n gast in een werkbroek en een busje komt enigszins competent over, zou je denken. Ja, <laughs> ja toch? Uh, dat en vanuit de markt wordt er ook wel heel erg gestuurd naar vaste prijzen voor meters of installaties of whatever. En daarmee is de incentive voor degene die het werk doet om het zo snel mogelijk te doen en een beetje Cier, af te rofelen. Ja. En als dan vanuit de markt die prijzen onder druk komen te staan. Ja, heel eerlijk, als je mij belde voor uh, egalisatiewerk van 8 euro per meter of 5,5 euro per meter. Ja, bij optie 2 zei ik ook ja, maar heel eerlijk, ik klapte gewoon die hele vloer voor en het was niet mijn mooiste werk wat ik leverde. Ja. snap je? En uh, ja, dat zie je ook op kleine schaal terug met dingen die worden aangesloten en dan fout gaan ofzo. Ja, ja. ja, ja, ja. dus, uh, dat hoort erbij. Ja. En Jur, dat vond ik wel grappig, gewoon ook het formaat van die projecten die jij deed. Ik weet nog wel dat wij bij het evenement Man of Substance, de tweede, ja. stonden wij op een gegeven moment uh, wat is het, bij de NDSM-werf daar bij Amsterdam. Oh, die gebouwen. Ja, 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 toen wees je op een gegeven moment ook echt een van de gigantische appartementencomplexen. Van, ja, dan hebben wij toen nog die vloeren gedaan. Toch? Ja, oh, oké, okay, deze kant. Kan je kunt ook mijn stories zien trouwens. Ja. Ja, dan, ja. Uh, dat was wel leuk, want uh, op een gegeven moment had ik zo'n fase dat ik uh, wat meer met vastgoed en consultatie begon te doen. Maar dat ik ook nog regelmatig gewoon werd ingehuurd als een uh, halve opzichter, eigenlijk. Om gewoon uh, dingen te inventariseren. Uh, of om een transformatieproject van iemand anders uh, het regie daar te doen. En daar kon ik super interessante content ook over maken voor mensen. Dus dan ja. liet ik ook gewoon zien van hé, hey, wat deze aannemer heeft gedaan is super slim. Want puntetelling, waar we het vorige week met Thijs over hadden, dat klopt hier ook. Want er is getegeld tot aan het plafond en zoveel meters, energielabel, papapap. Pap, pap. En uh, heel veel mensen vonden dat interessant om te zien. En daar is het bij mij op social media een beetje gaan lopen. Jongens, ik heb helaas slecht nieuws. Er is een grote kans dat jij failliet gaat en financieel in de problemen komt door ondernemen. Specifiek een manier van ondernemen waar jij nu mogelijk mee bezig bent. Zelf zijn wij inmiddels meer dan een jaar bezig met de Lotgenoten Podcast, het bedrijf dat dit is. En wat ooit begon als een hobby, iets leuks wat we deden, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een team van meer dan zes werknemers, tientallen partners en facturen die dagelijks in en uit gaan. Je zult het waarschijnlijk wel herkennen. Je bent ooit begonnen met ondernemen vanuit een passie of een droom. En je hebt maanden of jaren aan het proberen en grinden om iets van de grond te krijgen. En dan ineens is dat magische moment daar. Het werkt. Je hebt betalende klanten, de bedragen op je rekening worden groter en je bedrijf is aan het groeien. Dus wat ga je doen? Je neemt meer mensen aan, je geeft meer geld uit aan de verbetering van je diensten en je producten en je kosten groeien. Maar wat boeit dat? Er komt genoeg geld binnen, we maken winst, we gaan gassen. Hè? The sky is the limit. De ondernemersspirit. Tot je op een gegeven moment een moment bereikt waarop je leveranciers moet betalen, personeel moet betalen, jezelf wilt betalen. En je realiseert dat er geen geld is. En dat terwijl jullie wel gewoon goed winst aan het maken. Dus wat is hier misgegaan? Uh, vervolgens komt er ook nog een BTW-aanslag bovenop en je zit in de problemen. Jij hebt een cashflow-probleem. Je hebt er waarschijnlijk wel eens verhoord, gehoord. Maar wat houdt het nou precies in? Je hebt misschien meer dan genoeg winst gemaakt op papier om een gezond bedrijf te zijn. Maar als klanten een betaaltermijn van 30, 60 of zelfs 90 dagen hebben en jij moet nu betalen voor de kosten die je hebt gemaakt, dan zit er een probleem. Jij moet nu betalen maar krijg pas in de toekomst het geld van je klanten. En dan ga je failliet. Je zal echt niet de eerste zijn, maar hopelijk wel de laatste. Hopelijk kunnen we dit voorkomen. Want wij hebben een prachtige partner bij deze aflevering, Keld. Keld voorziet in bedrijfsfinanciering tot 200.000 euro. Zodat jij niet in de problemen komt als je een keer de B2-aangifte moet dekken. Of als je wilt schalen in je marketingbudget van een zeer winstgevende campagne. Of als je wilt investeren in meer voorraad. Zeker in Q4 is dat een interessant ding. Aanvragen zijn volledig vrijblijvend. Het duurt slechts een minuut en je krijgt binnen een uur antwoord op je aanvraag en weet hoe je ervoor staat. Volledig vrijblijvend. Uitbetaling van een lening gebeurt binnen 24 uur, dus je hebt ook supersnel je geld. En je lening heeft nul opstartkosten. Geen. Verder zijn alle andere kosten volledig transparant, dus je loopt niet tegen verborgen kosten aan. En de looptijd is niet vast. Jij kunt aflossen wanneer je wilt. Als je vandaag een aanvraag doet via de link in onze beschrijving, dan is de eerste maand lenen volledig gratis. Dat betekent geen rente en geen aflossing. Dus wil jij de BTW voorfinancieren, je cashflow verbeteren, of nieuw personeel aannemen, voorraad kopen voor Q4, whatever? Dan is Keld de partner die je zoekt. Klik op de link in de beschrijving en krijg de eerste maand gratis. Hoe ze bij jou dan gaan ontwikkelen? Want je zegt inderdaad, inderdaad, je werkt in de bouw. Ja. Daarin zegt bij NDSM uh, heb je de vloeren gedaan. Ja. Wat deed je dan precies in de bouw? Gewoon alleen vloeren? Of deed je nee, uh, ook storten? Nee, heel, dat kan, heel, tenuele, heel, kan ook vloeren zijn. Maar... Nou, we ja. hebben dus een fase gehad in het begin. En dat komt wel echt door mijn pa. Uh, ja, heel eerlijk. Als je mij belde. Hey, ben je dakdekker? Ja, tuurlijk ben ik dakdekker. Is ja. ja, als het wat opleverde, weet je. Ik wist niet hoe het moest. Maar ja. ik heb best wel wat. Een uh, heel lang het dan niet schip. Om, um, om zeg maar, uh, slecht te praten over fysieke beroepen. Want er zit echt wel een bepaalde mate van complexiteit in. Mm -hmm. uh, het is echt niet zo dat ik uh, nu kan roepen. Ik ben elektricien en dat ik het over een week kan of zo. Dat is echt niet het geval, zeker niet in die hoek. Maar uh, uh, systeemwandjes bouwen. Ik had bijvoorbeeld in corona. Uh, uh, ik had inmiddels een klantenbestand wat goed liep en ik had een wat kleinere ploeg die gewoon super loyaal was en altijd met me werkte en daar werd goed geld aan verdiend. En in corona uh, liep alles terug. Eerst had ik even een piek te pakken, waarbij dus alle hotels bijvoorbeeld zeiden: ik hey, kom de algemene ruimtes een keertje doen. En dan met name de wandafwerkingen en de vloeren, want dat was wat ik toen veel deed. Maar dat was ook omdat de markt daar heel veel naar vroeg. Dus als mijn klanten belden: kun hey, kan je weet ik hoeveel uh, wandmateriaal gaan plaatsen? Ja, natuurlijk, weet je, ik weet hoe het moet, ik fix dat wel. Of kun je systeemplafonds en systeemwanden verwijderen? Want wij hebben vroeger ook heel veel. Uh, zo ben ik er ooit ingerold met mijn pa. Wij deden heel veel panden Casco-trekken, zoals we dat noemen. Grote kantoorpanden, die hebben nog allemaal. Ruimtes. Dit pand is een mooi voorbeeld. Als ze nu zeggen, hé, dat RTV-gebouw, willen we aan één huurder gaan verhuren. Er zitten helemaal van die kleine hokken in. We bellen jeur. En succes, het moet Casco zijn over een maand. Dan leg ik een prijs neer en dan trekken wij alle muren er voor jou uit. Dat storten we af. Alle vloerbedekking rijden we eruit met van die stripmachines. kun je ook nog zien op mijn instagram -story <laughs> dat van mij met van die machines. Gaan. Yeah, yeah. Um, dat deden we ook, weet je, want het heeft allemaal een bepaalde overlap. En als je weet hoe je zo'n ding uit elkaar haalt, op een degelijke manier, weet je, weet je waarschijnlijk ook in grote lijnen in elkaar moet zetten. Dat uit elkaar halen zit ook goed, goed geld in, of niet? Daar zit het meeste geld in. Man. Ik hoorde laatst ook weer de iemand die daarin ging stappen. Die zei ja. ook van, uh, het contoren leegtrekken, dat daar echt uh, goede business in zit. Ik heb wel dagen gehad, uh, maar dat zijn de uitschieters. Hè. Dus daar moeten ja. mensen wel rekening mee houden. En je moet beseffen, het is echt fysiek super, super zwaar werk. En je hebt veel machines, dus je hebt ook wel overheadkosten. Alleen dat zijn vaak verzonken kosten, omdat je zo'n apparaat echt tien jaar geleden hebt gekocht. Ja. En met het van mijn pa, dat is dan mijn geluk. Ik was met die curator bezig en ik zat in die boekhouding. En ik zag wel gewoon van, hey, bepaalde dingen staan niet op de balans. Maar ze staan er wel in het magazijn. Ja, die gaan met mij mee, weet je wel. Dus ik ja, ja, ja. en uh, een maatje van me stonden er s'nachts gewoon allemaal dingen weg te rauzen daar. En die machines, die hebben we nog steeds, weet je wel. Ja, ja. En die doen het ook nog steeds. Dus dat is top, weet je Die hebben één keer 8000 euro gekost. En die hebben echt misschien al twee, drie ton opgeleverd of zo. Ja. Dus, ja. Maar alsnog, het is een kapitaalkrachtige business om in te zitten. Uh, maar we hebben wel dagen gehad dat we bijvoorbeeld uh, vloerbedekking gingen verwijderen. En dan, uh, weet ik veel, kreeg je vier euro per meter. Dan moet je het wel zelf afstorten. Dus de echte marge is misschien 2,5. En dan moet dan natuurlijk nog je ploeg van betaald worden. Maar je kan easy een uh, paar duizend meter op een dag doen... als je de juiste machines hebt. Mm -hmm. Ja, dat is handel natuurlijk. Ja. Alleen, ja, uh, als iemand met zo'n machine zo'n kachelpijpje raakt... en uh, dat water wat uit de kachel komt zet de hele verdieping blauw... dan ben je weer uh, 20k achteruit gegaan. Dus dat ja. was altijd een beetje het spelletje. Maar um, om terug te komen op je vraag... Ja, wij hebben verschillende fases gehad dat we van alles deden eigenlijk... op basis van wat de klanten wilden. En in corona liep heel veel werk terug. Wist ik ook niet zo goed meer wat ik moest doen... en hoe ik mijn jongens aan het werk moest houden. En toen bedacht ik... <coughs> Toen bedacht ik me van, hé, hey, ik heb een VOG. Dat is best wel zeldzaam als bouwvakker. Al die bouwvakkers zijn een beetje boefjes. Uh, de jongens waar ik mee werkte hadden ook VOG. En ik wist dat er in Laan op Zuid in Rotterdam was er een groter bouwproject van de Belastingdienst. Er waren vijf torens naast elkaar en uh, die werden gewoon helemaal gestript, verbouwd weet ik het wat, door heilands. Uh, ik ben daarheen gegaan en toen heb ik gewoon tegen een pagast gezegd: zoeken jullie nog iemand, want dan komen wij met z'n drieën langs. En dan uh, weet ik veel, gaan we bandjes bouwen of zo. Ja, ik, ik, ik had het niet echt nodig, maar ergens ook weer wel. Weet je? Want je wil wel gewoon. Uh, ik, had toen, ik had toen twee panden, denk ik, of zo. Dat was niet genoeg om uh, van rond te komen. Je hebt natuurlijk wel gewoon je spaargeld en zo. Maar heel eerlijk, wat de fuck ga je de hele dag doen? Dat, dat wordt hem ook niet. En toen had ik nog niet social media ontdekt zoals ik het nu heb ontdekt, ja. zeg maar. Dus ik wilde wel gewoon graag opdrachten hebben. En ook uh, uit een soort loyaliteit naar de jongens waar je mee werkt. Wil je wel gewoon een constante flow van, van opdrachten blijven ja. houden. Anders kun je ze niet aan het werk houden. Wij zijn er gegaan. En toen uh, uh, hebben ze gewoon gezegd, joh, kun je glazen wanden zetten? Ja, dat is iets van, ja... Ja. Sowieso, <laughs> sowieso. <laughs> uh, en toen uh, zat het gelijk door: oké, okay, die jongens lullen uit hun nek. Maar uh, wel gewoon tof dat ze zo komen opdagen. Uh, dus, uh, en dat soort dingen kun je wel leren. Dus uh, die aannemers zeiden gewoon: kom met ons mee. Hebben we gewoon een half jaar lang, omdat er niks anders te doen was, hebben we glazen wanden lopen zetten en dat soort dingen. Uiteindelijk uh, trok dat allemaal wel weer aan. Um, en toen heb ik een betere opdrachtgever gevonden. En toen ben ik bij die grotere projecten beland op het gebied van vloerafwerkingen. Maar toen uh, begonnen dingen, begonnen dingen in COVID echt heftiger te worden met mondkappen, QR-codes en allemaal gezeik. En uh, toen is het bij mij echt de boel geëscaleerd, want de jongens waar ik mee werkte, die waren er echt niet van. Want mondkappen op het werk en zo, loop je zwaar fysiek werk te doen, Dan heb je één een zo'n peasant die daar helemaal over loopt te zeiken en zo. Ja, nee. Uh, en ik zelf ook niet. Dus toen heb ik een aquavitje gehad in uh, Amsterdam, in een hotel. Daar ben ik weggestuurd en dat was een hele grote opdracht voor mij. Dat was even denk ik in acht maanden, ik denk een 120.000 euro of zo marge. Uh, en ik, ik deed misschien in een heel goed jaar 125, 150k uh, winst onderaan de streep ofzo. Dus dat was echt een substantieel deel van wat ik zou gaan verdienen dat jaar. Uh, maar echt hoge discussies en gezeik doorlopend. En toen heb ik gewoon gezegd, ja fuck you, ik heb hier geen zin meer in. Dan maar niet of zo. En dat heeft me wel echt gepakt. Want uh, ja, ik, ik, weet je wel, je moet ook tegen personeel zeggen, hé hey, sorry, dat wordt hem niet meer. En dat, dat raakte mij ook wel. En zo is toevallig dat balletje uh, Fast Forward richting Miro ontstaan. Want ik heb toen ooit uh, in een soort van depri uh, bui, heb ik T-worden mail gestuurd. En uh, toen was het ook een reactie van, hé hey man, goed dat je gewoon je, je poot stijf hebt gehouden en uh, dat je gewoon voor je, voor je kernwaarde staat, bla bla En toen kwam ook een keer uh, Miro erin voorbij in die conversatie. En uh, later zag ik het ook een keer bij Misha voorbij komen, maar dat is weer een ander verhaal. En toen dacht ik, hé, hey, die Miro is inderdaad een interessante guy. En die heeft toen, echt alsof het zo moest zijn, had hij een keer op zijn story gezet, hé... Hey, uh, en besef, ik was dus net mijn opdracht kwijt. Dus ik dacht echt, wat moet ik met mijn tijd doen? In de tussentijd had ik wel meer vastgoed aangekocht. Dus mijn uh, basislasten, vaste lasten die ik echt moet lappen, uh, die kon ik dekken daaruit. Dus ik hoefde niet echt per se werk te hebben. Maar het is op zich wel nice om wel gewoon, gewoon flink naken te blijven verdienen. Toen dacht ik van, ja, hé, wat ga ik dan doen? Uh, ik weet het niet echt. En toen zag ik op een story van Miro dat hij zei van... Uh, ik, zoek een, uh, ik ga een mentorship uitdelen aan iemand of zo. Zo'n soort bericht was het. Dus ik had erop gereageerd van, hé hey man... Uh, een beetje accu gehad met wat opdrachtgevers. Ik zit eigenlijk gewoon basically uh, zonder werk. Mijn hele bedrijf ligt stil. Ik heb wel overheidkosten die doorlopen. Dus ik moet wel iets verdienen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat ik dat wel kan fixen. Kan ik Kan niet gewoon een paar dagen in de week bij jou gaan zitten? Want je lijkt me een wijze vent. En dan heb ik in ieder geval. Want ik voelde me ook fucking eenzaam in die periode. Want heel eerlijk, als je niet uh, heel veel ondernemers om je heen hebt of zo... wat ik toen niet echt had, voor een deel. Um, ja, dat is gewoon een, een beetje een gare situatie. Want je kunt het er niet met je vrouw over hebben of met je ouders of zo. Dat gaat er niet worden. Dus ik dacht, als ik gewoon wat tijd met hem spenderen en uh, misschien kan ik hem een beetje ondersteunen, dan gaat mijn leven niet slechter van worden. Toen zei hij van nou heel eerlijk, ik zoek gewoon een stagiaire die fucking koffie voor maalt haalt en zo. Uh, dus, en als ik, want ik had er allemaal gegevens bij gezet, wat, wat voor winst ik deed, wat ik uh, een beetje vermogenspositie, vastgoed, dat soort dingen. Toen zei hij, volgens mij, ben je gewoon een hele slimme vent die echt zijn zaken goed op de rit heeft, zeker gezien je leeftijd. Kom anders gewoon langs voor een gesprek. Want wat is je leeftijd nu? 28. En wat was je leeftijd toen? 26. 25 ja. 25, 26. Ja. ja. 26 misschien, ja. Um, dus ik ken Miro ook helemaal niet zo heel erg lang. Heel veel mensen denken echt dat wij zijn opgegroeid samen of zo, maar dat is helemaal niet zo. <laughs> Je kende Misha dus eerder zelfs dan Miro eigenlijk? Ja, ja. ja nou niet persoonlijk, maar, maar ik volgde hem online. Maar. Ja, 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 Misha en daarvoor zelfs Tibor. Ja, ja, Tibor sowieso. Ja, daarom, daarom vind ik ook mooi hoe dat cirkeltje soort van rond is nu. Want uh, wij zijn nu best wel goed met Tibor en hij ja. is goed met ons. En ja. er zit heel veel synergie tussen wat we doen en heel veel kruisbestuiving links en rechts. En ook een beetje dezelfde, nou eigenlijk volle bak dezelfde kernwaarde, maar ook dezelfde visie. En dat is achteraf gezien wel heel vreemd hoe zoiets dan loopt of zo. Ja. Hoe ben je Tibo dan tegengekomen? Gewoon ja, op in social. Ja, heel eerlijk. Ik had uh, ik, ik was die guy die gewoon op social media zich ook volle bak uitsprak over die corona bullshit. En hij ook. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment gaat dat allemaal elkaar een beetje opzoeken in die polarisatie die je in de samenleving ziet. Dan, dan ga je toch ook een beetje zelf zo. Hey, hij is ook een beetje zo'n halve wappie. Uh, ik ga wel even met hem een beetje connecten. Weet je, zo werkt dat natuurlijk. gewoon. Ja. Mensen zijn. Allemaal op hun eigen manier, toch een beetje kunnen die of in ieder geval geneigd om in een klein groepsverband uh, te zijn, weet je wel. Als jullie met z'n drieën zijn, jongen, jij, jij, Tibor erbij. Mm. Als Miro dan ook even krulletjes weghaalt, dan zijn jullie echt drie kale mannen in pak, jongen, dan komen jullie opdagen. Waar blijf jij nou? Ja, nee, joh, als ik mezelf kaal, schip dan krijg ik uh, kaarten, beterschap man, dat is echt niet dat is niet goed. Dan zie ik, denk ik, echt uit zijn patiënt. <laughs> gaan we niet doen. Nee. Uh, jammer je mm. Ja, net nee, zou je niet staan, maar dit nee. staat je Het is meer een beetje, beetje Peaky Blinder vibes of zo. Ja, dus het heeft wel maar... het lang geduurd, hè? Voordat ja. het zo eruit. Uh... Ja. Ja. Het is nog steeds drama, ik heb het geaccepteerd. Uh, wel... Ik vind dat hij wat is niet op zo heeft. Wat vind jij ervan? Ik kan ermee door. Mm. Ik vind het nice als het iets langer is, te zijn. Nog langer? Ja, man. Ja? Ja. Beetje <laughs> Mozart. Uh, nou, dat is alleen maar top. Groeien ja. doet het toch wel, dus uh, dat ik wil gewoon gedaan. Dat is, Mozart. Dat is dat wel is wel als jij die Miro dus zocht. Ja. Twee, goeie hij goeie heeft die bij mij niet gekregen, maar bij Mozart wel. Een paar jaar later. Ja, man. Okay, dus, lekker. Uh, maar toen dus, ja. een beetje Miro ontmoet en zo. Ja, en uh, dat was wel interessant, want ik heb toen gewoon een heel goed gesprek met hem gehad. Het uh, was wel grappig hoe dat liep, want ik kwam gewoon van een bouw. Uh, ik, ondertussen had ik nog wel wat werk links en rechts. Ja. Ik kwam gewoon uh, in mijn theeltijdje aangereden van een van de bouwprojecten. Kwam mijn, mijn bouwklofje nog aan. En uh, ik zit gewoon met hem te praten en hij wist ook niet echt wat hij kon verwachten. En uh, ja, klikt goed. Ook, uh, ik denk dat we ook wel in één sessie genoeg hebben besproken... waar de meeste mensen echt een paar dagen voor nodig hebben of zo. Uh, qua kern kernwaarde matchte dat allemaal wel aardig. Maar ook, uh, ja, hij gaf mij wel een paar inzichten van... hé, hey, Jur, eigenlijk dat patroon wat jij hebt vanaf vijf HAVO... waar ik het gesprek mee begon, hè, Dus ik kon easy gymnasium doen, maar ik koos een beetje de makkelijke route op HAVO. Dat was ik ook met mijn werk aan het doen, weet je. Hij zei, ja, heel eerlijk, je, dat was goed. Je weet precies hoe dat werkt en je hebt al je shit geregeld ermee. Dus qua vermogen en zo... Uh, eigenlijk best een bijzonder verhaal, weet je, dat je met zo'n simpele business dat een beetje weet klaar te spelen, maar dat is ook je probleem. Je zoekt wel ook, een keer die simpele simpele business op, weet je wel, want het is voor jou niet moeilijk om te floreren in de bouw, omdat je best wel een slimme vent bent en de concurrentie misschien niet altijd een even intellectueel hoogstandje is. Dus uh, maak het eens wat moeilijker voor jezelf. Oké, okay, kunnen we doen. En hij zei: van, joh, je weet echt fucking veel van vastgoed. Uh, waarom zoek je niet wat meer die consultancy kant op, weet je wel? Dat je misschien ondernemers gaat ondersteunen in het..." Herstructureren van portfolio's, financieringsopzetjes, uh, het aankopen, verkopen, deal sourcing misschien, maar ook gewoon het consulteren daarin. Vond ik een super vet idee. Ik had alleen wel eens iets ja, social media en zo, dat is misschien niet helemaal uh, mijn ding. Eindstand had ik na een tijdje wel door hoe het werkte en dat, dat ging goed. Uh, heb ik ook deels aan Miro, of eigenlijk wel voornamelijk aan Miro te danken. Um, en zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan, man. Uh, dat ik een beetje zo die, die vastgoedkant op ging. En dat ook weer ging uitdragen naar de buitenwereld. Maar wat je snel zag is, uh, dan had ik mijn kantoortje en... Nee, kantoor kwam later trouwens, ik moet het goed uitleggen. Uh, zat ik sessies te doen met klanten. Maar na één, twee maanden ben je best wel uitgeluld over vastgoed, snap je? Want dat is een heel proces. En als een klant gewoon weet hoe het werkt, dan ja, kun je hooguit nieuwe deals bekijken. En ondertussen was ik wel een beetje bezig met transformeren. Dat vond ik super tof en daar had ik ook ineens tijd voor. Maar dat was het. Maar als je dan een volgende sessie met een klant hebt, dan ben je toch geneigd. Tenminste, ik ben dat uh, dan geneigd om door te vragen op hoe ziet, hoe ziet die business van jou eruit? Want... Ja, mensen kwamen wel bij mij dat ze zeiden, ja, ik heb drie ton per jaar om te investeren in vastgoed. Denk ik ja, oké, okay, waar, waar komt dat geld dan vandaan? Want dat is serieus knaken, weet je? Yeah, wel. Yeah. Uh, ja, uit mijn business, ik ben ondernemer. En dat merkte ik ook na een tijdje dat je voornamelijk met ondernemers werkt, dan, want die verdienen ze over het algemeen wel. Uh, en dan zat ik daar door te vragen, van, hey, hoe kan die business dan misschien net anders worden vormgegeven, dat we nog meer geld ervan kunnen maken? Of je roept wel dat je drie ton hebt elk jaar weer, maar volgens mij werk je ook 100 uur per week. Moet dat niet wat minder of anders? En uh, dan vraag je door op de business en uiteindelijk is de kern altijd op individueel niveau dat er bepaalde knelpunten zijn. Dat weten jullie inmiddels ook. Okay. En uh, voordat ik het wist werden dat een soort halve uh, gesprekken, psychologische gesprekken. Um, en dat ging mij van nature gewoon heel goed af. Uh, misschien deels door mijn achtergrond of ervaring, I don't know. Uh, maar toen zei Miro uh, na een tijdje ook van, hey, uh, valt me op dat het super goed gaat. Uh, en... Toch ook wel een beetje hetzelfde werk bijna aan het doen als dat ik aan het doen ben. Uh, is dat niet super tof? Want Miro werkte toen al met Martien. Zij deed dat met z'n tweeën. Uh, lijkt het je niet tof om dat met z'n drieën te gaan doen? Hè? Want uh, met z'n tweeën beunen wij ook maar wat even, ongeveer gezegd. Met z'n drieën ben je echt een team. Dus ik denk: van, oh fuck, ja, dat heb je eigenlijk wel een punt. En zo is dat eigenlijk heel organisch een beetje zo'n rare kant op gegaan. Uh, wat nooit de insteek was van tevoren. Maar uh, wel iets waar ik super content mee ben, ja. Oh, dat begrijp ik wel. En, dus je ging eerst consultancy doen, zelfstandig. Ja. En daarna ben je pas bij Grow Coaching Business. Ja, ja, toen was het nog niet eens Grow Coaching Business. We hadden niet eens een website, we hadden niet eens een naam. Het nee. was gewoon uh, Miro. Was die, gewoon die, ja, Miro was ooit die, die fitnesstak begonnen begonnen. Dus uh, je had Grow Coaching Fitness. Miro deed fitnessbegeleiding heel lang voordat hij merkte van... Hey, het boeit mij niet zoveel meer om iemand nog uit te leggen... of die nou pinda's of cashewnoten moet eten en weet ik veel wat allemaal. Uh, en hij haalde veel meer energie uh, uit uh, de enkele fitnessklant van hem die gewoon een zware ondernemer was. En eigenlijk net zoveel over zijn business wilde sparren als over zijn uh, gewoontes en voeding en training. Ja. Uh, en toen heeft hij op een dag gezegd: van hé, hey, uh, Grow Fitness, dat blijft een franchise-formule, dat loopt lekker door. Maar laat mij maar lekker uh, een coachende en consulterende rol uh, pakken uh, bij ondernemers. En dan puur gericht op de business. En die opdracht, hè, want. Uh, je hebt een hele grote opdracht gehad op een gegeven moment. Dan zeg je van oké, okay, ik neem afstand. Daarna zoek je een beetje contact op met Tibor. Die zegt, hé, hey, je hebt gewandeld vanuit je kenbaar Dat is heel goed. Ja. Ondertussen ontmoet je Miro. en Die zegt van, ja, je kan veel meer. Dus je kan veel meer opdrachten halen. Of je kan nog dit verder gaan uitwerken. Ja. Daarna... Als ik nu je verhaal hoor, heb je niet zoveel opdrachten meer gedaan? Ofwel is dat continu. Nee, 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 man, ik heb gewoon ook helemaal gewoon... gestopt. Ja, tuurlijk. Ja, ja heel eerlijk, ja. Ja, ja, want maar, maar dat, is ook, dat was dus iets waar te weinig, te weinig mensen bij stilstaan. Als je, je gaat echt anders handelen. Als je zeg maar, uh, cashflow hebt. Zonder dat je echt voor hoeft te werken. Dus ik, ik had wat panden aangekocht. Er komt iets van geld uit. Zeker als je dat een beetje goed inricht aan de voorkant is. Was goed wel wat complexer om, uh, om klaar te spelen. Dus uh, je moet wel echt, je moet gewoon een pand kopen. Je moet dat goed structureren qua financiering, huurers het hele pakket. Maar als het staat, staat het. En dan komt er geld uit. En dat brengt wel een, uh, ja, ik weet niet echt hoe ik het anders moet omschrijven dan een bepaald scheidniveau gewoon wat je hebt naar boven. Dat je niet meer zomaar uh, je uren gaat omruilen voor geld. Mm -hmm. uh, tenzij het iets is wat je of vet vindt of wat gewoon echt heel veel geld oplevert. Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, en daardoor was het voor mij ook heel makkelijk om te zeggen, hé, hey, laat die business maar lekker zitten, man. Ik vind het wel goed. Ik heb nog wel een paar opdrachtgevers, en daar moet ik ook wel eerlijk in zijn, die hebben mij ook echt groot gemaakt, om het zo te zeggen. Dat zijn echt hele loyale klanten. Ja, als die me nu zouden bellen, is het antwoord nee. Maar als die mij een anderhalf jaar geleden belde, verbond ik ze of door met een van de jongens waar ik vroeger goed mee was. Of ik, stond, ik stapte dus nooit zelf in mijn busje en ik reed er gewoon heen om het te fixen voor ze. Omdat ik echt gewoon een soort wederzijdse loyaliteit met die klanten heb gehad. Mm -hmm. Die hebben mij echt uh, in periodes dat het dus in corona super klem liep allemaal hebben zij mij wel overal doorheen geholpen? Of juist in die periode dat mijn pafiet ging, waren er ja. wel gewoon opdrachtgevers die mij belden en zeiden: Yo, ik hoorde dat het helemaal klem loopt bij jou. Uh, je mag deze en deze opdracht doen, is dus wel gewoon basically op kostprijs, maar dan heb je in ieder geval je jongens aan het werk. Mm -hmm. Ja, heel eerlijk, dat, dat waardeer ik zo erg. Uh, die gasten, als die me nu bellen, hebben nog steeds een beetje zo die drang van: ik moet daar iets terug voor doen of zo. Ja. Ja. En, en dat zijn dan de opdrachtgevers. Ja, en dan heb je ook zeg maar nog de jongens die voor je hard lopen. Ja. Um, op een gegeven moment, ja, dan denken ze ook in één keer van... hé, hey, kom er komen geen opdrachten meer binnen. Hoe ja. ben je daarmee omgegaan? Nou, ja, dat, uh, dat was een... Het is nooit alsof ik echt tien, 15 man aan het werk heb gehad, hoor. Het waren altijd een paar FTE uh, die altijd... In het begin waren ze in loondienst, maar die, die zijn heel snel geswitcht naar ZZP... omdat het fiscaal gewoon lucratiever was voor hen. Mm -hmm. En daarvan waren uiteindelijk maar echt... Uh, aan het einde twee jongens waar ik echt nog heel close mee was... toen uh, alles klem begon te lopen. En die zagen dat ik aankomen, Want het is niet zo dat alle, alle opdrachtgevers... in een week de stekker eruit trekken. Dat loopt heel langzaam terug. Mm. Uh, zelfs binnen de opdrachtgever zie je dat het aantal opdrachten steeds meer terugloopt. Dus die voelden dat ik wel aankomen. Uh, maar toch, ja, dat is super Ja, alleen in goed overleg kun je veel doen. En uh, ik heb ook wel een beetje meegedacht in hoe zij elders wel gewoon aan de bak konden gaan. Dus ik heb dat wel heel transparant met hun overlegd van: hey, als je elders aan de bak kunt, doe dat gewoon lekker. Ja, ja. Je gaf aan helemaal aan het begin van het verhaal van je wil gewoon veel geld verdienen. Ja. Op een gegeven moment. Hoe zag dat eruit? Zeg maar? Want voor sommige mensen is veel geld verdienen. Ja, ik wil, uh, weet ik, veel. Een Audi voor de deur en een, een vrijstaande woning. Voor andere mensen is het ik wil 200 miljoen hebben. Wat was jouw visie een beetje? Uh, nou, ik, ik heb dus. Mensen hebben altijd de aanname bij mij dat ik een soort van uh, strategisch masterplan 10 jaar vooruit heb gehad of zo. Of dat ik dat heb. Dat valt reuze mee. Ik heb ergens. De, ik zie het zo van hé, hey, de wereld is zo'n. Uh, dynamische plek. Ik geloof niet echt meer in 20, 30 jaar vooruit. Denk: moet ik op, op een miljard zitten voor 100 miljoen? Want ik weet dat er zoveel kan gebeuren in de tussentijd. En je moet zo adaptief en veerkrachtig zijn. dat ik niet heel veel verder denk dan vaak uh, een paar jaar. en dan uh, reverse engineering een paar maanden vaak. Mm -hmm. En ik dacht gewoon uh, met de boerenlogica: van oké, okay, dit is wat ik nu doe. Ik zit nu op kantoor. Waar ben ik goed in? Waar gaat er geld in om? Meer dan wat ik nu verdien? Bouw. Oké, okay, fuck it, we gaan dat doen. Toen was het oké okay van het bouw uh, dit loopt nu een beetje klem en dit kan ik niet uh, opschalen naar een huge bedrijf wat ik vroeger wel dacht. Um, wat wordt het dan? Vastgoed. Oké, okay, let's go. Gaan we dat doen? Want op een gegeven moment in de bouw merkte ik wel van hé, hey, um, die bouwvakkers verdienen wat geld, die aannemers verdienen wat geld, maar de jongens die ze echt verdienen, die staan niet zelf te bouwen, die zijn de eigenaar van het pand wat verbouwd wordt, snap ja. je? Mm -hmm. Dus toen viel bij mij het kwartje van hé, hey, uh, dat is een heel ander spel wat ze spelen. En daardoor is gedurende dat hele proces mijn hele perceptie van... Wat is veel geld verdienen ook veranderd? Dus toen ik nog op kantoor zat, misschien toen ik nog uh, studeerde, dacht ik: hé, als ik 2000 in de maand verdien, is veel geld. Weet je, want dat was ten opzichte van het perspectief, 700 in de maand krijgen voor creditcards verkopen of zo. Ja, dat vond ik toen veel. Toen zat ik op kantoor, toen dacht ik: oké, okay, uh, als ik uh, ga ZZP'en en later een beetje een bedrijf weer bouwen, dan pak je misschien 4000, 5000 euro in de maand. Dat is veel. Goede stap, lijkt mij. Ging dat doen. Voor het weet, verdien je dat dan? En dan ga je denken van hé, hey, ja, hoe kan ik nu gewoon een ton winst draaien in een jaar? Oh, dan moet ik ook materialen gaan leveren met machines op dagen, grotere opdrachten draaien. Nou, prima, dan heb je dat na een tijdje. En toen merkte ik wel van hé, hey, ik vind een ton winst onderaan de strepen vind ik uh, nice. Maar als je dat terugrekent, is dat ook maar iets van half 8,500 euro per maand. En dan zeg ik, maar het is gewoon fucking veel geld eigenlijk mm -hmm. natuurlijk. Maar uh, dan ga je ook niet binnen 2, 3 jaar miljonair mee worden. Kan of ook zo, snel dan? op. kan heel snel op. Nou, was ik wel van, uh, ik heb dus heel lang in mijn kantoor gewoond. Uh, dat is een klein detail. Uh, ja, ik had geld nodig, snap ik. Ik moest ook gewoon dingen betalen. En uh, die situatie met mijn pa werd er ook niet beter op of zo. Dus ik heb uh, heel lang in het, in het pand waar beneden mijn machine stonden, als opslag, daarboven heb ik een appartementje van gemaakt. Daar heb ik, en dat was echt best wel mooi uh, een soort lofje geworden. Misschien drie, vier jaar gewoond of zo. Man. Ja, ja. Ja. Maar dat vind ik wel echt strijdend mentaliteit. Man. Gewoon in je kantoor? Ja, maar ik, ik hoor al het woord loftje vallen, dus het zal nog wel meevallen. Je lag Ween niet we op een streepje. Nou, nee, nou, heel, uh, ik kan nog wel... Ja, ik heb sowieso foto's, die kan je nog wel even doorsturen. Dat is okay, wel leuk te zien. Ja. Dan moet ik even de ja. minuut opschrijven, dan gooi je de editor er met de tussen in het beeld. Ja, ja. Dat is wel leuk. Dus voor de uh, mensen die kijken, kunnen we het nu zien. Maar uh, uh, ja, het was gewoon... Het uh, dus dat was, dat was een kantoorpand, Het was gewoon een badkamertje ingebouwd. Uh, een of andere uh, keukenblok wat erin zat. En een bed. Ja, ja. alles wat je nodig hebt. Ja, maar heel eerlijk, ik heb toen ook tegen mijn vriendin gezegd, want dat was om terug te komen op de vraag van uh, jaren, wel de visie van hé, hey, toen zat ik er nog in van hey, als ik een ton of zes heb, want ik weet inmiddels dat ik het kan laten renderen in de markt op 8% of zo, zoiets, weet ik veel, misschien 8 tot 12 gemiddeld gezien, dan pak ik dus minimaal 48k in een jaar, dus dat is 4000 in de maand, ja, daar kan ik prima van leven. In Nederland hebben we toch nog box 3, wat een soort van de pretbox is, dus dat is in principe een soort van belastingvrij. Mm -hmm. Ik heb gewoon gezegd tegen mijn vriendin van luister. Dit is de kans die ik nu heb. Ik kan hele grote projecten draaien. Van maandag tot vrijdag zijn we gewoon volumes aan het draaien. In het weekend pak ik met één, twee jongens de kleinere projecten op waar echt Marge op zitten. En dan reden we naar Duitsland. Deden we een klein hotelletje twee lobby's verbouwen of zo. Uh, en dan gingen we weer terug. Je gaat mij weinig zien. Uh, gaat ook best wel een stressvolle periode worden. En uh, in die tijd was ik echt nog een heet hoofd. Dat als ik gestrest was, dat, dat was ik niet de meest chille gast om uh, mm -hmm. altijd bij in de buurt te zijn. Maar ik heb gewoon gezegd: dit is wat we gaan doen. We gaan in mijn kantoor wonen. Ik hoef geen ene fuck uit te geven, behalve een paar zakelijke kosten, wat boodschap en een zorgverzekering. Ik kan gewoon grof geld verdienen en grof geld sparen. Dan ga ik allemaal ergens insteken. En als dat geïnvesteerd is, doen we dat vier, vijf, misschien zes jaar. En dan hoeven we gewoon nooit meer te werken. Hoe klinkt dat voor je? Ja, vond ze in het begin even bijzonder, want hè, vrouwen zitten toch anders in de wedstrijd. Die hebben het liefst gewoon huisje boompje, beestje. Ja. Maar uh, zeiden ze, ja, is goed. Uh, gaan we doen. Ja, mensen in het algemeen. Ik bedoel, vrouwen, ja, ik denk dat als je dat uh, aan mijn ouders had uitgelegd uh, of weet ik voor wat. Ja, de meeste mensen denken van, ja, what the fuck waar heb jij het over? Mm. Ja, nee, snap ik wel. Omdat het in jouw hoofd klopt, klopt het. Nou ja, ja, het hele ding is, heel veel mensen hebben mening over dingen waar ze niks van snappen. Als je het plan uitschrijft, uitlegt en daarna laat zien hoe je het implementeert, ja. is voor veel mensen logisch. Maar het, als we dit nu doen, van iemand van 21, kan ik over 6, 7 jaar, hoef ik nooit meer te werken, denken mensen, nee af, kan niet. kan niet. Hoe ga je voor je 30ste nooit meer kunnen werken? Kan niet. Ja, bij mij speelt sowieso mijn recalcitrantie op. Dan denk ik van fuck jullie, bepaal ik zelf wel even. Bij maar, mij ook, uh, maar bij heel veel mensen niet. Want anders no zou no niet true. iedereen dat doen. <laughs> Klopt, ja. Dus uh, mede, da uh, daardoor ben je ook weer uh, een van die gasten die het wel klaargespeeld krijgt Want anders ja. zou iedereen het doen. En dan de hele, de hele economie wordt anders eigenlijk. Mm -hmm. nu, ja, ja. Maar dat was wel een interessante periode. Want uh, ik heb daardoor wel, uh, misschien juist door dat, die fase daarvoor dat alles gewoon kut liep. Weet je wel dus. Persoonlijk loopt het kut, want je ziet privé dat niks lekker loopt. Paar is een feite heel gedoe. Dat uh, is natuurlijk een uh, hele melancholische vibe waar je dan in zit ja. of zo. Plus zakelijk ook wel gewoon gezeik gehad met grote opdrachtgevers die wisten dat zij leverage hadden en dat ze gewoon facturen vasthielden of niet betaalden. Terwijl jij alles al hebt voorgefinancierd. Dat is ook echt een pijnpunt, wat lang niet alle ondernemers goed genoeg beseffen. Yep. Dan krijg je zoveel gezeik over je heen, uh, dat je ook wel gewoon uh, met een andere intensiteit werkt. Want dan krijg je kort daarop terugpakken. Want soms vliegen we langs die dingen, dan krijg je gewoon cashflow-problemen, toch? Als in, jij hebt misschien ja, 30.000 euro voor uh, gefinancierd, met het idee dat daar een ton voor terugkomt. Maar als diegene dan zegt, ja, ik betaal het niet. Ja, of gewoon gelel met, oh, je, je inkoopnummer op de factuur klopt niet, uh, je moet hem opnieuw indienen. En dan hebben ze een betalingstermijn van 12 weken of zo, weet je wel. Dus dan moet je opnieuw 12 weken wachten op je geld, ja. ja. ja, ja, ja. En dat is gewoon een gelulverhaal natuurlijk, want ze yes. hebben dan gewoon cashflow uitdagingen zelf of weet ik veel wat. En tussendoor komt de fiscus bij jouw verhaal gewoon btw ja. voor die factuur die er al ja, uitgevlogen ja, ja, is, ja. dat je denkt, wacht eens even. En dan komt het addertje, en dan word je na drie weken, wanneer je echt zwaar omhoog zit, word je ineens gebeld, hé, hey, uh, ik heb een beetje ruimte gecreëerd, we kunnen ook gewoon 4% betalingskorting doen, dan heb je het geld morgen op je rekening staan. Die is jongen, dat is echt ja. zo gek. Ja, en daar, daar heb ik wel dingen van geleerd, dat ik, uh, je wordt daar heel zakelijk, wordt je daar gewoon heel hard van ofzo. zo. Mm -hmm. Dus uh, die periode, uh, want mensen vragen nu wel eens aan mij: van ja, hé, uh, jij en Miro, uh, jullie werken altijd heel veel. En uh, klanten krijgen wel eens mee dat ik dan, weet ik veel, mijn sessies begin om acht uur. En dan draai ik sessies tot acht uur s avonds of tien uur s avonds of zo, whatever. Ja, is dat dan niet zwaar? En dan denk ik: van ja, nee, 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 dat is niet zwaar. Weet je, weet je wat zwaar was? Met zo'n pomp in mijn hand de hele dag in de rond te lopen en stress hebben over betalingstermijnen ja. en dat soort shit. Dat is zwaar, dit, dit is zwaar, ja. Kort zwaar. voor jou: weet je wat betalingskorting is? dat ja, is gewoon van, oké, okay, omdat je dan... Uh, krijg je eerder uitbetaald, ja. maar daarom willen ze je minder uitbetalen. Ja, man. juist. Ja. Nou, heb heb helemaal ook... Als je eerst zegt, factuurnummer is verkeerd, moet je hem opnieuw Ja, dat is gewoon een zieke, zieke gaslight. Ik ja. daar 12 weken 4 ja, weken Ja, daar ben ik ook wel eens mee ja, ja. ja Ik heb die nog nooit, zeg maar, gehad. Ja, ik heb het nu twee maar. keer al gehad, man. Maar ja. niet na een partij die uh, ja. veel te doen heeft met bijen. Mm -hmm. Maar hoe is jouw... Um, ik kan verwachten dat jouw stressbestendigheid daardoor best wel uh, sterk ja. is geworden. Ja. Wat zijn andere eigenschappen of competenties die je door die tijd in de bouw mm -hmm. hebt kunnen opbouwen? Die misschien uh, nu ook toepast weer, om het wat makkelijker te maken. Uh, moet ik even nadenken hoor. Ik denk dat uh, het snel inschatten van mensen... Uh, dat dat een hele interessante is. Uh, dat heb ik altijd wel een beetje gehad. komt ook deels vanuit jeugd. Mm -hmm. uh, altijd een beetje zo half op je hoede moeten zijn. En dan uh, daardoor wel goed mensen kunnen lezen. Omdat je niet weet wat je kunt verwachten van tijd tot tijd. Maar uh, zeker op zakelijk vlak. Uh, want iemand kan persoonlijk een gehele, he, hele gehaide vent zijn. Maar zakelijk misschien juist gewoon heel correct komen opdagen. Omdat mm -hmm. het ja. nodig is om die ge als, uh, gereedschap uh, uit de gereedschapskist te trekken. Zeg yeah. maar. Uh, of andersom. Dat je gewoon een of andere fucking softie tegenover je hebt die Dan op zakelijk vlak echt, echt een roofdier, eerste klas is. En die zie je dan niet aankomen. En dat is wel gewoon finesse voor je business. Dus ik denk dat ik daar heel veel uh, aan heb gehad. En uh, ja, ook gewoon dat niemand medelijden met je heeft, man. Niemand, uh, iedereen vindt de twee weken heel vervelend wat er speelt en zo. Totdat hun eigen incentive erdoor geraakt wordt. En dan is het ja, heer, jammer voor jou dat je een vervelende situatie hebt. Maar dan moet gewoon geleverd gaan worden en daarmee klaar. Ja. Uh, dus dat zijn denk ik de grootste zaken die ik daaruit heb opgestoken. En ook gewoon met mensen omgaan. Uh, dus ook. Um, win-win samenwerkingen. Ja, dat is hem denk ik wel. De, misschien wel de allergrootste les nu ik over nadenk. Dat elke samenwerking die je hebt en bijna alles wat je doet in het leven is een samenwerking met andere mensen. Mm -hmm. um, moet win-win zijn. Anders is het niet duurzaam. Ja. Dus ik heb gehad dat jongens uh, voor mij wilden werken en dat ik dacht, oh, dan weet je wel, uh, doe ik even een trucje met een betalingskorting. Of uh, ja, als ik, als ik net iets minder geld bied, dan doen ze het ook wel. Ja, dan doen ze het één keer en daarna komen ze niet meer, omdat ze er niet genoeg geld aan overhouden. Dus uiteindelijk begonnen gasten waar ik mee werkte het ook te waarderen. Van, hé, hey, uh, bij Jurk krijg je niet per se de hoofdprijs. Je krijgt ook niet te weinig. Maar hij is, weet je wel, factuur sturen, gelijk betalen. zoals ik altijd. Mm -hmm. En uh, als er echt iets fout gaat bij de klant, maakte ik nooit van mijn probleem hun probleem. Dus er zat altijd een bepaalde mate van betrouwbaarheid in voor hun. Terwijl de rest van die hele industrie toch best wel uh, <laughs> niet zo betrouwbaar is op dat vlak. En dat was voor hun een enorme win. Gewoon een heel veel stabiliteit en vastigheid. Hoe heb je dat meegenomen de toekomst in, als in... Uh, jij zit in een situatie waar je dus op persoonlijke privévlak dingen meemaakt, waar ja. zakelijk men van zegt. Van ja, luister, wij draaien dit project uh, bij vertraging, kost het ons ook zus en zo. We gaan dit niet doen. Het is gewoon jouw probleem. Ja. Keihard. Ja. Uh, maar ergens zakelijk gezien uh, volledig terecht. Of in ieder geval, ja, ja zo als het is, die keuze kan je maken. Hoe heb je dat meegenomen? Doe je dat zelf nu ook? Dat je zegt business ja. is business. Of draag je wel vaak wanneer het kan, een warm hart uit? Mm, ligt eraan? Um... Ik geloof erin, ja, ik, ik heb nu ook een luxe positie. Ik kan ervoor kiezen met wie ik wil werken en uh, wie mm -hmm. ik uh, zeg hey, uh, nee dank je. Uh, dat had ik toen niet. Toen opereerde ik echt veel meer uh, vanuit mijn hele oerbrein en uh, schaarste van oh shit ik heb opdrachten nodig links en rechts. Want uh, de, ja. de schoorsteen moet blijven roken, dat is nu gewoon anders. En dat komt echt door vastgoed trouwens. Dat is echt een ding wat ik iedereen zou willen meegeven. Niet dat je nou een soort van huisjesmelker of uh, pandjesbaas moet worden of zomaar. Ik zou iedereen willen meegeven van: nee, zorg dat je altijd een bepaalde mate van financiële flexibiliteit of weerbaarheid hebt, zodat je niet afhankelijk bent op korte termijn van je opdrachtgevers, of je baan, of je business of zo. Dat er altijd een soort van backup-systeem in is. Ja. Je gaat anders handelen dan. Een soort van een uh, run rate voor jezelf creëren ja. in welke mate dan ja, ook. Uh, ja. En dat kan heel subjectief zijn of heel erg uh, afhankelijk van hoe jij als individu in elkaar steekt. Maar het moet jou rust geven, hè? Dus ik heb dat ook met uh, geld op de bedrijfsrekening. Uh, ik laat altijd best wel veel liquide middelen gewoon op rekeningen staan. En dan ben ik juist de guy die roept, hey, inflatie hoog, uh, zorg dat je alles investeert. Maar ik krijg er rust van als ik weet dat er gewoon veel cash ergens rondzwerft. Ik moet moet dan niet knappen, toevallig vastvriezen. Maar dat is Komt opgelost skeris. inmiddels. Ja, uh, ja, 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 ja zeker. <laughs> nee, nee, nee. Super relaxed man. Uh, heel blij mee. Maar daar haal ik heel veel rust uit. En de rust die mij dat geeft, uh, levert mij sowieso meer op dan dat die inflatie shit mij kost. Uh, zo ja. zo uh, lul ik het een beetje recht voor mezelf, zeg maar. Ja, die snap ik wel. Dat voel ik ook wel, hoor. Ja, dus daar, daar kan ik me wel in vinden. Maar om terug te komen op je vraag, hoe ik het uh, nu aanvlieg. Ja, ik heb wel een beetje de ongeschreven regel voor mezelf, dat als ik uh, nu met mensen werk en ik heb het idee van, want heel eerlijk, misschien is dat intuïtie en levenservaring, maar als ik iemand de hand schud en hem even in zijn ogen aankijk, kan ik echt binnen no time inschatten van, oké, okay, dit is een hele integere gast. Of dit is gewoon een beetje zo'n zakelijk roofdier. <laughs> ja. Of uh, dit is gewoon echt geen zuivere koffie. Nou, geen zuivere koffie kan bij mij sowieso wegwezen. En die andere twee opties, ja, die kun je of tactisch inzetten. Of je kunt gewoon denken, hé, dit is gewoon een goede gast. Hier zou ik ook wel een bakje mee kunnen drinken. Of oprecht amicaal mee kunnen zijn of uh, een vriendschap mee kunnen hebben. En zeker in dat laatste geval, ja, dan wil ik altijd een soort van zakelijk privé in elkaar verwoven samenwerking hebben. Waarvan ik gewoon weet van, nee, de incentive voor mij is ongeveer gelijk aan de incentive voor jou. Dus uh, een mooi voorbeeld is misschien uh, nou, hard times. Hè, daar hebben hmm. wij een uh, samenwerking voor lopen... Voor jullie is het top om daar te zitten, want jullie kunnen gelijk afleveringen opnemen. Mm -hmm. Voor ons is het top, want wij pakken weer een klein stukje zichtbaarheid eruit. Dat, ja. is, dat is een win-win. Dat is gewoon positief sum. In plaats van een zero sum game. Ja. Voor de luisteraars die niet weten wat dat is, sowieso even uitzoeken. Uh, misschien een interessant boek om überhaupt te gaan lezen van Naval Ravikant. Mm -hmm. uh, de Almanak of Naval heet het. Uh, Naval Ravikant hij is die guy die ook bij Facebook veel gedaan heeft, of niet? Ja, qua investeringen wel. Ja, ja en dat algoritme ontwikkelen heeft hij volgens mij vlakbij gestaan. Waardoor hij volgens mij wel zoiets had van. Uh, Heel leuk. ja ik weet niet of of dat dezelfde gast is maar hij is in ieder geval uh, een investeerder uit Silicon Valley die zo fucking loaded is dat hij zijn boek gewoon gratis heeft geschreven en heeft weggegeven mooi dus je kunt hem gewoon downloaden online ja. super waardevol en uh, ook even de aflevering van Joe Rogan met hem ja. luisteren die is heel nice ja man maar uh, wat ik daaruit heb opgestoken en ook echt wel voel in mijn kern en ook zo heb ervaren in business is er moet altijd uh, die win-win waar ik het net over had dat sluiten wel een beetje op aan Mensen zijn intrinsiek toch redelijk selfish. Hè? Dus mensen opereren heel erg vanuit hoe kan ik hier beter van worden, bewust of onbewust. En dat is goed, denk ik, want vanuit evolutionair perspectief, super logisch. Plus, uh, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je niet goed meer voor anderen zorgen. Um, en daarom moet je eigenlijk altijd gewoon rekening houden met hé, hey, als ik deze deal of deze samenwerking op deze manier inricht, wordt hij er ook echt beter van. En het liefst nog beter dan dat hij dat met een ander zou doen. Ja. Dan weet je zeker dat je een duurzame relatie uh, aan het opbouwen bent met elkaar. Ja. Dat had ik heel erg in de bouw. Je hebt het ook natuurlijk uh, in de natuur veel, ook met biologie: gewoon ja. commensalisme. Van oké, okay, als ik er beter Hoe? van word, commensalisme. Van als ik er beter van word, word jij er ook beter van. Ja. Maar je kan ook natuurlijk parasitisme hebben. En ja. Dat zijn eigenlijk perfect metafoor voor, ja. uh, voor Netflix. is ja. dus leuk, uh, ik, ik mag uh, jij betaalt, maar ja. ik weet jouw inlogcode. Dus uh, ik kan ook lekker alles gaan kijken. Maar op mm -hmm. het moment dat jij bijvoorbeeld eens koffie gaat halen of gaat Amazon Prime erbij halen, um, dan word ik niet bij betrokken. Want ja, ik ben een parasiet. Ja. En dat heb je dus wel, wat jij net ook zei, van als jij altijd beweegt vanuit ik win, jij verliest, word je ja. nooit betrokken bij de voortgang van de andere persoon. Klopt. En dat is, maakt het wel heel erg interessant. Je moet bijzonder goed zijn in het keer op keer mensen voor de gek kunnen houden. En weer in een nieuwe business te komen. Om op een lange termijn van het parasitisme succesvol te zijn. Het gebeurt. Je hebt al van die figuren. Ja, maar het is best een ingewikkelde ook, uh, skill. Sowieso een ja. zware red flag voor iedereen die luistert. Als uh, gasten regelmatig switchen van brand of van business. Of een heel ander ding gaan verkopen. En met andere mensen samenwerken. Mm -hmm. Ja man, dat is gewoon feedback eerste klas ja. natuurlijk. ja. ja. Dus wat je ziet is dat uh, toch veel mensen neigen naar uh, short-term thinking en dan uh, meer op dat uh, uh, zero-sum game gaan zitten. Dus dat is meer van hé, hey, uh, er is een bepaalde taart om te verdelen en als mijn stukje van de taart groter wordt, wordt die voor jou per definitie kleiner. Mm -hmm. Dat is een manier om daarnaar te kijken. Maar je kunt natuurlijk ook denken van hé, hey, positive sum game. Wij gaan hier met z'n drieën zitten brainstormen hoe we die taart kunnen vergroten. En dan hoeven we niet te backvechten over wie nou precies welk stukje van de ander afpakt, want de taart in zijn algeheleheid wordt gewoon groter. Ja, ja. man. leuk hoe je dat benoemt. Ik vind het ook wel interessant. Ik heb namelijk altijd gezegd dat ik vrij vanuit egoïstische ja, beweegredenen dingen doe. Mm -hmm. Ik ben altijd heel erg bezig geweest met what's in it for me. Ja. Maar ik merk bijvoorbeeld laatst ook dat met hard times dat ik daar ineens intern gewoon merk, van ik ga daar echt aan op een manier dat ik denk van oh zo is wel grappig dit is iets wat niet van mij is in principe maar waar ik echt heel erg op aanga waar het me zeg maar echt boeit van oh je ja, hebt toffe ideeën voor daar wil ik iets mee doen ik dacht, ja dat is wel een nieuw gevoel ja maar uiteindelijk is iedereen een egoïst hè? want heel eerlijk zoals uh, uh, weet ik veel moeder Teresa of Nelson Mandela ja waarom deden zij wat ze deden ja omdat ze dat intrinsiek gewoon voelden en daar een goed gevoel van kregen dus ja. uiteindelijk is iedereen altijd een beetje zo die uh, neurotransmittertjes aan het najagen in zijn hoofd? Zeker. Uh, want uiteindelijk is wel gewoon het ding waar de meeste mensen de meeste voldoening uit halen, Het helpen van andere mensen. En uh -huh. dat kan nog steeds vanuit een semi-egoïstische invalshoek plaatsvinden. Ja. Uh, alleen de uitwerking daarvan is wel gewoon goed. Hè? Daar wordt uh, de hele wereld of de hele maatschappij een stukje beter van. Ja. Ja. En je gaf net aan van oké. Okay, uh, Kijk uit voor de ondernemers of de mensen die. Uh, eerst het een doen, dan het ander... en dan heel vaak wisselen tussen ja. verschillende verdienmodellen. Ja. Dan kan ik ook begrijpen... kijk, ik heb dat zelf niet echt gehad. Ik heb zeg maar... als ik één ding doe, dan doe ik dat zeg maar... Ja. doordat ik dood ben. Dat mm -hmm. kan ook zeg maar weer iets slechts zijn. Mm -hmm. Maar uh, je hebt ook genoeg mensen die gewoon in één jaar... gewoon vijf, zes verschillende dingen gaan uitproberen... om te kijken wat goed bij hun past... of waardoor dat vlammetje groter wordt... Ja, zeker. Maar dat is ook in een, in een startende fase. Ik geloof ook wel dat mensen die wat jonger zijn en dingen gewoon uitproberen, uh, dat hoort. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen uh, traject, om het maar even zo te noemen, ging dat ook van uh, studeren, creditcards verkopen naar uh, uh, werk doen, waar ik ook echt voor had gestudeerd, erachter komen dat dat het niet is. Dan ineens de bouwsector ingaan, wat echt de meest random uh, move lijkt te zijn. Uh, dan beseffen dat dat het ook niet echt is. Dan meer vastgoed gerelateerde zaken doen. Nu zit ik hier, weet je wel. En dit is voor het eerst dat ik echt op een uh, plek ben dat ik denk van ja, heel eerlijk, dit zou ik ook doen als ik er geen geld voor kreeg. Snap ik ook. En dan wel. verdien ik er het meeste mee. Dus dat is een mooie bijkomstigheid <laughs> ja. natuurlijk. Maar dat is wel gewoon uh, hoe het voor ik in de stil zit. Ja. Ik denk ook dat dat wel. Um, de kern is heel veel mensen streven naar autonomie hè, en dan hoeven niet helemaal die hele eh, zelfdeterminatietheorie uh, uit elkaar te trekken. Want Dat hebben jullie misschien al bij Miro uh, misschien even kort behandeld. Niet helemaal. Ik wel persoonlijk. Oké. Oh ja, ja. Zo is in een specifiek. sessie. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Daarmee zelf ook binnenste buiten getrokken. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, Toen uh, die tranen liggen nog steeds in venen daar <laughs> Nee, deze keer niet. Maar oh, okay. geen tranen. Okay. Nee, nee, nee. Geef maar mij dus, uh, nog maar nog een reminder uh, autonomie. Ja, is goed. Ja, zelfdeterminatietheorie moet je. Opzien. Ja. Google het eventjes. ik heb volgens mij wel een keer heb je het ooit een keer uitgelegd, maar. Ja, in principe zijn het gewoon, uh, om, om naar duurzaam geluk en duurzame vormen van voldoening te streven, heb je gewoon een paar dingen nodig. Ja, dat, dat noemen ze de ABC, dus autonomie, binding en competentie. Uh, maar als je het dan hebt over autonomie, heel veel mensen, zeker nu uh, internet echt een ding geworden is, streven naar autonomie en dat vertaalt zich vaak in de vorm van financiële vrijheid. Maar autonomie is dus voor mij niet alleen dat ik um, kan kopen wat ik wil en kan doen wat ik wil zonder het prijskaartje te hoeven kijken maar dat ik ook kan werken wanneer ik wil... zonder dat ik op de klok hoef te kijken. Mm -hmm. En dat is een hele andere manier van, van uh, opereren eigenlijk. Heel veel ondernemers zijn daar niet mee bezig. Die zijn alleen met het geldcomponent bezig... terwijl ze misschien eigenlijk het helemaal niet zo leuk vinden wat ze doen. Ja. Ik vind dat ook maar een beetje een uh, bekrompen manier van, van business. Ja, doen. zonder ja. bezieling. Zeg maar. ja. Denk je dat je dan misschien ook een beetje geluk hebt gehad... dat je nu iets kan doen waar je heel veel energie ook van krijgt... wat je zou doen ook zonder er geld voor te krijgen... Terwijl je nog niet eens de dertig hebt aangetikt. Geloof je in geluk? Nee, meer van je wordt er gelukkig van. Meer van je hebt ook gewoon genoeg mensen die zeggen van... Ja, ja ik studeer nu op mijn 28e ja. voor uh, uh, mijn PhD En dan kan ik eindelijk hetgeen doen wat ik echt leuk vind. Ja. Maar daarvoor moet ik nu nog eerst gaan strijden. Ja. Oké, okay, dus uh, je bedoelt meer of ik geluk ondervind aan... Uh... Denk jij dat... Uh, het gevoel van geluk, ja, okay. een consistente moet zijn of dat je ook periodes mag nee, hebben nee, waarin je gewoon dood ongelukkig bent, maar je moet er ja. gewoon doorheen knallen. Ja, 100%. Dat heb ik uh, zes jaar lang gedaan of zo. Uh, mijn leven was echt niet leuk hoor in die periode. Ik was echt nee. geen fijne vent om in de buurt uh, te komen. Ik was eigenlijk alleen maar aan het werk uh, of aan het stressen over werk of ik was aan het trainen. That's ja. it. Ja, en uh, eens in de twee weken deed ik iets met mijn vriendin als ze, als ze geluk had bij wijze van, weet je, omdat ik iets van tijd had. Ja, dat is echt niet best eigenlijk. Nee. Dus er kwam een periode dat uh, mijn pa, die begreep het, want die zat er dicht bovenop, of dichtbij. Maar uh, dat zette ook wel druk op de relatie met mijn moeder en mijn stiefpa bijvoorbeeld. Want die, die kijken van afstandje toe iemand fysiek en mentaal aftakelt voor, voor een deel financieel gewin en een soort van toekomstvisie waarvan je niet eens begrijpt of die wel tot, tot uiting gaat komen of niet, snap je? Mm -hmm. Uh, maar als ik erop terugkijk, uh, ben ik super blij met die periode. En uh, dat is ook een gevaar, dat is echt een dikke bias. Dat omdat nu alles goed gaat in je leven, dat je ook met een relativerende manier terugkijkt naar het verleden. Hè? Dus vraag aan een vrouw van hey, hoe was je bevalling acht jaar geleden? Ja, kut, maar uh, het heeft me wel een hoop gebracht, weet je wel. Omdat uh, dat kind wat ze nu heeft, dat ze daar super gelukkig mee is. Maar als je op dat moment aan de vraag, hey, uh, hoe is die bevalling op dit moment? Ja, dan krijg je een heel ander antwoord natuurlijk. Ja, man. Ja. Dus uh, dat speelt wel mee. Maar... Uh, om terug te komen op je vraag, nee, ik denk dat het sterk kan fluctueren in je leven. En dat je dat makkelijk kunt relativeren op basis van de levensfase waar je in zit. Dus ik geloof wel dat je, zeker als man, zijn, aan het begin van je leven best wel even een flinke kutperiode kan en mag hebben. Alleen heel eerlijk, als ik eenmaal jaren 50 ben, dan hoef ik echt, dan zit ik niet meer te wachten op uh, nog een keer zo'n uh, zo scenario. Nee, dank je. Nee, precies. Maar het zet wel de toon voor heel veel dingen op een goede manier. Wat is nu voor jou rijkdom? Want je wilt rijk worden, je wilt veel geld verdienen. Ja. Verdien je nu meer dan je ooit had verwacht of verdien je nu wat je had gehoopt te verdienen? Uh, ja, op zich wel, ja. Uh, ik weet niet of het handig is als ik bedragen noem, ik weet niet of Miro er blij van wordt. Uh, ik ben daar eigenlijk heel makkelijk in, maar uh, ja, ik denk dat ik, uh, weet ik vind als je gewoon uh, zeker een grof uh, modaal jaarsalaris in de maand binnenhoudt of zo, dat is toch mooi. Ja. Ja. En wat je met dat geld wil doen, uh, ja, je, kunt, je kunt zeggen, hey, ik ga super selfish uh, dikke auto's te meekopen of zo. Ja, je kunt ook uh, wat vastgoed kopen voor de volgende generatie. Dat is wat ik aan het doen ben. En de mensen om je heen er een beetje mee, uh, mee helpen. Als, het, uh, ja. als ik het zo kan omschrijven. Ja. Wat motiveert je dan nu? Ja, dat is ook wel een hele goede vraag. Waar ik ook uh, van tijd tot tijd tegen aanloop. Want ik heb dus heel lang geopereerd op een manier van: hey, er is een pijnpunt. en daarvan uh, ren ik weg. Als het mm -hmm. ware, dat is makkelijk. Hè? Het is ook makkelijk om gemotiveerd en gedisciplineerd te zijn. als je niks hebt of weinig. Als je dan ineens veel hebt, dan ga je wel anders naar zaken kijken. En dan. Ren je meer naar een specifiek doel toe in plaats van van een pijnpunt af. Uh, ja, hoe ik nu ge of intrinsiek gemotiveerd blijf, om het zo te noemen, is uh, denk ik gewoon dat alles een beetje voelt als een avontuur. Super tof mm -hmm. is om te doen. Ja, heel eerlijk, ik word ook vaak wakker en denk: hey, wat ga ik nou vandaag doen? Ik zit een beetje zo bij lotgenoten te praten in een microfoon. Uh, vanavond even bellen met Miro over uh, de dingen die we aan het doen zijn en wat er uh, moet gebeuren. Dan heb je een keer een evenement? Ik, ik had dat dus op uh, editie 3.0 van Hard Times. Dat ik de hele dag lopen rammen. En uh, best wel een dag eigenlijk, omdat je natuurlijk wil faciliteren voor iedereen. Toen dus stond ik uh, bovenop die verhoging. Ik weet niet of jullie er toen nog waren. Ja, ja we waren er. Ja, nice. ja. want nice. Op een gegeven moment, ik stond even zo half met die microfoon, uh, ook te wachten tot iedereen zo uh, goed in, in lijn stond, toen die haka uh, ging plaatsvinden. En Miro pakt nog een microfoon en die gaat even full uh, Jordan oh. Belfort, uh, Wolven Wall Street <laughs> stijl, gewoon, oh, let's go en dat soort <laughs> zo. ik denk, holy fuck man, waar ben ik beland? En het is, dat evenement is deels van mij, weet je wel. Mm -hmm. uh, Fucking lijp, eigenlijk. Ja, heel eerlijk, als dat je niet motiveert als, als relatief jonge man, dan uh, kunnen we het beter over andere dingen gaan hebben, denk ik. Ja, dus dat is het voor nu eigenlijk gewoon, man. Uh, toffe dingen doen, uh, impact maken ook een beetje op andere mensen. Uh, en vanuit daar gewoon kijken ver je het kan pushen. Super vet. Wat zakelijk is dan nu de grootste uitdaging waar je tegenaan loopt, als alles goed lijkt te gaan? Uh, ja, het managen van. Ik had het hier ook toevallig, dus met Tibor over die tegen me zei, van ja, of tegen ons zei, tegen mij, Miro van. Uh, Jullie doen wel veel, weet je wel. We hebben echt gewoon. Het is bij ons niet een soort van ecosysteem wat uh, naadloos in elkaar overloopt of zo, weet je, of vloeiend in elkaar overloopt. Uh, het zijn gewoon drie totaal verschillende businesses eigenlijk, waar wel een vorm van kruisbestuiving tussen kan plaatsvinden, maar je moet het individueel aanvliegen als een losse business en dat drie keer. Dus uh, je moet best wel veel task-switching toepassen in een week en dat is niet mijn sterkste punt. Miro heeft daar minder moeite mee, um, maar ja, het, het systematiseren van dingen dat gebeurt inmiddels wel goed. Dat is denk ik de grootste uitdaging. En verder, uh, ja, gewoon de focus houden op de juiste dingen. That's it. En uh, oppassen met vanuit enthousiasme toch weer te veel aannemen. Want ik heb ook zo'n fase gehad. Dat, weet je wel, er gaan soms flinke bedragen, om zeker in het stuk business coaching wat we doen. En dan is het toch verleidelijk om ja te zeggen tegen een klant. Omdat je en het levert veel knaak op. En het is een super, super interessante casus. Maar je moet gewoon niet meer dan 20, 25 van die klanten draaien. Anders dan ga je inleveren op kwaliteit. Ik leef er dan in, of op slaap, of op meditatie, of op sport, of op relatie. Nou, dat moet je ook niet echt willen. Uh, en uiteindelijk naai je daar iedereen mee. Dus dat zijn een beetje de, de valkuilen waar ik uh, het meeste tegenaan loop. Wat is iets wat je nu nog denkt van dat lijkt me echt tof om een keer te doen? Of dat is een soort van, nog een soort van zakelijke doel dat je hebt? maar iets waarvan mensen niet denken oh dat ligt in lijn met dus kijk je kunt zeggen ik wil met coaching nog uitbreiden naar zus en zo maar je, je doet nu al best wel veel verschillende dingen mm -hmm. heb je nog iets anders in je kop dat je zegt van ja zo'n business ik weet niet of ik het ooit ga doen maar dat zou ik wel gewoon lijp vinden om te doen ik had vroeger altijd dat ik een koffieshop wilde openen, man. Dat vond ik heel leuk. Ja? ja, ja, ja. een Goede business, man. Ja, ja, maar het is... Uh, als je dus het kijkt, ik, Ja, dat sowieso. <laughs> en uh, ja, ook wel een hoofdpijn business, het is toch een beetje zo half-shady. Uh, veel ja, gesprek, ja. veel invallen, veel controles en zo. Ik moet dat allemaal niet hebben. Zeker waar. Uh, plus, er staat wel ergens een aantekeningetje achter je naam het ook al, alle andere businesses uh, natuurlijk een beetje in gevaar zou kunnen brengen. Ja, wel interessant, voor die gast van de Bulldog. Ja, ja, ja. Wel gewoon 100 miljoen plus gepakt. Ja, ja, maar er zijn ook een paar jongens... Uh, was dat ook niet die gast van Bulldog die uiteindelijk naar Thailand ging? en uh, Welke shop heeft die man? Er is een guy, die is dus naar Thailand uh, gereisd. Yeah. Die begon daar gewoon zijn coffeeshop-money uit Nederland uit te geven. En toen was uh, cannabis en alles was nog uh, illegaal in Thailand. En die gast zit nu nog steeds vast, volgens mij. Ja? Ja, ja dat, is, dat was ook lijp in het nieuws en zo. Omdat die gast gewoon onder kutomstandigheden vastgehouden werd. Voor een hele vage reden. Ja. Ja. en nu is het dus legaal en hij zit nog steeds vast. Vol ja, ja, in ieder geval toen het gelegariseerd werd, zat hij nog even vast. Ik weet niet of hij ja. nu nog steeds vast zit, want heel eerlijk, nieuws, uh, ja, dat consumeer ik niet superveel meer op het moment. Hm. Um, maar dat zijn wel dingen dat ik denk van ja, ik, uh, zo interessant ja. vind ik die business dan ook weer niet. Mm -hmm. Terug te komen op je vraag. Ja, uh, Miro houdt vaak tegen mij aan van, hey, uh, moeten we niet uh, floating cabines uh, ergens uh, kwijt of zo. Vind ik wel geinig, maar uh, over het algemeen heb ik nu zoiets van nee man, doe maar wat minder en doe het maar wat beter. Mm -hmm. Ik heb nog steeds wel altijd die soort vastgoed is of zo, dat ik uh, gewoon vanuit hebzucht, dan loop ik door Hoofddorp, ik woon in Hoofddorp. Uh, naast mijn kantoor staat een heel groot uh, appartementencomplex, uh, fucking mooie, re recent gebouwd. Elke keer loop ik er langs en denk ja, die moet ik hebben. Uh, ik weet niet eens of het een rendabel is, want ik, ik zou niet weten wat de cashflow precies is, ik kan wel een schatting maken natuurlijk, maar... Uh, dan wil ik gewoon uit een stukje ego en zeg, wil ik dat hebben. Weet je wel, gewoon zo'n blok met 200 units erin of zo. Dat vind ik wel ja. tof. Alleen dat wordt nu gewoon heel lastig gemaakt vanuit wet en regelgeving. Anders zou dat wel mijn, mijn volgende ding zijn. Ja, ja. het is toch oh. wel weer een uh, vastgoed. Ja, maar ik denk ook dat uh, het geheim voor uh, effectief ondernemerschap is: van hey, vind je ding, blijf wel scherp op ontwikkeling in de markt en hou een bepaalde mate van adaptiviteit erin. Maar uh, doe niet te veel en doe het gewoon echt fucking goed. Ja. Ga niet als een of ander ongeleid projectiel uh, 26 businesses beginnen of zo. En dan ook nog eens een keer met de brutale aanname dat je denkt dat alles maar autonoom kan draaien. Want dat is sowieso de grootste illusie die ondernemers hebben. <laughs> dat je een soort van een systeem kan bouwen en dat het dan helemaal hands-off is of zo. Nee man, het neemt altijd ruimte in je hoofd in beslag. Ja. En dat kun je niet twaalf keer halen in een kort, uh, kort timeframe. Dat werkt gewoon niet zo. Wanneer en dat... komt uh, de periode aan voor hardtime... Uh, hard Times United Strongman, voor, um, voor de mail die weinig mensen begrijpen, voor grow coaching. Yeah. Dat jullie inderdaad het wat meer gaan opschalen en dat je niet meer echt in de business zit, maar wat meer aan de business gaat werken. Want ze zitten nu nog, als ik het zo hoor, nog wel echt overal diep in. Uh, ja, hard times, en daar moet dat heel organisch ontstaan, vind ik. Uh, en als je nu kijkt naar hoeveel uren wij erin steken ten opzichte van het volume dat we draaien, is dat al echt significant minder. Dus elke editie uh, verdubbelt de deelnemers, maar misschien halveert wel de input vanuit Jure Miro, hm. Verhoudingsgewijs. Uh, die trend zou ik wel graag uh, zo doorzien gaan. Maar ook met events. Uh, Miro heeft het laatst volgens mij ook al tegen jullie gezegd. van Je moet echt op level van, van being committed zijn met zoiets. Weet je wel. Anders dan wordt het hem gewoon niet. Ja, als, je het, als het straks op festival-kaliber zoals Wish of, of Defcon is of zo, ja, dan wordt dat weer anders. Dan zit je met een heel management team en zo. Maar dat, ja, dat is nog best wel ver weg. Mail uh, kan autonomer draaien. Uh, de bullshit-taken, dus een klein stukje kopie, wat spelling, uh, automatiseringsdingetjes, dat wordt al uh, gedaan. Er zit gewoon een team op. Dus dat is, uh, dat is prettig, dat scheelt me echt te zeeën van tijd. Uh, maar coaching, hè, dus grow-coaching business, ja, dat gaat nooit opgeschaald worden, man. Daar staan we ook niet achter. Onze kernwaarden zijn ook gewoon letterlijk uh, een stukje complexiteit, een stukje maatwerk. Uh, en gewoon uh, waardevolle verbindingen hebben met, met individuen. En dat, dat gaan wij niet. Ja, misschien dat we daarnaast ooit een keer iets in groepsverband zouden doen als er heel veel vraag naar is. Maar ik sta er wel gewoon voor van als jij als ondernemer mijn grote som geld betaalt om een complexe casus uit elkaar te trekken, naar een oplossing te werken of naar uh, een heel, heel nieuw model van je business of uh, een hele andere waardepropositie misschien. Ja, dan gaan we toch niet dan digitaal of in groepsverband of met een soort fucking cursus doen of zo. Dat is gewoon dat is maatwerk. En uh, ik denk dat zeker in de, de toekomst waarbij AI en automatisering steeds meer een ding wordt. Dat die uh, persoonlijke verbinding steeds een belangrijke component gaat worden. Dus ik wil dat juist steeds minder uh, schaalbaar maken eigenlijk. Ja. Je zou wel kunnen denken van nee, als er een bepaald probleem is wat echt basically elke klant van ons heeft, dan kun je daar misschien een product voor bedenken of zo. of Een soort masterclass of whatever. Daar ja. zou ik best wel voor openstaan. Maar uh, ik geloof wel echt in uh, één op één. Dat is ook waarom, wij, jullie weten het zelf, wij doen live sessies. Dan zitten we gewoon twee, drie, misschien vier uur lang alleen met de rammen fysiek op kantoor. En nou, daar ga je nooit rijk van worden, want dat is niet, dat is niet schaalbaar, weet je wel. Dat loopt ook altijd uit. Ik loopt ook altijd uit. Uit de hand en uit. Ja, en ja precies. Twee kanten op. Zitten we erin in tranen. Ja, ja. Ja, inderdaad. Je ja. gaat ja, in er altijd wel eentje aan diggelen. Ja, ja nee, ik denk oprecht wel dat het gros van de klanten wel een keer uh, een, een emotionele bui heeft gehad. Omdat het soms gewoon hele beladen onderwerpen zijn die je tekst. Heb je dat zelf wel eens? Heb jij iemand bij wie jij dat weer hebt? Uh, ja, ik spaar het meest met Miro. Uh, ja? Ja, en op strategisch niveau zitten Miro en ik ook wel eens met Tibor. Ja. Uh, omdat hij heel veel dingen ook al doorlopen heeft op een manier zoals wij dat nog niet helemaal doorlopen hebben. Uh, en ook vanuit strategisch oogpunt uh, denkt hij gewoon heel erg met ons mee, omdat er gewoon zoveel overlap is tussen wat we doen en uh, zoveel kans op kruisbestuiving en uh, samenwerking in de toekomst. Ja. Uh, ook gezien het landgoed wat hij nou heeft gekocht, weet je wel, ja, dat is super vet. Ben je daar nog geweest? Ja, ik ben er nog geweest? Ja, zondag, cool. Nice. Lijp. Lijp. Ja, is jo, Lijp. wel Lijp. Ja, ja. Verschillende ja? gebouwen waar mensen. In kunnen slapen, in, in kunnen wonen, in uh, kunnen trainen, verschillende gebouwen. Ja. Je hebt een plek waar mensen straks ook ijsbaden kunnen nemen en zo. Ja, zie ik. Tonnen, je hebt uh, plekken. Ik heb uh, echt een behoefte uh, aan een goed ijsbad, man. Ja, dat is ook goed. Maar je hebt ook een waar je even kleine festivals kan houden. <laughs> ja, 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 klopt. Uh, jongens die daar ook kunnen gaan kamperen. Goed dan aan de noten daar. Gaan hebben. <laughs> ik weet gaan hebben. <trouwens> <laughs> airsoft ook, ja. Ik weet niet trouwens of ik dit allemaal mag zeggen. Geef flauw idee. Ja, even, volgens uh, en volgens mij heeft hij het ook vaak op zijn stories gezegd. Ja, dan is ja, het goed ja, ja. inderdaad. Anders krijgen uh, we nog wel een berichtje. Ja. Achteraf even knippen. Maar, maar sowieso voor jongens tussen de 18 en 30. Ja. Wat ook wel voornamelijk zijn doelgroep is met de nieuwe lichting. Ja, ik zit echt. Uh, nee, fuck ik... die shit, man. Wat? Gewoon 18 plus. Als ik 30 ben, dan ineens uh, vind ik dat niet meer leuk. Ik kan, dat is nog steeds ik toch? Nee, maar zijn doelgroep is 18 ja. tot 30 met de nieuwe lichting op dit moment. Hij is ook volgens mij wat ouder. Ja, de, gaan de nieuwe zelfs. lichting, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar het moet volgens mij gewoon een soort van Valhalla van masculiniteit worden toch? Zo zou je het kunnen zien. Ik denk dat hij gewoon eigen, zijn eigen kernwaarden heeft... die hij heel erg terugziet in grotere groepen uh, inmiddels uh, binnen de samenleving... waarin hij gewoon naar een soort van win-win wil toewerken... waarin hij kan faciliteren voor het, voor het grotere geheel. Ja. Hij, is, uh, hij is niet meer zoveel met zijn eigen business en zichzelf bezig volgens mij... maar meer gewoon met uh, het doorgeven van en het faciliteren in grote zaken. Ja. Daar kan ja. ik wel met, uh, met bewondering naar kijken ook. Hij geeft ook aan dat hij daar nog meer energie uit haalt... Ja, ik, ja, ik te geloof te er ook wel in. Ja. Maar dat sluit ook wel aan op het verhaal waar hij het wel vaker over heeft, toch van eerst jezelf opbouwen, competenties en dan uiteindelijk, uh, als je dat eenmaal hebt, ja dan ga je het een keer doorgeven of zo en daar komt die echte voldoening uit. Ja. Hoe zit dat bij jou? Um, heb jij ook bepaalde competenties waarvan je zegt van nee, hier wil ik nog meer op getest worden? Ja, ik, uh, waar ik op getest wil worden, ja, ik heb altijd wel wat privé-uitdagingen waarvan ik denk, hey, daar moet ik aan werken of zo, maar ik weet niet of ik daar echt op getest wil worden. Uh, wat ik wel graag zou willen doorgeven is uh, het concept geld verdienen. Uh, dat beseffen nog te weinig ondernemers, is wel gewoon echt een skill die je kunt ontwikkelen. Naast goed zijn in je werk. Hè. Dat is, je hebt heel veel mensen die echt heel goed zijn in wat ze doen, maar niet goed zijn in geld verdienen. Mm -hmm. Daar zou ik nog wel een keer iets voor willen bouwen of zo. Uh, uh, misschien een soort masterclass of een soort collectief iets waar gewoon veel mensen iets aan hebben. Uh, en dan gewoon echt alle basics. Hè. Dus uh, marketing, stukje sales, hoe verkoop je nou effectief, prijspsychologie, stuk product, ecosysteem. Um, goed meedenken in marges, kostprijscalculaties, dat soort dingen. Want dat zijn al die onderwerpen die niemand echt sexy vindt, maar die ga je bottom line. Uh, die ga je echt wel voelen in je portemonnee. Mm -hmm. En dat is denk ik wel de reden dat ik uh, ook in een hele simpele business zoals in de bouw wel gewoon goed knaken kon verdienen. Terwijl de rest omheen, die het al tien jaar langer deed, geen reet van bakte. Ik helemaal niet zo goed was in mijn werk. Ik kwam gewoon mijn afspraken aan. Ik deed de bare minimum. Maar alle zaken eromheen, die klopten gewoon. Ja. En dat zijn, daar zitten best wel wat principes in die gewoon uh, universeel toepasbaar zijn. Ja. Dus dat zou ik nog wel willen, maar verder echt uh, om op getest te worden. Ja, en waar zou ik op getest kunnen worden dan? Als jij een voorbeeld nou, hebt? bijvoorbeeld, uh, jou en ik hebben de laatste tijd ook over dat we zijn nu begonnen met kickboksen. Oh, zo. We ja. je bijvoorbeeld een wedstrijd gaan kickboksen. Ja, ja. Als ik naar mijn vorm keek uh, gisteren, want er werd ook een video gemaakt, ik keek keek terug naar... ik. heb ik gisteren geklapt. Ja? Tuurlijk. Ja. Noso? Ja, is een zijn nosso? Ja, groot, ik heb ja. wel een blauwe plek. Ja, dat is een goede nosso. Hoeveel, hoeveel schoppen op je billen heb je gekregen gisteren? <laughs> Deze man is raar, jongen. Altijd, hij trapt op kont. Hij trapt... is wel niet hard, toch? Dat ga wel zaterdag ontdekken. Deze man heeft een rare een soort van neiging om op je kont te trappen ja. tijdens het kickboksen. Ja, ik baalde wel van, man. Ik heb, een, uh, ik heb dus met MMA heb ik een soort rare draai gemaakt in mijn knie. Ik moet nog steeds uh, een definitieve uh, MRI krijgen van die gasten. Want het is elke keer kut in het ziekenhuis. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik heb dus echt al een half jaar of zo niet fatsoenlijk kunnen trainen. Uh, omdat het gewoon te veel pijn doet. Uh, Super kut, want ik was juist uh, echt lekker mijn dingen aan het doen met MMA. Later wat meer jiu-jitsu. Ja, ik moest eromheen trainen. Maar dat is wel iets. Uh, ja, elke man zou dat in mijn optiek gewoon doorlopend moeten doen. Het doet sowieso iets met. Gewoon jouw hoe je komt opdagen. Hè? Als ja, je gewoon man. weet van oké, okay, worst case als ik een, uh, een conversatie met iemand heb die helemaal escaleert, dan kan ik hem altijd nog in elkaar timmeren bewijzen. Van dat geeft dat klinkt heel banaal of zo, maar dat geeft elke man een bepaalde mate van extra zelfvertrouwen of zo. Ook gewoon dat je die confrontaties vaak hebt gehad met sparren, met rollen. En andersom, het houdt je ook gewoon fucking humble. Want je kunt, kunt een... stoer doen, oh. jij kunt vijf ton verdienen in de maand. Maar er komt gewoon een beunaas uit zijn schildersbusje knap. En die klapt je toch helemaal de golen raaien, jongen. Dat ja, je ja. denkt: ja, oké, okay, ik heb misschien wel geld. Maar deze man, als ik hem tegen zou komen in de jungle, ben ik dood. Ik had dat met, uh, even denken dan moet ik de gym goed uitspreken in Breda: Combat Brothers, dus een jiu-jitsu gym. Waar mm -hmm. uh, een oud klant van mij, een Maatje uh, Tony Dijkstra trainde. En die zei: hey, kom een keer langs dit dat. Ik had wel een beetje een grote bek ook tegen. He, want goed. hij zag dat ik wat dingetjes deed, kickbox, wat MMA en zo. En uh, zo, jongen, op een gegeven moment alleen al conditioneel, omdat ik, ik was het rollen niet echt gewend. Het was veel meer uh, staand wat wij deden, of halfstaand. En um, ik had dus de neiging om mezelf heel erg aan te spannen op elke vlak, zodat ze me niet echt konden pakken. Maar dan ben je guest out. Ja, tijd, fucking veel energie. En wanneer je guest out bent, dan ben je de pineut, jongen. En dan kreeg ik ze te pakken, jongen, van tien kanten Ja, dat heeft me echt heel humble gemaakt. Ja. En toen was ook uh, mijn takeaway van, hey, ik moet het wat rustiger aan doen met, uh, met kickboxen en iets meer juist grondwerk en dat soort zaken gaan doen. Ja. En je kunt het niet zien. Aan, ja, je kunt het soms zien aan die bloemkoortjes en een beetje de trapezius en de rest van het lijf. Maar het zijn zatgasten die er niet uitzien als een vechter. Maar wel kunnen knokken hoor. Je hebt Joost ontmoet toch? Onze uh, zeg maar podcast manager. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar ook niet op het evenement al, uh, bij Hard Times? Ja, of uh, bij uh, uh, Man of Substance? Oh, dat zou misschien kunnen. Even, ja. Ik zat dus ook laatst naar hem te kijken. Ik zat te kijken. Heb jij bloemkoortjes? Ja, ik heb het een klein beetje aan deze kant. En ah, die gast die geeft ook ja. training in uh, B.E. en zo. Die. Uh, Liefste man ooit. Ja, gewoon een lieve ja, ja. guy. Je ja, zou ja, niet gelijk denken. Ik, ik ben je er ook zelf. blij dat ja. hij in onze team zit. Uh, ik, ja. zat, ik zei het ook tegen Koen: van ja, gewoon alle respect met Joost. Als ik hem zie, zou ik niet denken: van oh die vouw ik niet dubbel. Zeg maar. Hij is lichter dan ik en zo. Maar waarschijnlijk, als ik tegen hem ga, dan word ik gewoon gesloopt. Dan ben ik mijn rechte ja. arm kwijt. Ja. Maar morgen ja, is ook ja, BJJ erbij, toch? Een soort van masterclass dingetje. Uh, ja, dan moet ik, ik heb, uh, Miro heeft het gros afgestemd erover. Ik weet niet precies wat... De pagina uh, ja. staat het in ieder geval nu wel. Oké, okay, mijn ja, Met is voor kickbox en iemand voor BJJ. Uh, oh, dan ben ik wel benieuwd. Misschien dat Michel Verhoeven langskomt, dat weet ik niet. Zou uh, wel kunnen, volgens mij was dat het, jongens. Ja, ja uh, hij staat beter bekend als Baby Tank. Uh, <laughs> wat, wat kortere keren, maar echt een fucking tank. Ja. Yeah. En ja, volgens mij... Hij roept ook gewoon volgens mij van... Hé, hey, binnen Europa is er gewoon niemand die mij kan pakken. Weet je wel? ja, dan moet je wel ballen hebben om dat te roepen. Ja, maar. Uh, maar je zag het ook, dus vorige editie Hard Times waren er ook gewoon een paar jongens die echt wel goed konden rollen. Uh, of dan gaat hij rollen met iemand die gewoon wel zijn zwarte band heeft, best wel substantieel is natuurlijk. Ja. En dan zit hij gewoon te spelen. Dan zit hij gewoon, uh, weet je, ja, je hebt geen schijn van kans met die gast. Ik wil dat echt een keer doen. Ik ben, want ik heb dus nog nooit zoiets gedaan met iemand. Mm. Kickboksen wel, dus dan ja. weet je wel van oké, okay, ik ben gewoon benieuwd hoe slecht ik ben. Ah, hoe erg ik, benieuwd, ik zeg maar. Uh, gisteren zei hij volgens mij ben ik wel echt goed man. Ik heb wel het gevoel volgens dat ik natuurlijke aanleg heb. Ja, ik weet het niet man. Het is, uh, <laughs> ik, ook niet. Ik, ik denk dat het vies tegenvalt. Ja. Heel eerlijk. Je wordt super hummel van. En het ergste met BJJ is uh, wat mij is opgevallen met kickbox als je een paar harde tikken krijgt of al ga je KO heb je nog het idee van ja dan ga ik KO word ik weer een keer wakker. Maar je gaat ja de kans dat je doodgaat ja in de kooi is die uh, substantieel zeker met kleine handschoenen maar met BEA, als je eenmaal gewoon in die choke zit. En die gas bepaalt letterlijk of jij leeft of niet meer. <laughs> ja. ja, fucking heftig is dat, man. Ja, man. Iemand je zei dat alle controle kwijt. Iemand zei dat laatst ook tegen mij: van gewoon verliezen in die UFC of whatever. van Waarom kan dat je mentaal zo opfokken? Zei ook van ja, omdat. Je moet niet vergeten dat was dit de natuur geweest. Was dus door. was er niet een scheids, dan was dat het moment dat jij dood ging. Yeah. dacht ik zo, nooit op die manier nagekeken. Yeah. Als er niemand is die ingrijpt, ja, dan is dat gewoon het moment. Je hebt nu verloren, nu choke ik je tot je dood bent en ja. is het klaar. Ja, super. Maar ja, dan snap ik wel dat verliezen ja, best wel heftige impact kan hebben. Ja, ja man. Ja, lijp. Ik vind het ook wel interessant dat die, uh, die vechtsporters, die bouwen daar ook wel een bepaalde mate van hoe rigide ze zijn. En een bepaalde... Ja, gezonde agressie, die zich ook vaak vertaalt in zakelijk succes. Hè. Dus op level van being zijn die gasten gewoon heel veerkrachtig. Mm -hmm. En uh, gaan ze echt wel met, met gezonde agressie tekeer. En uh, dat vertaalt zich eigenlijk altijd wel, mits een beetje, mits ze geen ongeleid projectiel zijn en het goed gedoseerd kunnen toedienen. Uh, vertaalt zich dat vaak ook wel gewoon in wereldsucces of in ieder geval zakelijk succes daarnaast. Ja. Toch zijn er wel heel veel kickboxers en alles die echt geen moer snappen van zaken en van nee, Dat is ook wel een denk te maken, worden. heel eerlijk. Ja. Uh, en uh, veel klappen krijgen bijvoorbeeld het niet. Dat heb ik dus een paar keer gehad. Ik weet niet wat. Uh, ik denk dat mijn uh, nekspieren niet uh, ontwikkeld genoeg zijn of zo. Want dan wordt de impact van die klap wordt wel gewoon exponentieel heftiger omdat je hoofd te veel in de weer schudt. Mm -hmm. uh, maar ik heb echt wel een paar keer gehad dat ik gewoon met sparren gewoon een net iets te harde klap kreeg. Dat mijn trainer ook wel zei van oh sorry die ging net even te, te lomp en dat ik echt de hele week daarna in sessies met klanten uh, misschien ook door mijn werk dat ik het sneller merk dat ik echt dacht van yo, ik ben niet scherp uh, dat ik een beetje warrig begon te doen en zo en dat ja. kwam echt wel door het sparren man mm. dus die, die brain damage uh, ja dat zal heel erg per persoon verschillen maar als jij gewoon echt op hoog niveau knokt ja dat doet wel iets met je brein hoor. ja man mm -hmm. dus dat wel keihard ja sowieso <laughs> wel top Het ja. liefst ook gewoon keihard sparren liefst iemand plaatslaan. Nou, to totdat je er echt goed in wordt. Want dat heb ik sowieso altijd interessant gevonden. Dat uh, de gasten die het uh, meest ervaren zijn, die sparren heel... Ja, je die gecontroleerd. Alsof ze of een soort musketier zijn. Ja, maar dan, heel het, rustig ja. gewoon die voet in je nek. Van, nu ja, zou ik ja, je hoofd eraf getrapt ja, hebben. Ja, man. Ja, 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 ja. ja, omdat zij ook... En dat vind ik ook wel een interessante brug weer naar business. Van, zij zijn zich ook heel erg bewust van de potentiële downside. Dus als zij te hard sparen en ze lopen een blessure op... Ben je klaar. En heel eerlijk ja. in business letten ook te weinig ondernemers erop. Die zijn altijd heel erg met die upside bezig. En ik hey, marktaandeel vergroten, deel advertenties, weet ik voor wat uh, opschalen van een team. Mm -hmm. Maar ja, één domme move en uh, kijken eens wat dat teweeg brengt aan negativiteit voor de business. Hè. Ja. Mm -hmm. En zo'n blessing qua energieniveau. van Als wij inderdaad, wij gingen bijvoorbeeld gisteren ook sparren. Ja. We waren met z'n drieën en één uh, onze vriend dan. Die, die doet het nu wat langer. Ja. En hij spart rustig met ons. Maar wij sparren hard tegen elkaar. Maar, maar wij hebben denk ik onderling ook gewoon wat frustraties die eruit moeten. Ja, Want als hij erin ging, werd het rustig. Huh? Je doet het ook nog niet zo lang. We doen het ook nee, niet zo lang. wij We zijn, zijn tering Ja, maar dat is standaard man. Gasten die elkaar radicaal. kennen en niet al te lang trainen, die gaan altijd lopen kutten met elkaar. Ja, ja precies. Ja. Dat is ook leuk. Het is ook een beetje ik een Ik een paar jaar, tot jaar, tot jaar terug, toen werd ik ook moet. gewoon plat geslagen door een vriend van mij. Gewoon ja, echt true. knieën weg, plat op de grond. Maar qua in je business heb je eigenlijk ook hetzelfde toch van de eerste paar jaar van mijn onderneming ging gewoon op ruwe kracht. Gewoon, ja. hoe het niet, gewoon 80 uur in de week werken en ja, ik weet toch heel weinig, dus ik moet toch wel gewoon doorgaan. Ik vind het allemaal wel prima. Ja. En nu merk ik inderdaad ook wat meer van, ja, ik kan wel inderdaad continu aanstaan, maar dan ben ik na vier of zes weken, of misschien twaalf weken, op een gegeven moment heb ik een paar weken dat ik veel vermoeden ben of helemaal niet scherp kan opdagen. Ja. Dus dat je ook in het ondernemen daardoor Leert om een balans te vinden. En ik denk door te gaan sporten, bijvoorbeeld ja. te gaan kickboxen of jiu-jitsu of MMA. Mm -hmm. dat je dat daar ook leert. Daardoor vervolgens ja. makkelijk kan toepassen op het ondernemen. Ja, de ene noemt het balans, ik zie het meer juist als contrast. Dus dat je businesswise mm -hmm. gewoon knijt hard je ding doet, mm -hmm. um, gas geeft. En uh, wat ook een bepaalde vermoeidheid met zich meebrengt. Maar op het moment dat je niet werkt, sta je ook echt uit. Ja. Dus uh, als ik ontspan, ja, dan is mijn telefoon ook niet in de buurt. Mensen hoeven mij niet te bellen, heel eerlijk al, uh, al staat de boel in de fik bij Miro. Uh, ja, weet je, uiteindelijk weet hij me echt wat te bereiken hoor. Als echt shit is de fan, maar uh, mij niet bellen voor de meeste dingen op zo'n moment. Dan ben ik ben aan het opladen, man. Laat mij even mijn ding doen. En wat ik, doe jij om op te laden? Uh, yeah. Floten vind ik heel relaxed. Ik zit mm. sowieso elke week in de spa, uh, een avond. Okay. Ja, en voor mij is het echt, maar ik ben ook echt wel. Uh, uh, ik had de laatste, is misschien verschil grappig. Ik had dus. Uh, ik had een post gemaakt en een zo'n guy reageert er gewoon onder. Die zegt, hé hey man, heb jij wel eens een, uh, even denken, een AQ-test gedaan? Ik denk, AQ-test, dat is dat. Triggered. Ja, triggered, zo. <laughs> ja, ja. ja ik, weet, ik weet wat IQ is, EQ. Ik had het nooit zo over nagedacht. Dus het is gewoon een, een, een test voor autisme. Hoe scoor je op het spectrum autisme <laughs> of niet? En jullie moeten hem allebei van maken. Ik denk dat Koen best wel hoogscore gaat hebben. Ik denk, ik denk dat hij van jou wat lager gaat zijn, maar dus... Ik zit, ik zit zo naar die commenten kijken, ik denk, fucking bij de hand. maar dus ik stuur hem, de, ik stuur hem eigenlijk gewoon ben je autistisch. <laughs> ja, 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 100%. Ja, maar dus ik stuur hem gelijk een ding. Ik zeg, joh, wat is dat ten eerste? En uh, hoe moet ik dat dan zien? Hij zegt, ja, nee, ik heb zelf uh, autisme. Ik, ben, ik heb zware Asperger, geloof ik. Hij zegt, uh, en ik lees jouw nieuwsbrief al een tijdje. En jouw manier van schrijven, dat resoneert helemaal met, Ik vind dat super lekker weglezen, terwijl ik overal moeite mee heb. Hij zegt, dus jij hebt het sowieso ook of zo, of een, of een bepaalde variant ervan of zo. ja, ja, ja. En, dus ik ga het dus zo zitten googelen, dat die test is nog niet gemaakt. Ik ga dit dus zo zitten googelen. Zie ik zo uh, moeite met autoriteit. Uh, drang naar verbale dominantie rondom onderwerpen waar, hij echt, waar jij dus echt uh, goed in bent. Hè? Dus ook uh, bepaald obsessief gedrag rondom interesses. Uh, gewoon recalcitant, uh, recalcitrant gedrag in het algemeen. Gewoon al die shit wat bij mij helemaal klopt. Maar wat ook best wel kan kloppen bij het gemiddelde ondernemer. Ja. Snap je ja. dus? Hè, in wat formaat is het nou echt erg? Uh, ik zit het zo te lezen. Ik denk: fuck. Dat ben ik gewoon. Ja. Uh, dus ik heb die test gemaakt. Uh, Miros zit, uh, zit later naast me zit hem ook te maken. Uh, ja, ik scoorde wel relatief hoog op, zeg maar. Uh, dat wel, man. Maar uh, ja, heel vreemd toen dat, dat ineens zo uh, uit een of andere uh, comment kwam. <laughs> Ik weet niet eens hoe we op dit onderwerp zijn beland. Maar, Omdat uh, ik kan je vroeg, wat doe je graag om te ontspannen? Oh ja, voor je En toen begon je over het feit dat je autistisch <laughs> ja, ja, ja. bent. Ja, dus <laughs> ik heb echt zwaar die autistische trekjes. dat het bij mij aan of uit moet staan. Ja. Um, maar ik merk dus. Oh ja, zo kwam ik op het onderwerp. Ik merk dus wel dat ik. Uh, als ik veel doe. heb ik ook tijd nodig om alles wat er gebeurd is. even te verwerken en te mm -hmm. laten landen. Maar het ironische is: hoe meer je doet, hoe minder tijd je hebt. om al die zooi te laten landen en te verwerken. En waar ik daar misschien uh, wat zelfbewuster in ben, gaan de meeste ondernemers daar helemaal aan voorbij. Uh, dus ik vind het relaxed om gewoon vier uur lang in de spa een beetje in de sauna voor mij te staren en gewoon niks te doen. En uh, voor de luisteraars, uh, The, Artist's Way. <coughs> The Artist's Way is misschien wel een interessant boek erover. Dat gaat over creativiteit. Um, creativiteit en productiviteit zou je als een soort spectrum kunnen zien. Mm -hmm. Als ik de hele week fucking productief ben geweest en alleen maar lijstjes aan het afwerken ben, uh, die neiging heb ik vaak, heb ik weinig ruimte om... om die million dollar ideas uh, uit te denken om het zo te zeggen... of om op strategisch niveau voor mezelf te sparren. Ironisch, want ik ben het de hele dag voor klanten aan het doen... maar niet echt voor mezelf op zo'n moment. Ja, dan komen die goede ideeën bovendrijven... op het moment dat ik dus in een situatie of setting ben... waar weinig prikkels zijn. En ergens is dat heel logisch, want je brein heeft eindelijk even rust. Dat hebben jullie misschien ook ervaren... dat je beste ideeën komen bovendrijven als je in de auto aan het rijden bent... misschien zonder muziek op of gewoon met een relaxed deuntje of zo, toch? Niet wanneer je een podcast aan het luisteren bent... en koffie drinken en uh, weet je wat wil doen... Uh, of wanneer je bijvoorbeeld uh, staat te douchen of zo. Ja, dat soort momenten wanneer er weinig prikkels zijn, dan komen die goede ideeën boven drijven. Dus dat zijn eigenlijk de manieren die ik heb om uh, een beetje ja, op te laden, om het zo te noemen. Mm -hmm. Maar ik moet ook zeggen, heel veel onderdelen van mijn werk, met name coachingstuk, ja, dat is voor mij niet echt werk of zo. Ik geloof ook wel in hoe je het framet voor, je, voor jezelf, dat, mm -hmm. dat dat ook een bepaalde uitwerking op je brein en op je lijf heeft. Mm -hmm. Dus de uitwerking van stress, en stress is ook weer subjectief, uh, is ook afhankelijk van hoe jij het ziet. Ja. Ja. Of je dat zeg maar als een bron van energie ziet Of ja. als een vorm van angst ja. Want dat bepaalt dan weer van oké okay, Ga je dan reageren met serotonine en dopamine of met cortisol en adrenaline Ja en dan ook nog eens een keer aansluitend Op jouw kwaliteit als individu Dus bijvoorbeeld uh, als ik het dan weer betrek op mij en Miro Miro uh, kan bijvoorbeeld uh, Weet je als times eraan komt kan hij misschien gestrest raken En denken hey ik ben gestrest Nice weet je cortisol is hoog Dan kom ik goed opdagen dan ben ik geconcentreerd en gefocust of zo. Mm. Dan weet ik zeker dat de zaken goed lopen ik denk van oh shit, ik ben, ben wel een tikkeltje gestrest. Misschien mijn voorbereiding nog even goed doornemen, weet je wel, dat is een andere uiting. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat zeker man, daar heb je helemaal gelijk in. Verder qua uh, manier om op te laden, ja ik, uh, ik heb mezelf aangeleerd als ik een kwartaal gewoon gas heb gegeven, dan ben ik gewoon een week pleiten. ja Dat is voor mij heel nuttig. Dus uh, ja. 12 week year noemen ze dat. Ik vind dat ook een uh, interessant boek. Je propt eigenlijk gewoon een, een net iets te groot target in twee, drie maanden tijd, het liefst in twaalf weken. Als je dat per kwartaal doet, heb je ook nog eens een keer een week uh, om op vakantie te gaan. Want een kwartaal heeft meestal 13 weken. Um, en wat het doet, is het zorgt ervoor dat normaal gesproken opereren mensen met jaardoelen bijvoorbeeld. Maar heel eerlijk, als het februari is en je loopt al achter op schema, maar het moet pas in december af zijn, voel je dan urgentie? In de meeste gevallen niet. <coughs> dus uh, per kwartaal bijvoorbeeld met kleinere targets werken, dat werkt heel lekker. En dan hebben we vaak gewoon, of hebben we, in ieder geval heb ik een bepaald kwartaalthema wat ik heel belangrijk vind en dat is bijvoorbeeld nu meer uh, gerelateerd, uh, gerelateerd rondom de mail uh, wat opgeschaald moet worden. Nou prima, dan gaan we daar een kwartaal aan sleutelen en dan kijken we vanaf daar weer even hoe we daarin kunnen bijsturen. Na zo'n kwartaal ben ik gewoon een week uh, onbereikbaar niet te vinden. Een hele dus, week. Ja, ja nou, vijf dagen. Tijdje terug uh, was je nog even. Uh, ja man, gevlogen. Oh. Dan zit ik nog steeds zo'n klein beetje zo af en toe op Instagram te kloten of iets ja. te doen of zo, maar het heeft allemaal geen functie op zo'n moment. Ja, nee. Ik moet dat ook wel. Ik zeg eerlijk, er zit ook een businessmodel of een uh, business idee in mijn hoofd te ontwikkelen. Al die ondernemers gaan veel naar wellness. Het moet gewoon zo'n soort van Russische wellness. Toch daar kwamen ze ook altijd zaken doen. Ja. Gewoon veel ondernemers bij elkaar, netwerken in de wellness. beetje tot rust komen, een beetje ouderen. Ja. Ja, een paar floating cabines. Precies. Dan, uh, lekker lekker, lekker zweven met z'n allen. Ja, de, de oude Romeinen toch ook. Die, ja. De, die gingen altijd gewoon eerst een beetje werken. En daarna gingen ze gewoon de, de sauna in en dan weer zo'n ijsbad, sauna ijsbad, Ik vind ijsporten. die van. Ik Joe Rogan ook nog steeds interessant. Wat hij zei is van dat hij dan soms een sticky rookt en dan in de vloot gaat liggen. Hij zei, ja, dat is dat bijna niks gekkers gedaan. dan ja, dat. Wel zijn wel zijn. Hij zei ja, van, ja, dat is echt wel... Dat uh, is heavy shit. Ja, ik heb wel eens gehad met... Uh... <laughs> ja, je gaat, hij zei, je gaat echt naar andere dimensies. Nou, trouwens, ik zeg ja. dat nu wel. Ik heb het wel eens gehad uh, dat ik... Uh stuk spacecake had gegeten uh, als ik als ik echt een goed stuk kwalitatief hoogwaardig uh, spacecake had dus niet die standaard shit van de shop maar gewoon goed Grasgevoerde space spacecake exactly <laughs> uh, inderdaad uh, als ik dat had gegeten uh, bij mij it, it hits different als ik het consumeer in plaats of zeg maar eet in plaats ja van, 100% de, man honderd heel, heel maar heel die vertering gaat ook heel ja ander, man. man hele andere systemen volgens mij ja ja spreekt. volledig anders en uh, dan zit ik dus ook niet meer in mijn hoofd, maar echt in mijn lijf. Mm -hmm. uh, toen ben ik wel eens gewoon in bad gaan, gaan dobberen. En lag ik gewoon ineens dat mijn vriendin <laughs> aan het eind van de avond binnenkwam van... joh gaat het wel goed, weet je? Je bent je net me. een rozijntje geworden, weet je <laughs> ligt al vier uur gewoon te drijven. Ja, dat heb ik wel eens gehad, man. En dat ja. beviel me wel. Dan zit je echt uh, fucking in een heel ander universum uh, te dobberen. Ja, goeie, man. Uh, ja. Maar als je bijvoorbeeld dus een weekje weg gaat, die vijf dagen... Ja. Um, is dat zeg maar een beetje vergelijkbaar met die uh, paar dagen dat je ook uh, weggaat, waar we dopamine die detox, hadden, bijvoorbeeld dat je naar een hutje gaat, ja. een telefoon in een hoekje gooit en dan gewoon zo min mogelijk prikkels gaat ontvangen of hoe, is het mm. gewoon een soort van weekje ertussenuit om weer gewoon rust te vinden. Ja, dus dat weekje dat is dan echt zo'n weekje wat echt nul functie heeft voor mij, weet je, want ik heb de neiging om alles een functie te geven. Dat is misschien ook wel een beetje ondernemer eigen. Um, zo'n dopamine detox heeft een hele duidelijke functie voor mij als ik dus een weekend in een hutje op de heide ga zitten, ja dan is ook echt een functie. Hey, geen prikkels. Zo min mogelijk eten. ik drinken wel, maar eten het liefst zo min mogelijk. Mm -hmm. uh, gewoon stilte, met niemand praten. Alleen maar schrijven. Alleen maar alles eruit laten komen. Uh, dat is dan wel echt gewoon een functie. Je gaat echt met een bepaalde intentie zo'n weekend in. Ja. Um, dat. Maar als ik echt gewoon een week weg ben, nee man, dan... Chillen. Ja, misschien. En heel eerlijk, dan is het ook... Ik doe nergens moeilijk over, weet je Ik ben altijd qua voeding wel gewoon uh, redelijk on top of my game. Maar dan zit ik gewoon rustig een week patat te als ik er echt zin in heb of zo, ja, weet je man. Maar 9 van de 10 keer heb ik daar niet eens zin in. Ja. Uh, dan lig ik of op het strand of ik ga wat dingen bekijken. Laatste week dat ik weg was, uh, een paar dagen in de hammam gelegen. Vond ik ook wel nice. Zo'n dus soort gekke... Uh, ja, echt uh, helemaal ondergronds met lijpen. Uh, bijna alsof je in een soort uh, synagoge... of in een soort uh, hele grote moskee was... Ligt daar een beetje te dobber omdat ik er zin in heb. En als ik geen zin meer heb, ga ik pleiten. Ja. Ja. Ik doe een beetje wat ik wil voor een week. Dat is ook ja, lekker lekker man. Ja, Natuurlijk. Man. Ja, want uh, het is wel met dit werk, um, omdat je veel uh, uh, duurzame relaties hebt. Die gewoon uh, wel intensief zijn ook. Hè? Dus coaching, klanten en zo. Uh, je agenda wordt wel redelijk voor je bepaald. Je hebt wel zelf grip op je agenda, maar beginlijk heb je gewoon veel afspraken vooruit gepland. Dus je hebt weinig flexibiliteit in je agenda van tijd tot tijd. En dan is het echt relaxed om gewoon een een hele week gewoon niks te hoeven doen. Ja, man. Stand wordt je soms het meest productief in zo'n week, want dan ga je ineens, omdat het niet meer moet, maar wel kan, ga je ineens mm, gewoon allemaal om nuttige ja. dingen doen. Ik heb dat nu ook heel erg dat ik de hele tijd om me heen kijk hier in Utrecht. Dat ik denk, zo drie jaar geleden of zo was ik ook nog die student die nu gewoon acht weken vrij. Ja. Gewoon niks. Ja. Dus ik, zo, nu zo ver van mijn bed show, Dat ik gewoon ik zo, dat is echt in een hele korte tijd, eigenlijk in, in twee jaar tijd, is dat gewoon volledig buiten mijn belevingswereld. Ik denk acht weken niks hoeven. Ik kan me gewoon niet eens voorstellen. Ja, ik moet wel zeggen, het is sowieso uh, bijzonder. Ook mede dankzij het internet, hoe snel uh, dingen kunnen veranderen in je leven, man. <laughs> je zegt dus eigenlijk. In, want jullie doen dit dus pas twee jaar. Als ik het nu goed drie, ja, drie jaar half. Ja, drie jaar. Ik zeggen, want tijdens je studie deed je het volgens mij ook al. Dan zag ik jij ja. wel eens voorbij komen. Dat is wel grappig, want ik, uh, ik heb niet heel veel lotgenoten geluisterd vroeger. Maar ik had dus periodes in de bouw. Dat, weet je wel, dat is gewoon soms heel simpel uh, uh, repeterend werk, zat dus ik gewoon altijd een beetje podcasts uh, te luisteren. Toen heb ik er een keer één, volgens mij met Tibor. Mm -hmm. Die heb ik geluisterd en die allereerste met Stasher. Ja. Die ja. vond ik wel interessant. Ja, ja. En uh, dat is niet eens zo heel lang geleden. In de eindstand zit je dan een beetje al zelf ineens aan zo'n tafel. En het ja, is ook wel een soort van mindblowing of zo, dat, uh, hoe snel dat zoiets kan gaan. Fucking ja, Want dat Doe is dat... twee jaar geleden of zo dan? Ja, 2021 uh, januari kwam Stasher uit. Ja, dat zou je goed know. kunnen. Dat was een beetje rond die tijd uh, dat ik naar Dubai uh, vertrok. Dat was nog in corona, denk ik dan. Ja, ja zeker. Ja, ja, begin, uh, ja. ja toen leerde ik uh, Miro ongeveer kennen. Ja, ja. Toen, uh, toen liep alles een beetje spa qua werk. En toen uh, begon echt uh, shit de te fan hier in Nederland Juist. gewoon met die hele gekkigheid. Ja, dingetje, ja. En uh, toen dacht ik nog van, hé, hey, uh, ik pak mijn spullen. Want ik zag dat Misha het goed had in Dubai. Ik denk, fuck it, ik ga gewoon daarheen. Uh, maar toen kwam ik daar en toen merkte ik ook van, ja, hier is het ook niet optimaal of zo. <laughs> fuck it, ik wil niet hierheen. <laughs> nee, nee, dat ja, is niet mijn ding, man. Dubai, heel eerlijk. Ik, uh, ik vind plek, het een prettige plek om even kort te zijn. Dat is ook een verrijking. Uh, ook voor je perspectief, gewoon hoe ja, dat er wel. anders ja, plekken man. kunnen zijn. Ja, ja, ja. Maar het is, Hij is nou een, plek, een vakantieplek. Ziel, man. Geen vakantieplek. Ik Vinden oh. mensen die daarna op vakantie gaan, denk ik wel ja, wat. wat? Mm, nou, ik had dus... Uh, het was een beetje vluggedrag, omdat ik dacht van hé, hey, alles is beter dan Nederland op het moment. Maar ik had toen mijn vriendin meegenomen. Gezegd van hé, hey, we gaan gewoon even Dubai verkennen. En zij vindt het ook leuk om even gewoon die winkelcentra door te gaan. Ja, en wat opzet te doen. Uh, en gewoon... Ja, eigenlijk ben je de hele dag alleen maar aan het luieren, aan het eten, een beetje dingen aan het kopen en zo. Maar ik ging er ook een om te even te kijken naar dat hele vastgoedcomponent. Uh, ja. Want ik zag wel toen al ontvouwen van hé. Hey, uh, qua regelgeving wordt het in Europa niet beter. Uh, dat is voor mij alleen maar ongunstig. Ik ben ook benieuwd hoe het daar is. En uh, je had toen ook nog zo'n regeling. Ik weet niet of ze dat nu nog steeds hebben. Dat als je voor, ik geloof, meer dan een half miljoen aankocht. Dat residency. Het gelijk zo'n residency. Ja, dat ja. werd in ieder geval een stuk makkelijker voor je. Ja, heb je nu volgens mij ook nogal wat regelingetjes en dingen voor? Ja, je. als ik dacht, nou ja, dan is dat ook altijd nog een optie. Dan heb ik in ieder geval een tweede paspoort en dan kan ik pleiten gaan daar naartoe als het moet. Ja. Uh, want mijn business liep helemaal klem hier in Nederland. Uh, maar toen was ik daar en toen dacht ik ook wel van ja, ik vond dat vastgoed niet super interessant. Maar misschien dat ik ook gewoon op dat moment nog niet genoeg uh, helemaal in dat wereldje zat. Want je bent ook deels afhankelijk van netwerk. Maar. Mm -hmm. Wat mij heel erg tegenstond is dat het gewoon allemaal zo up and coming is dat het ook uh, het wordt heel moeilijk om in te schatten wat, wat een succes wordt en wat niet daar. Ja. Mm -hmm. uh, en ik vond gewoon de plek zonder ziel man heel eerlijk. Ja. Echte de mensen zijn zo, zo individualistisch daar nog. Zeg maar hier zijn we dat al redelijk maar daar is het helemaal een ding man. Ja. Ja. Mensen leven helemaal langs elkaar. Ik denk ook dat heel veel mensen daar niet heel gelukkig zijn. Het gevoel dat ik daar had was dat ik geïsoleerd was van de rest van de wereld. Ja. Dat voel je heel duidelijk. Je voelt van we zijn nu echt ver verwijderd met heel veel zand ertussen gewoon in dit plekje. Bijna alsof, alsof je... er een soort van glazen doom omheen ja. zit. Ja, uh -huh. alsof je een andere wereld bent wat een soort van collectieve flexwerkplek is. <laughs> ja, <laughs> Heel eerlijk, gewoon iedereen ja, maar... is alleen met business bezig daar. Ja, ja, ja. Maar is wel niet erg. schatrijk. Zeg maar, alles is groot, grote gebouwen, ja. ziet er heel erg luxe uit, hele mooie plekken. Ja. Alleen dan inderdaad weet je wel gewoon van, dit is niet oud, het is gewoon zo gebouwd. Ja, wij zaten daar wel op een gegeven moment toen bij dat, uh, dat hotel, dat Skyview Address of zo, zaten we daar op het tussenstuk te eten. En toen had ik wel een paar whisky'tjes op, zat ik een, een sigaar te roken. Toen keek ik zo naar dat ding, toen dacht ik, ja, het is wel een te lijpe plek waar ik nu ben, zeg maar. Van, het is gewoon een hele lijpe plek. Het is wel gewoon een lijpe van waar de fuck en ben ik nu. Het voordeel wat Jaro en ik natuurlijk hadden, is dat wij echt binnen, uh, binnen vijf dagen, want het gingen zeven dagen, maar ja. Vliegen en vliegen op de eerste en laatste dag. Dus ja, dat wordt heel slecht dagen. geboekt. Uh, drie dagen moesten we podcast opnemen. Ja. Uh, maar we zijn wel gewoon op veel plekken geweest. En ook op hele toffe plekken. Weet je, ook met de mensen die we daar hebben ontmoet. Weet je, door uh, een... Uh, ja. een over Of een Robin Ubachs. Of uh, met Joshua Kaats. Door... Uh, in Club Blue zijn we daar nog geweest. We zijn zulke plekken. Ja. En zeg maar, ik denk als, uh, als we daar echt op vakantie gingen. Ja. Zonder die connecties... Waren we daar ook allemaal niet geweest, en was het ook een hele andere vakantie voor ons nee. geweest. En daarom ja, stem ik wel in, wat jou net zei. Het lijkt me echt helemaal niet leuk als vakantiebestemming. Niet. Maar voor ondernemen of voor je business trip, ja. dan is het wel leuk. Voor connecties is, gewoon... is het lijp. Ja, en ik denk ook wel dat uh, een goede vakantie uh, een subjectief iets is, natuurlijk afhankelijk ja. van het individu. Ja. Uh, ik weet wel dat. Uh, ik heb dus bijvoorbeeld, dat is wel een interessante, toen ik net uh, die bouwsector een beetje inging. Uh, had ik mij voorgenomen in, uh, in China, in Gangzhou. Ik weet niet of ik het heel goed uitspreek, want iedereen uh, heeft daar weer net een andere mening over, maar uh, Gangzhou dus, uh, is in het binnenland van China. Daar hebben ze in principe de, de Canton Fair, heet dat. Dus misschien voor de dropshippers die luisteren, die eindelijk een keer wel een goede business willen neerzetten, die duurzaam is, ga eens een keer naar de Canton Fair. Dan heb je tenminste een keer een uniek concurrentievoordeel in plaats van generieke shit uit China importeren. Um, wat je daar kunt doen, dat is twee keer per jaar, het hoofd, een soort van de, de beurs in de rij, weet je wel waar ze gewoon allerlei zooi hebben uh, van verschillende sectoren. Alleen dat is de allergrootste beurs ter wereld. Van, weet ik hoeveel, 200.000 vierkante meter of zo, echt huge. Mm -hmm. Met verschillende weken rondom verschillende sectoren. Dus IT of bouw of uh, uh, distributie en transport. En voor dat bouwcomponent dacht ik van, hé, hey, dat is interessant, daar wil ik met mijn vader heen gaan. Uh, want ik zag dus dat er één leverancier was waar wij veel mee werkten uit België. Ja, die importeerde gewoon uit China. Dat was gewoon basically een soort dropshipper, maar dan yes. net anders. Uh, eigen branding eromheen en uh, gas geven erop. Dus ik dacht, wij gaan dat ook doen. Toen kreeg hij dus die gezondheidsshit en uh, dat liep helemaal klem. Uh, maar ik had wel mijn tickets geboekt, hotel en dat soort zaken. Dus toen heb ik gezegd van, hey, uh, als ik misschien nog mijn vlucht kan omzetten. Uh, voor mijn vriendin, dan neem ik haar mee en dan. Ja, heel eerlijk, ik heb die kosten toch al gemaakt. Hebben we misschien even dat we iets van China zien of zo. Mm. Uh, toen ben ik dus eerst twee dagen naar Hongkong gegaan, als tussenstop. En uh, daar heb ik de vetste vakantie ooit gehad, man. Uh, twee dagen. Uh, maar ook in Gangzhou. Fucking vet. Dat ja. is echt niet een, als je dat googelt, dat is geen vakantiebestemming of zo. Nee, maar man. het is zo'n verrijking voor je, voor je wereldbeeld. Je hebt daar uh, in Gangzhou gewoon. Um, We kwamen daar aan en wij dachten, want het is een ziek grote stad. En je hebt natuurlijk een beetje gegoogeld van tevoren. Maar ja, China en uh, YouTube, internet, dat is een beetje afgezonderd van de rest nee. van de wereld. Dus daarom ook interessante ervaring. Maar uh, die hele stad is wat ondergronds. Dus winkelcentra zijn gewoon fucking acht verdiepingen onder de grond en zo. Ja, bizar. Dat zijn dingen dat je denkt van, oké, okay, ja, dat, dat zie je ook niet uh, zomaar of zo. En je, dat is ook niet iets wat je snel op YouTube tegenkomt of zo. Dat mm. moet je gewoon even zien om het goed te kunnen ervaren. Ja. ja, super vette vakantie eigenlijk gehad daar. Man. Ja, man. Misschien ook omdat ik er zonder verwachtingen in ging. Dat scheelt ook. En ja, Dat maakt een hoop verschil, man. Ja, 100%. Ik hou er echt van. Ik hou ook vakanties boeken en gewoon geen reet eten. Ik, had, uh, ik was dus in Hongkong. En we zouden naar Gangzhou gaan. Dat is uh, met de boot anderhalf uur. Uh, als je, zeg maar, uh, je hebt een beetje zoals een soort cirkel, een soort grote zee ertussen. Mm -hmm. Maar als je niet oplet, zoals wij dus deden, ga je de verkeerde kant op naar Macau. En Macau is gewoon uh, een eiland waar ze Portugees en... Uh, niet Spaans, Portugees en Chinees uh, alleen spreken, maar geen Engels. Gewoon helemaal niks. Ja, je hebt ook alleen maar Aziaten die echt gewoon fucking miljoenen aan het vergokken zijn daar. Ja. En zo. Dat, ze vliegen er letterlijk alleen om te gokken en dan gaan ze weg. Het ja. is een soort Las Vegas. Wij uh, varen dus uh, gewoon überhaupt met de verkeerde pont. En uh, wij komen eraan. Ik denk: Fuck, waar ben ik nou beland? Weet je wel. Uh, en best wel stressvol, want je kunt geen woord communiceren met iemand. Eindstand uh, ben ik een. Uh, want ik dacht: ik, ik boek gewoon een taxi. Want het was iets van zes uur of acht uur of zo. Een gangzaam, omdat we helemaal de verkeerde kant op waren gegaan. En uh, in Nederland kun je in principe gewoon vanuit. Limburg naar Friesland, wel een taxi pakken in theorie. Toch mm -hmm. het is een dure taxi, maar het kan. het kan. Dat kan daar dus niet, want al die Chinezen leven heel uh, gecentraliseerd. Zeg mm, maar. Dus heel, ja. goed, of heel erg lokaal. Ja. Heel veel wisten niet eens wat ik bedoelde ook. Oh. Uh, maar eindstand, wij helemaal naar, uh, ben ik gewoon een hotel ingegaan, het Hilton of zo. En die heeft gewoon, uh, <laughs> gewoon zijn Nuffo gebeld. <laughs> en die had als een soort, uh, als een soort snodder, <laughs> heeft hij ons gewoon letterlijk al die, uh, al die richting, de juiste richting opgeholpen. Acht uur in een autootje. Maar dus dan zie je in acht uur allemaal dingen van het binnenland van China, wat je anders ja. nooit zou zien ja fucking dik. zou ik iedereen aanraden ja, niet per se om de verkeerde nee, kant op te varen maar wel gewoon om op die manier het soort avontuurtje te pakken ja maar dat is zeg maar dat vind ik wel mooi aan Dubai je komt in Dubai en je ziet wat je nergens kan zien ja zeg maar, en het is gewoon op een idee gebouwd dat hebben we ook al eerder gezegd het is vanuit een idee en daar is het helemaal uitgebouwd het is mensen zijn daar superrijk weet je en dat zie je ook overal terug ja. en dan komen we bijvoorbeeld uh, een paar maanden terug waar we uh, op Bali mm -hmm. Ik niet enkel Bali nou ik kom daar ik zie auto's met allemaal rode en, en, en blauwe lichten en denk je is dat de politieauto nee nee is gewoon normaal auto's hebben gewoon bepaalde lichten ja yeah. boeit niet scooters gaan harder dan auto's er komen kinderen belen bij sommige oude auto's dan denk je denk wow dat is een heel andere wereld weet je wat je yeah. hier ziet en dat vind ik wel het mooie gewoon om af en toe zo'n af en tuurtje mee te pakken ja yeah. van wat je zegt je wereldbeeld verandert gewoon letterlijk in een paar dagen ja man ik heb dat ook heel sterk gehad in Thailand dat je ik ging toen naar Bangkok en later naar Koh Samui zo'n eiland daar in de buurt en uh, dat is ook weer zo'n contrast weet je want Bangkok is zo'n dicht bevolkte en dicht gebouwde stad dat je je hebt het gevoel dat je altijd binnen loopt je gebouwen zitten zo dicht op elkaar en heb je die soort ja dat noem ik, ik weet niet of het dan een metro of een tram ja het is een metro denk metro, ik die in de lucht loopt uh, met echt ziek veel beton eromheen. dus je, alles voelt overdekt daar en uh, dan loop je buiten en dan krijg je hem al, allemaal Spetters water over je heen en zo. Dat zijn dus airconditioning apparaten van uh, mensen die uh, lekken. Het yeah. is gewoon een vieze stad eigenlijk, ja, weet man. je wel. Uh, Hongkong, hetzelfde verhaal. En dan kom je ineens in Kowloon wat een paar uur daar vandaan is volgens mij. Uh, en dan heb je ineens de rust, weet je wel. Fucking veel natuur. Uh, wel veel mensen die bedelen, En ook wel wat armoede links en rechts. Maar goed, dat heb je in bank ook. Uh, maar een hele andere, hele andere vibe en setting, man. Ja, man. ja dat, dat laat je wel zien van hoe groot de wereld is. Maar ook wat een kleine plek het is. Want je kan eigenlijk erheen vliegen, dit doen en je bent er. Ja. Dubai is ook, hoe lang is Dubai vliegen? 4, 5, 6 of zo. Ja. ja. ja ik ja. kreeg de eerste keer dat ik naar Indonesië ging, want mijn moeder heeft daar een tijd gewoond toen ze jonger was, dus we ja. gingen daar dan heen om te kijken naar waar ze gewoond had, et cetera. Mm -hmm. Had ik wel gewoon gekste identiteitscrisis. De eerste zeven dagen de deur niet uit willen en shit. Echt? Ja, man, ik kon dat niet aan. Ik kreeg shock. Bro, als ik die Q, eh, wat is het AQ-test, doe kreeg ik sowieso een 10. Ja ja, ja, ja. nee, ik, ik kon niet omgaan met verandering, man. Nul. Boah. Nu ja. wel, dus vorige keer Bali vond ik het allemaal best. Ja, ja, Maar toen, ik ging helemaal slecht. Ik dacht echt: van, hoe kunnen mensen hier leven? Waarom leven mensen hier? Van dit is gewoon fucked up. Het is heet. het Stinkt. Het ziet er niet uit. Ja, maar dat is ook wel uh, dat Ignorance is Bliss uh, verhaal. Ik bedoel, zij weten voor een deel niet eens wat ze missen, omdat ze het nooit hebben ervaren. Ja. ja klopt. Net zoals iemand die uh, misschien zijn hele leven single is, uh, dan ineens de juiste partner vindt en dat loopt dan misschien toch klem. Ja, daarna voel je, je fucked up. Dan ja. wil je dat nooit meer misschien? Terwijl daarvoor uh, wist je niet beter en dat was prima. Ja. Dus dat is ook gewoon perspectief wat erbij komt kijken. Had, uh, op Bali had je ook een eilandje, ja. uh, Giliti. Oké. Okay. En uh, daar heb je één. je komt zeg maar al op Bali en daar ja, heb je geen normale snelwegen. Uh, je wilt daar niet in de auto rijden, inderdaad, omdat die scooters die rijden overal om je heen. Ja. Uh, restaurantjes zijn ook heel erg. Ja, Anders. Zeg maar, daar heb je twintig uh, man personeel lopen waar je in Nederland één of twee hebt. Ja, daar is iedereen is super vriendelijk, zegt je gedag. En is blij om te zien en wil gelijk alles van je weten. In Nederland kijken mensen ineens aan. Mm -hmm. En dan kom je op Guiletie. Daar hebben ze auto's, Hebben ze geen scooters. Hebben ze alleen fietsen. Ja. En hebben ze gewoon uh, uh, paard met zo'n wagen erachter. Dus kom je daar aan. Heb je zo'n villa gehuurd, dat toen met een paar ondernemers. <laughs> moet je met je koffertje... <laughs> Of zo'n uh, wagen wordt door zo'n paard getrokken. Maar zo'n eiland staat ook bekend, dus om hun mushrooms. Dus iedereen zit daarheen, daar gaan de paddo's. Echt? Ja, dat is niet normaal. Oké. Okay. Maar ook gewoon dat, en dan spreek je daar mensen, kunnen een beetje gebrekkig Engels, en mm -hmm. die zijn nog nooit van dat eiland af geweest. En dan denk je van voor hun is het al, zeg maar, ja. een heel ander leven als ze op Bali zouden komen. Ja, man. Maar moet je je voorstellen, als ze naar Nederland gaan, ja, of naar Dubai? Dat kunnen ze, ze niet eens voorstellen. Besef je, hebt Java, waar zeg maar de hoofdstad Jakarta bevindt. Mm -hmm. Dan heb je eilanden die een beetje steeds kleiner zijn. Dus dan heb je Bali, dat is al kleiner. Ja. Dan heb je bij Bali een eiland, dat is Guiliti. <laughs> en daar woont iemand die is nog nooit, die is niet eens in de hoofdstad van zijn eigen land geweest. heeft geen idee. Ja, man. Gewoon een super kleine wereld. Eén eiland. Ja, ja. Rondje op, de, op het paard eh, duurt een schekke uurtje. <laughs> ja. ja, maar goed, Zou ze weten wijzen. niet beter toch? Nou, ja, wel ja, ruime geest door al die paddo's, dus wellicht hebben ze wel meer gezien ja, dan ja, wij. Ja, ja. Met hun uh, zesde zintuig of zo. Ja ja, maar, ja. ja, ja, ja. Ja, nice man. Ja, ik vind dat wel bijzonder. Ik, uh, ik, sowieso moet ik daar een keer in gaan, man. Even goed, uh, goed trippen daar op, uh, op locatie. Goed zo, ga paceen. ik wel mee, man. Ja, ja dat vind ik wel goed. Tweeën. Ja, man, wat leuk. Ja, ja nee, wat dat betreft, uh, uh, ik heb nooit echt hardcore iets van paddo's of zo gepakt. Ik heb één keer, in die twee keer truffels gehad of zo. Mm -hmm. Maar uh, ik heb altijd wel de aanname dat als je op zo'n plek uh, echt gewoon uh, de juiste, juiste type, een of andere gekke hybride pakt of zo, dat dat een hele andere uitwerking heeft. man. Ja, ja geloof ik wel. man. Ja, ja. Dus ik, uh, ik ben wel benieuwd. Ja, sowieso zijn er, uh, hoe meer dingen je ziet van de wereld, ga je ook beseffen hoe meer er nog te zien is. Mm -hmm. En uh, eigenlijk zou je daar veel meer de tijd voor moeten nemen. Man. Uh, zeg maar in de levensfase waar we nu in zitten, weet je wel. Ja, en ja, tegelijkertijd laat je ook veel potentie liggen. Ja. Dus als je natuurlijk weet van hé, hey, als ik nu gas geef, hè, dan zit ik goed uh, voor de rest van mijn leven. Als dan. Man. Ja, man. Ja, maar dat, dat hebben we nu ook in het ondernemen. Mm. Want uh, ja, je zit op school, je, je hebt gewoon werk en dan denk je gewoon, ja, met werken. Ja, je hebt een baas. Ja, en die, die heeft een bedrijf. Nou, prima, maar dat, dat is nog best wel ver van je bedshow. Nou, op een gegeven moment ben je zelf ondernemer. En dan ga je de potentie eindelijk zien van oké, okay, ondernemen is best wel grenzeloos. En dat ga, daarin kun je ook superveel doen. Dus eigenlijk, wat je hebt met de hele wereld kunnen rondreizen. Ja, maar... En hoe meer je ziet, hoe meer je weet. Oké, okay, er valt nog heel veel te ontdekken. Mm -hmm. Is in het ondernemen eigenlijk ook hetzelfde? Want je, hoe verder je komt in het ondernemen, hoe meer je ziet wat er in, een, in het ondernemen kan en mogelijk is. Ja, ja, daar komt ook wel een stukje, ook zelfs een stukje hebzucht bij en een stukje nieuwsgierigheid. Van hé, hey, uh, ik ben nieuwsgierig wat kan, maar ook hé, hey, ik heb nu met deze handelingen uh, deze output bewerkstelligd. En dat kan zijn uh, impact, zichtbaarheid, maar ook gewoon euro's. Ja, dat smaakt naar meer. Weet je. Dat is ook wel uh, iets waar een gezonde rem op moet zitten voor jezelf. Anders dan verlies je jezelf er helemaal in. Zeker ja. als je een beetje een uh, masculine gast bent die wel gewoon houdt van snelheid, progressie en het overkomen van weerstand. Dat wordt gewoon een verslaving aan zich, man. Lost ja. in the sauce. Lost in the sauce, ja. Yeah. Je hebt ooit dat filmpje van Gucci meegezien? Dat dat nee, zei? maar ik ken Gucci main altijd okay, goed. Ik geloof wel dat hij, hij was sowieso ja. lost in de sauce. Hij, hij <laughs> heeft lost. dat ooit gecoind, zeg maar. Daar komt ooit de ja. hele uitspraak van. Ja, man. ja? Oh, dat is ja, 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 moet je keel zoeken. Gucci van, uh, vice, vice, goes uh, tripping with Waka Flocka en Gucci Mane of zo. Was hij toen dik nog? Waka? Ja, ja, ja. ja. Gucci ja, toen, ja, ja, was ja dat was lijf, nog zeg maar. dikke voordat hij gekloond was. Ja, uh, ja, Gucci exactly. Man, Met de ijscone hier. Ja, want die, uh, die reporter van Vice, die, uh, die rookt dan echt, die neemt twee ijsen van die blunt van hem. Of zo. Zie die jij gaat... met dat Billip. Ja, ja, ja dat zeker. Filmpje die is is was het. met iedere ook met de Migos altijd. Ja, maar hij wordt gewoon afgevoerd uiteindelijk. Man. <laughs> ja, hij uh, ja, had, had een paar ijsjes genomen en toen was hij oud. <laughs> en toen zei Gucci van, hij is lost in the sauce. Ah, ja, ja. die shit is zo grappig. Vooral dat mannetje met die bril, die heeft echt de gekste dingen meegemaakt. Ja, man. gewoon hij gaat al die rappers interviewen, dan gaat hij naar een show van Lil Durk of zo en dan wordt gewoon. Op de parkeerplaats, daarvoor wordt geknald. Zie je hem wegrennen van wat de fuck is dit? Ja, wat gebeurt heen. hier allemaal? Ja, alleen maar man, chaos. De normaalste zaak van de wereld voor die gasten. Ja man, fucking lijp. Gucci right, hey, man, legend. Um, heb jij nog specifieke zaken? Want ik zag je net een paar keer op je tabletje uh, kijken. Ik vind het leuk om mee te schrijven. Af en toe. Oh, oh je, je staat te schrijven juist. Yeah. Okay, cool. ja, ja, dat was kennis wel, goed kennisgoed waar je waarborgen. Ik uh, vind het nog wel leuk om even terug te pakken op de mail die weinig mensen begrijpen. Want in het ja. begin zeiden van, nee hey, luister. We hebben nog wel iets voor de mensen die... Uh, de echte strijders zijn nog steeds kijken. Helaas niet een lekker bruggetje erin geluld. Dat is wel jammer. Ik kon nu een kou, kou, rouw op je dak. Een rouw op je dak. Maar ja, maar bij deze rouw is ook goed. Prima, verder. Um, toen met Miro in de aflevering. hebben we eigenlijk gezegd van luister. Uh, mensen die uh, de mail die weinig mensen begrijpen, willen lezen. Ja, uh, zij kunnen het voor één euro voor de eerste maand krijgen. Ja. Nou, dat liep aardig goed. Uh, toen zijn er echt uh, binnen volgens mijn no een paar honderd mensen zich gaan aanmelden. Um, toen hadden wij elkaar gesproken, toen yeah. zeiden we van nou, mensen krijgen nu weer de kans. Ja, ja, ja. Maar we gaan het wat uh, ja, schaarser maken. We gewoon, kijk, uh, mensen willen kopen vanuit waarde, mensen kopen uiteindelijk daadwerkelijk vanuit urgentie. Zo werkt het spelletje gewoon. Dat is mm -hmm. gewoon een stukje psychologie, en dat mogen de luisteraars ook best weten. Ja. Uh, er zit gewoon een bepaalde schaar staan vast. We doen gewoon, uh, wat is het, uh, 100 brief of zo? 80? Ik denk 80 stuks. mooi hoeveelheid. Is 80 is mooi man. Ja, doen we dat. Tachtig Tachtig 80 voor een euro. Ja. Dan, moet dan zetten we, even, we in de beschrijving zetten we neer... Uh... Wat hadden we vorige keer? Gewoon een code weer, toch? Een ja, ja, maar ik sowieso lotgenoten. Code. Ja, ja, we uh, kan wel met dezelfde code hoor. Ja, met dezelfde, dezelfde code, code kun je verschillende dingen toepassen, dat is prima. Ja, dat is Of um, lotgenoten 2 of zo, dat zet ik wel even in de beschrijving dan. Ja. Ik even te denken, ja, er zijn denk ik nog wel een paar brieven die de luisteraars daar dan gratis bij uh, kunnen krijgen. Gewoon brieven die eigenlijk ook niet meer uh, uitgedeeld worden. Die voor mij. Of Jij hebt ook een keer je eigen <laughs> je brief erop, jongen. Dat is misschien zo. de slechtste brief die er nee, is, maar schrijf. <laughs> hij schrijft wel van mij. Hij schrijft hem telkens weer in Waarom je weet je brief je... zo speciaal? Ja, maar mijn brief je was helemaal niet goed. Ik heb die brieven helemaal uit elkaar zitten trekken en opnieuw zitten schrijven. Echt jongen. waar? Ja, 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 ja. joh. Ja, ja, ja. Ik niks van overgelaten. Heb je geen chat GPT erop uh, losgelaten? Dat bestond toen nog niet, bro. Was het nog voordat oh, ja. de chat GPT groot was, pik. Ja, zo, ja, ja. Ja, <laughs> ja, man, dat zo snel gaat de tijd eigenlijk. Nu is dat hartstikke normaal. Ik kan wel even denken wat zou het luisteraar interessant vinden. Ik denk dat ik hem wel kan invliegen op of aanvliegen op uh, businessprincipes. Okay. Gewoon zeggen van, als nee, je dat interessant vindt, die krijgt hij sowieso gratis bij. Ja, heel eerlijk, de onderwerpen variëren heel sterk. Hè? Dus ja, sales, psychologie, beïnvloeding, geopolitiek, finance, gerelateerde zaken. En maar hij nou. laat dat ook gewoon het ding zijn. Van, ja, er zitten er heel veel bij die er geweest zijn, die je er nu gewoon niet bij krijgt. Ja, sowieso, wees mensen lid en dan pech. heb je heel ze eerlijk. wel. Ja, ja. ja Ik heb alleen een beetje medelijden met mensen die het oprecht niet wisten dat het bestond. Want daar krijg ik echt veel mailtjes over nu. Die ja, maar zeggen, dat hoort hey, er gewoon bij, toch? Dat is live. That's life. Ja, heel eerlijk. Ja. Dat is gewoon de les die, die er is. is ja, kans zonder dat je het weet. Ja. Ja. Soms weet je niet dat je iets mist. Ja, dan heb je het wel gewoon gemist. Pik. Ja, ja moet je maar scherper zijn. Als ik in 2013 ook. wist dat Bitcoin-tering-viraal ging, had oh, ik hem ook liever ja. gekocht. Maar ja, een tijdmachine ga ik ook niet omzeuren. Het is ja, wat ik het, heb het is. Dat heb juist gehad, man. Ja, ja, ja man. Dat is een verhaal, eerste klas, jongen. Dat was een mooie brug naar de mail geweest, want ik heb net een brief live gegooid over Bitcoin, maar... Hey, maar dat doen we toch. Nu komt uh, er gewoon bij. Oké, okay, voor de luisteraars, Bitcoin deel 1 en deel 2, dus ik uh, denk afgelopen maandag is deel 2 live gegaan. Maar in de eerste trek ik gewoon uit elkaar, uh, wat is het hele concept, waarom zou je nou uh, wel of niet in Bitcoin moeten stappen? Die je... moet ik ook nog even hebben, ja. Ja, ja, ja want, goed. Uh, deze keer hebben wij dus voor het eerst, want heel eerlijk wij zijn soms wel varianten, dat we dan in nieuwe brieven teruglinken naar oude brieven. Uh, maar andere mensen hebben gewoon gelakt voor die brief, weet je wel. Dus dat is ja. ook een beetje altijd zo'n mixed feelings. Erbij. En nu betaal je gewoon een donnie. Nu, nu hebben we gezegd in die... Midden, <laughs> ja, fuck off, weet je wel. Heel eerlijk, die brief is twee maanden geleden live gegaan. We hebben gewoon gezegd, hé, hey, als je bit, Bitcoin deel 1 nog wil lezen, ja, dan mag je met terugwerkende kracht kopen voor een tientje. En dan ben je denk ik helemaal niet uh, beschaaflijk volgens mij, want uh, je weet precies waar je aan toe bent en wat je gaat krijgen op basis ja, ja. van deel 2. Maar uh, we trekken gewoon uit elkaar wat het hele concept Bitcoin is, waarom er in mijn optiek een asymmetrische risk-reward ratio zit. Dus... Is het echt een hele oneerlijke upside in jouw voordeel aan Bitcoin? Adoptie gaat sowieso huge worden, is mijn mening in ieder geval. En ik onderbouw in die brief waarom dat zo is. Ook wat, uh, dat is dan in deel 2, wat de metrics zijn waaruit je een beetje kunt oordelen van: hey, gaat dit allemaal de goede kant op of uh, gaat dit helemaal niks worden? Want dat is altijd een risico, zeker met zoiets wat zo speculatief is als Bitcoin. Dan wat de impact gaat zijn vanuit uh, landen die eventueel adoptie toepassen, grotere uh, corporate states, waar Miro het ook wel eens over heeft gehad. Uh, eigenlijk alle ins en outs. Zo eerlijk, als je, als je die twee brieven hebt gelezen, snap je gewoon alles over Bitcoin. Ja. Mm. Maar om terug te komen naar uh, mijn eigen casus. Uh, sommige mensen die die brief hebben gelezen weten het dus nu. Ik was... Hoe uh, was ik toen? Ik, denk, ik was volgens mij nog niet eens 18. Ik denk 2013. Dus uh, ja, ik was 17-18. Mm -hmm. Toen kocht ik uh, Bitcoin op basis van gewoon een of andere guy op Reddit die zei, van, hey man, dit gaat helemaal naar de maan. <laughs> uh, voor 250 euro kocht ik mijn eerste paar Bitcoins. Uh, op Mount Gox. Ik weet niet of jullie daar ooit Ja, eens zeker. Dat is laatst ja. een hele interessante podcast over ja, 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 uitgekomen, ja. man. Wat een labs, bro. Dat, dat eindigde bij de, de terroristische groep, die MH17, uh, zeg maar. Die uh, soort van guerrilla groep die daar uh, rond dat, uh, dat weet ik dus niet. Maar, die is uiteindelijk gefinancierd van alle, of wa zeer waarschijnlijk gefinancierd oh, van, van al alle je... funds die gekaapt zijn bij nice. Mount Gox. Dan hebben ze dat ding leeggehaald of neergehaald met, uh, met mijn coins waarschijnlijk? Want uh, ik kocht dus op 2,50, op 4,50 en op 900. Uh, en ik had toen niet heel veel knaken, maar ik had ongeveer gewoon alles vermogen wat ik had, wat ik erin zit te douwen. Echt dat ik nog uh, discussies met mijn stiefpaar kreeg van, joh, je bent knijt gek, weet je wel, die fucking internetmuntjes van je. Uh. Internet. Eindstand is hij de die echt acht jaar later aan mij vraagt, hey, had je al die bitcoin nog of niet, weet je ja, wel. Dat, ja, is, ja, ja. dat is dan wel weer grappig. Toen heb ik een deel verkocht toen ik het keer twee zou gaan. Uh, en eigenlijk de rest heb ik allemaal erop laten staan. En ook, ja, ik had, ik had een heel klein beetje op een wallet, maar die, dat was dan zo'n wallet die alleen op die, lab, die laptop zelf staat. En die laptop die heb, ik, uh, die heb ik nog steeds, maar daar moeten zoveel software-updates software op gedaan worden. Ik weet niet of een computerwinkel die shit ooit nog aan de praat gaat krijgen. Dus dat is ook nog een hoofdpijndossier. Maar daar zou ik nog wat van af kunnen halen, dus. Maar de rest staat allemaal op uh, Mount Gox, of stond. En uh, toen zei Mount Gox op een dag van hey uh, Jur uh, dikke vinger ja, dus Voor maar... mij. Ja, maar... uh, ik wist niet eens dat dat een platform was. Bro Mount Gox. Was de Gox platform zo'n beetje. de grootste confiskeerboem. Zeer waarschijnlijk oh. van de Russische geheime diensten die daar echt de hele tiefenstent oh, hebben. Oh, was dat met dat geval met de Russen? Dat zijn nu al die bitcoins uh, beheren? Hij is nooit toegegeven. Er is nu een groot niveau, dat is de journalistieke podcast die ik geluisterd ja. heb, waar ze daar onderzoek naar gingen doen. Het lijkt heel erg op dat er vanuit een soort van ja, Russische tak van de geheime dienst of in ieder geval een aantal slimme gasten eruit ja. getrokken is en daarna doorgeschoven is naar die hele uh, partij die rond Oekraïne ook uh, dwars moet liggen en doen. Mm. Dus dat er op die manier enerzijds veel geld geconfiskeerd is en daar weer andere kant op geduwd. Er zijn ook een aantal paar gasten zijn daarvoor opgepakt. Eentje zit volgens mij in Amerika vast. Ja. Die mag ook met niemand contact, want uh, de Russische overheid heeft uh, ja. hem liever dood dan levend, want hij weet te veel. Ja. ja, ja dat zijn van vak die gasten Leip, die worden man. dan ineens uh, gesuicide, weet je wel. En dan uh, ja, pakt dat, man. Ja, man. Mm. Maar hoe ziek. ik hem had meegekregen over Mount Gox, want heel eerlijk, ik was, uh, ik heb, misschien heeft dat ook wel ervoor gezorgd dat die verwerking van, uh, van mijn Bitcoin-trauma eigenlijk best wel soepel ging. Het was toen geen reet waard. Ja, het was, was wel gewoon serieus geld toen. Hoeveel coins had je? Moet ik even nadenken. Uh, 2,5 op 2,50, 2,5 op 450 of 400? 4 of 5 op 900? Dus dat is, 10, zeg even en... 10, 10 stuks totaal waarvan ja. ik er uiteindelijk nog 1 op tijd af. Dus zeg dat ik 9 stuks gewoon kwijt ben, basically. Ja, we passen de telefoon uit bij me. Ik uitrekenen. ga even rekenen hoeveel, het is. hoeveel <laughs> dat. Hoeveel munten dat bij elkaar? Ja, ik denk dat dat uh, misschien... Gewoon ongeveer 10, nou. 10 toch? Ja, dat is ja, ja 10, maar dat is, uh, dat is nu een goede 2,5 of uh, 250.000 euro ja. waard. Ja, dus vorig hoeveel jaar. Op hoeveel staat die? 526, 26, 26. 26 halve rug, ja, dus vorig jaar rond de zes ton toen hier rond de 60 uh, ja. bungelde. ja, man. Ja. Dus uh, dat, maar dan is ook het vraagstuk van nee, hey, had ik het vastgehouden? Want heel eerlijk, ik ben een hodler, zoals ze dat noemen, maar ja. heel eerlijk, op basis van wat jammer, ik er niet bij kon ja. want ik heb in de tussentijd echt ziek vaak met bit. Want ik heb in de tussentijd gewoon doorgekocht, ja, uh, wel in het later stadium toen de normale exchanges begonnen te ontstaan en hey, je met ledgers en zo aan de balkon. Maar ik heb echt best wel vaak gewoon al mijn geld van alles wat ik had. Hè? Dus aandelen, uh, bitcoin, alles wat ik soort van liquide kon maken, les me in het snel naar vastgoed geschoven. Omdat ik een deal anders niet rondgefinancierd ja. kreeg. Ja. Dus ik heb sowieso vaak lopen schuiven heen en weer. Uh, en je kunt, het kan je zomaar gebeuren met zeker zoiets voor de deals als bitcoin. Dat als het op uh, 50k staat en je casht dit uit om snel een pand te kopen. Dat het misschien twee maanden later, wanneer je weer uh, reserves kunt opbouwen, dat het ineens op 30k staat. Ja, dan ja, heb je maar... een goede move gemaakt. Maar het kan ook andersom zijn. Mm -hmm. Heb jij nog? Want er was een hele zaak gaande, ook, dat je van Mount Gox misschien nog x aantal muntjes terug ja, dat kon kan. krijgen. Dat is, dat is nog steeds een ding. Dat is, nog steeds dat is best wel ver gevorderd ook, Ja. Ik weet alleen niet het fijne van wat ik heb gelezen, dus want ik krijg mailtjes ervan af en toe. Uh, dat het juist bij de Amerikanen ligt, man. Dus een, uh, de Amerikaanse overheid. Nou, ja, die hebben echt... weer heel veel geconfiskeerd van. Ja. Dus er zijn twee partijen geweest ja. die veel. Want er zijn twee. Er zijn niet voor mij drie of vier keer gecon, zeg maar veel geld gestolen bij Mount Gox. Mm. Eerste één of twee keer was het. Wisten ze het niet eens echt, omdat het gewoon nog zo nieuw was. Ja. En op een gegeven moment is er wel gewoon iemand die de hele tijd testte van... oké, okay, kan ik hier dingen weghalen? Oké, okay, dit werkt. En toen is de laatste keer is gewoon, gewoon alle funds eruit getrokken. Volgens mij, ah, weet ik veel, een miljard of zo, of een paar honderd miljoen. Maar ging het dan uh, om de mensen die, uh, die het bedrijf hebben opgezet? Komt nee, 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 door nee. Door nee, nee. lekkages in, in de software systeem Externe zelf? partijen. Externe partijen. Maar op, op wat voor manier hebben zij dat dan kunnen... Dat weet ik dus niet. Ja, ik, ik weet dat Mount Gox had het gewoon überhaupt op verschillende plekken vaststaan. En mensen onderschatten sowieso met bitcoin dat uh, het is niet zo ontraceerbaar is als dat je denkt. Je kunt het juist omdat zo'n... Juist traceerbaar is het toch allemaal. Het is heel transparant. Ja. Uh, ja. Totdat op een gegeven moment die ledger natuurlijk fysiek wordt. En uh, ja, je weet wat de laatste ledger is waar het op beland is. Maar niemand weet waar die ledger letterlijk is. Totdat je een keertje weer... Uh, ja, tot tot je meer gaat schatten. uitgeven. Ik exactly. zei dus dat is ook een beetje een soort van gouden kooi. Ja, uh, maar wat ik eerder uh, uh, een tricky one vind bij uh, Bitcoin is dat de Amerikaanse overheid is best wel een flinke holder hè? Fucking veel. Ja, en ja, ziek veel geconfiskeerd uh, van gewoon partijen en zo. Ja, en zij zijn dan omdat uh, de markt op te kaatsen. Binnen uh, nu en de komende acht jaar, geloof ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik interessant. Maar aan de andere kant zie je ook weer dat adoptie helemaal door het dak dreigt te gaan. Nu met al die ETF's die ze eruit willen trappen. Of die, 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 die fondsen ze eigenlijk, waarbij je dus als het ware een. Bitcoin-backed uh, ETF of iets in die richting kan kopen. BlackRock begint ineens te roepen dat het een top idee is. Terwijl zij de guys waren die zeiden: hey, Bitcoin onstabiel, dit, dat. Voor de luisteraars, als je gewoon googelt naar uh, um, Auto Precision voor een boom is een goed, uh, goed document. Waarin ze dat heel erg duidelijk uitleggen. Maar ook uh, gewoon even googelen: BlackRock, uh, Bitcoin, dan zie je. Zeg maar, ik krijg helemaal van die memes te zien van uh, dat ze echt dit jaar de roep te zien over hey, top idee. We gaan die adoptie najagen, bla, bla bla. Terwijl echt twee jaar terug zeiden ze nog: Het is echt een kut idee, super instabiel deden ze hele onderzoeken nadat het helemaal geen goede move is. Mm -hmm. Terwijl het uh, meest recente, een beetje wetenschappelijk onderbouwde onderzoek wat zij hebben gedropt, zeggen ze van ja, als je echt een hoge risicobereidheid hebt en gas wil geven, dan moet je gewoon een allocatie van rond de 84% van je portfolio in bitcoin duwen op dit moment. 84% is fucking veel. Nou, dat ja, dat is deling veel. Dan moet je echt een hoge risicobereidheid hebben ook. Ja, of weinig geld. <laughs> ja, of veel verdienen, dat is dus ook een ding. Of veel uh, verdienen, ja. Ja man. Mm -hmm. Waar we hadden het over hadden toen we hier met Thijs zaten van ja, de risicobereidheid wordt ook anders als je er veel van verdient, snap je? Als je veel knaken binnenhaalt elke maand, dan durf je ook een beetje te, te schuiven met die knuiten. Ja, uh, kijk, we kunnen de doekjes ontminden, maar zowel een Luc Belmar als een Iman Gatsi hebben we wel gewoon allebei tering veel geld verdiend met dat. Gewoon een businessmodel wat lekker liep. Ja. En daar dan een miljoen of zo zelf cash uithalen. Ja, en, en, en daarna volle bak met alle risicobereidheid het in, het in crypto slingeren. Alles. Ja. En dan gewoon een keer veer te gaan. Ja, maar... Uh, Kees, zei had het ook. Ja, die ging de andere kant <laughs> op. Wat, wat had hij nou gedaan? Hij had, die, uh, had, had ook een paar miljoen erin gestopt. Uh, nee, nee, nee. Hij nee, nee. had uh, SafeMoon. Nee, ik durf niet te zeggen wat. Maar hij kreeg op aan, aanraad oh, van, van een van die, van man, die andere gasten man. van Sideman. Kreeg die zeg maar... Uh, van Simon, volgens mij. Van Simon, volgens mij, ja. Ze zeiden van, oh, crypto, crypto. En uh, ja, Kees had genoeg geld. Dus hij zei van, ja, fuck it. Ik douw er gewoon 1 miljoen in. Dat werd op een gegeven moment 4 miljoen of zo. En uh, toen zei ik nee, ik ga het erop laten. En toen ging alles weer uh, hmm. instorten. En nu uh, ja, heeft hij geen 1 miljoen meer. Tien rug of zo. Ja, ik ben ook nooit echt een voorstander geweest van actieve uh, handelingen doen op die manier. Uh, tenzij je echt een soort heel lijp plan hebt en een exit strategie of een exit punt ja. Of meerdere exitpunten. Maar als je alleen ook al kijkt naar wat de mentale energie is wat daarin gaat. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten dat de jongens die het goed hebben klaargespeeld uh, gewoon maar wat deden. En op het juiste moment dachten, oh, oké okay, prima, ik haal het weer uit. Ja, dat is natuurlijk ook achteraf. He. Kan je het goed recht lullen. Ja. Wat wel, wat ik weet, is dat volgens mij wel een lookbel maar Als een Iman bijvoorbeeld een team van vier, vijf researchers in de dienst had. Die continu oh, ja, onderzoek ja. aan het doen was, Absoluut. die bepaalde wat je gaat kopen. Ja. Ja. Okay. ja, Dat is ook een manier. moet je wel knaken voor hebben. Ja, mm. en uh, de kwaliteit van de keuze is niet uh, achteraf gezien, is niet afhankelijk van de uitkomst van een keuze. Hè? Dus wanneer heb je een kwalitatief goede ja. keuze gemaakt? Als je alle parameters op dit moment bekijkt en denkt. Om deze reden ga ik het doen. Ongeacht de uitkomst, is dit een goede move. En als ik ja. dus met dit soort probabilities. Uh, jarenlang dit soort keuzes maak zit ik goed ja en soms ploft het soms ploft het niet maar als je op die, op die manier doorgaat dan lukt dat haal onze goede vriend de wizard aan een man is al denk ik drie of vier keer schatrijk geweest en daarna weer alles verloren ja mm -hmm. hij doet het voor de love of the game ik vind hem net te gek maar hij houdt gewoon van het risico heeft hij een podcast hier inmiddels gedaan of niet uh, hij is bang hij is bang. Jij wordt eigenlijk nu letterlijk uit. Ja, maar hij is 19 of 20 of zo. Ik weet het, hij is een jonge guy. Volgast, ja. Dat ja. is ook wel anders. Toen ik 19 was, was ik ook niet zo snel hier gaan zitten, denk ik. Nee, maar toen jij 19 was, had je ook niet al een paar keer een miljoen gemaakt en alles weer vandoor. Die man heeft verhalen, bro, dat gaat helemaal nergens over. Dan word je ook wel snel volwassen, denk ik. Wat ja. jij ook had, toch? Zeker waar. Ja. Goed opdracht geven, is ja, leuk, maar je gaat wel een ander wereldje spelen. Zelfs wat hij heeft met crypto's en met die miljoenen. Ja, leuk, maar. De meeste mensen die hebben dat uh, hun hele leven lang niet in handen en zullen dan ook niet op zo'n bepaalde manier die volwassenheid gaan ontwikkelen. Ja man. Ja, ik heb het ook wel een beetje met vastgoed gehad af en toe dat ik uh, dacht dat ik de juiste keuze maakte. Dus Eigenlijk was het ook gewoon een goede, kwalitatief goede keuze, maar die pakte toch verkeerd uit. Mm -hmm. ja. Dat je dan achteraf uh, denkt van, ah ja, dat heeft me wel gewoon, I don't know, 15 of 20k gekost in totaal. Uh, ja, dat doet wel iets met je of zo. En ook met hoe je naar geld gaat kijken. En ja. is het is niet hetzelfde als dat je een miljoen verdient en weer kwijtraakt. Nee. Um, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met um, hoe relatief het is. En dan relatief ten opzichte van hoeveel moeite het je heeft gekost om dat geld te verdienen. Dus iemand die veel tijd en moeite heeft gestoken om 20k bij elkaar te harken en die 20k kwijtraakt. is heel oh. anders dan oh. Luc Belmar die even, hé, hey, uh, ik verkoop iets en uh, ik heb weer 2 ton verdiend. Als die twee, ja. 20k kwijtraakt, ja, hoe is wel geld, niet. weet je wel. Nee, true. Klopt. Dus dat speelt ook nog wel mee erin. Ja, ja. Right. zullen we het? Uh, lekker hier gaan uh, afhandelen? Zeg maar uh, grote basis. Goed, jongens. Of hebben we nog een onderwerp? Dan gaan we gewoon nee. Dat is een redelijk vandaag op de tak gegaan, man. Heel uh, levensverhaal ineens nog even een bitcoin dingetje. Wat de ja, toch? Ja, ja, ja ik vind het wel leuk. Ja, man. Ja, ik wil mooi de voor de, de podcast zei. Je, ik ben altijd vrij resume en hoe ik mijn verhaal vertel. Het goed uit. Ja, je bent aardig in het detail ingegaan hoor. Ja? Aardige ja. nuances. Ja, want wat, wat ik wel interessant vind erbij is, um, ik vind het altijd een beetje lastig dat het niet overkomt als een soort van uh, melancholisch, zielig verhaal of zo, weet je wel. Want het is altijd zo, oh ja, ik had het zwaar vroeger en nu ben ik helemaal het mannetje, weet je wel, de bullshit. Ja, mij niet bellen daarvoor, want ja. ik vind het een beetje gaar zo. Ja. Want je uh, was vroeger niet zielig, of tenminste, zo vind je jezelf niet. En je voelt je nu niet per se het mannetje. Dat wel. Ja, ja, wel <laughs> maar dat is dus ja, altijd al ja, zo geweest. Ik voelde me altijd een mannetje. <laughs> ja. nee, maar dat is dus wel grappig. Zeg maar, uh, ik had wel gewoon mijn moeder die zei dat laatst nog tegen mij van. Ja, Jur, ik dacht vroeger altijd dat jij. Dan kom je misschien toch weer terug op die AQ-test. Ja. Zij zei: ja, Als baby, ik zette jou gewoon uh, ergens neer tussen andere kinderen. en jij gaf echt geen fuck. <laughs> ja, de, en dan niet omdat je. Want mensen dachten eerst van: hé, hey, hij zal wel verlegen of onzeker zijn. en dat is een opmerking die ik nog steeds wel eens krijg. van: ja. oh, jullie is die wat rustigere rustiger guy. misschien is hij verlegen of zo, weet je wel. Nee man, intrinsiek interesseert me gewoon echt geen fuck. Ik wil gewoon, gewoon zin om daar lekker in mijn eentje even een broodje te eten of zo. Maar hou je bek. Gewoon chillen. En zo was ik dus blijkbaar gewoon al toen ik zo klein was of zo. Ja. Dus dat, speelt wel mee man. Nice man. Mooi. Leuk om je verhaal een keertje echt in detail. Ja, nice vraag gedaan man. Ja man. Eerste keer, misschien ook wel laatste keer, hoe noos. Maar ja, is voor het eerst gewoon een keer helemaal uitgekomen vanuit het set. Dus ik denk dat dat wel nice is. Mooi. Het verhaal van Jur. Van Jur. En tot de volgende keer. Met Willem. Ja, met Willem. Een paar weken P. is ben ik er weer. Ja heen, dus. man, twee weken. Gezellig. Let's go.